Mick, zullen wij gewoon gaan samenwerken en dan jagen we Giel uit Schaapstad. Ja! Alle schapen zijn op plot. Giel, klaar. Je hebt verloren. Ga maar weg jij. Ja, wegwezen uit Schaapstad. Ik ga ook weg. Ik zie die toren, Mick. Wacht wel even hoor. Waar zie jij die toren dan? Daar voor je neus. Oh shit, Waar gaat Giel heen? Wat? Er staat hier gewoon een gigantische stad, Mick. Santino, je moet me helpen. Ik zit echt diep in de problemen. Giel, wat is er allemaal aan de hand? Wat is er allemaal gebeurd? Ik had een oorlog met Mick en Jesse en ik ben gevlucht. Mick, wat doet Santino hier? Oh mijn god, zijn ze achter je aangekomen? Wat is dit nou weer? Nee man, ik denk het niet. Ik ben volgens mij helemaal alleen hier. Giel weet niet dat we hier zijn. Maar Santino, wat doe jij hier op deze server? Hoe kom je aan deze stad? Ja, dat wil ik ook weten, Mick. Ik heb eigenlijk al vanaf het begin ingebroken om lekker te survivalen. Wat? Hij zit er nu al in, Mick. Al de hele tijd. Van het begin? En Coburg heb ik ook niet in mijn eentje gebouwd, maar met de builder. De builder? De builder? Mick, wij moeten ook een builder hebben. Maar zal ik je anders eerst even een rondleiding geven door Coburg? Ja, laten we dat doen. Ik ben best wel benieuwd. Oké, laten we gaan, kom. Oké, moeten wij de builder gaan zoeken? Ja, ik ga de builder... We moeten opsplitsen, we moeten die builder vinden. Ja, oké. Ik ga daarheen, ga jij de andere kant op. Ja, we moeten de builder vinden. Ik wil ook een stad. Maar eerst even dat Stino en Giel weg zijn. Ja, ze lopen nu weg. Oké, ze lopen dus wel naar rechts, hè. Oké, let's go. Oké, dan gaan we dan, Jesse. Succes. Ik ga de beelden zoeken. Kijk dan, ze hebben gewoon een hele stad gebouwd met z'n tweeën. En je moet heel voorzichtig zijn, want ik zie ze daar gewoon samen lopen. Oh, wat hebben ze allemaal gemaakt? Daar staat een paard. Ze hebben zelfs een hotel. Wat? Oké, we hebben hier een politiebureau. En ik moet heel voorzichtig zijn, want de politiemensen mogen niet zien dat ik hier ben. Oké, wat is er allemaal aan de hand? Oké, Santino en Giel. Oh, nee. Ik zie Santino. Ik moet heel voorzichtig doen. Oké, we gaan gewoon heel gauw hierheen en rennen. Wat is dit voor winkeltje? Een Blue Mist. Wat? Ze hebben gewoon eigen winkeltjes. Hallo mevrouw. Bloem de bloem is. Wat heb je allemaal? Wat? Je kan hier gewoon allemaal bloemen kopen. Je kan zelfs bloemen verkopen. Oh, dit is zo vet. Wat hebben ze nog meer, joh? Ze hebben gewoon een kledingwinkel. Oh, je kan hier rode kleding kopen. Dat wil ik hebben. Alleen ik heb helemaal geen goud. Ik wil ook goud hebben. En wat was allemaal nog meer? Hier is dus dat gigantische hotel. Wacht, we gaan in het hotel kijken. Oh, daar is Mick. Hallo, Mick. Ik ga even in het gigantische hotel kijken. En, hallo. Receptionist. En, oh, je kan hier een hotelkaartje kopen. Waarom is deze stad zo mooi? Oh, Coburg is echt veel mooier vergeleken met Schaapstad erin. Oh nee, daar zijn Santino en Giel. Ik moet uitkijken. Ze gaan naar het politiebureau. Oké. Ik moet heel voorzichtig zijn. Ik denk dat ik gewoon keihard ga doorrennen. Waar zijn ze? Oké, ze zijn binnen. Maar ik mag daar toch niet naar binnen, want de politiemensen mogen mij ook niet zien. Oh nee, ze zijn boven. Ik moet heel gauw doorrennen. Wat is hier allemaal? Wat? Dit lijkt wel op een soort van burgemeesterhuis. Is dit het kantoor van Santino? Ik denk het wel, want dit is allemaal groen. Oh, ik ben trouwens zo benieuwd of Mick de Builder al heeft gevonden. Want dan kunnen wij gewoon ook zo'n grote stad krijgen. Oké, ik moet heel voorzichtig doen, want Santino en Giel, die staan gewoon binnen. Kijk, daar staat Santino recht voor mijn neus. Oké, we gaan naar buiten. Ik denk dat dat nu wel veilig is. Nee, het is niet veilig. Oh, ik moet heel voorzichtig doen. Kijk, daar loopt Giel gewoon. Oh, nee. Volgens mij lopen ze nu door. Dat betekent dat ik gewoon lekker kan lopen waar ik wil. Oké, hier ben ik heel blij mee. En wat is hier allemaal te vinden? Oké, ze zijn weg. Ik ga naar de brandweerkazerne. Hallo, brandweer. Hallo, brandweermannen. Hallo, nog een brandweermannen. Ze hebben zelfs een brandweerauto. Dit is zoveel mooier dan Schaapstad. En ze hebben zelfs een bovenverdieping. Ze hebben meerdere verdiepingen. Vanaf hier kan ik bijna de hele stad zien. Wacht, ik ga nog één verdieping omhoog. En kijk dan hoe mooi deze stad is. Wat? Ze hebben zelfs een bank. Oh, kijk dan hoe mooi dit is. Oh, ik hoop zo dat Mick de Builder gaat vinden. Oké, ik ga in ieder geval weer naar beneden. Wacht, loopt hier nou iemand of niet? Hoor ik nou iemand? Oké, nee. Dit zijn de brandweermensen. Oké, brandweerman, er is helemaal niks gebeurd. Oké, laat mij met rust. Wil je mij niet zo aankijken, brandweerman? Ik ga hier weg. Oké, we gaan even kijken. Santino en Giel, die zijn weg. Oh, ik schrok even, maar dat is ook een brandweerman. En hier is een of andere tunnel, maar dat is denk ik een geheime tunnel, want je mag er niet naar binnen. Er staat zelfs een molen op de berg. Oh, we kunnen zoveel vinden in deze stad. En oh, ik moet uitkijken. Maar kijk, daar loopt Giel gewoon. Giel, Santino, wat zullen jullie doen? Waarom lopen ze bij de bank? Er moet echt wat heel moois in de bank liggen, denk ik. Oké, ik moet heel voorzichtig zijn en ik moet eigenlijk Mick weer gaan zoeken. Volgens mij zie ik daar Mick al in de verte. Mick, ik heb de beelden gevonden. Ik heb hem gevonden. Kom naar mij toe, kom. Ik heb hier een steegje, hier kunnen we verstoppen. Oké, we moeten wel snel weg. Want dit is wel allemaal heel sneaky dit, hoor. Oh, maar Builder, als we jouw diamonds betalen, kan je dit ook voor ons allemaal bouwen. Nou, ken ik precies hetzelfde en misschien wel beter, kan ik voor jou. Oh, dat is zo vet, want wij hebben oorlog gehad en Schaapstad is helemaal kapot. Wil je het zien? Laat maar zien. Oké, Mick, we moeten terug naar Schaapstad. Ja, zeker. Ik hoop echt dat je het kan fixen, want het is wel echt heel erg kapot. Ja, het is heel... Hoeveel diamonds heb jij, Mick? Ik heb
twee diamonds. Yes, ik heb geen diamonds. Heb je geen diamonds? Nee, ik heb wel twee zwaarden. Jongens, dat wordt lastig. Er moeten wel genoeg diamonds zijn, hè? Oké, laten we naar Schaapstad gaan en dan gaan we kijken wat we allemaal kunnen doen, ja? Is goed. Oké, kijk de beelder. Hier is dus de stad van ons. Ja, dat is echt helemaal kapot. En die paarse schapen, die moeten ook weg, want die zijn van Giel. Ja, en Giel mogen wij dus niet meer. Die hebben we dus afgestuurd. Oké, Giel mogen we dus niet. Oké, nee, ja, jongens, dit ziet er wel heel rampzalig uit. Wacht maar hoor, want het wordt nog erger. Kijk, dit huisje is nog heel, maar daarachter is het echt helemaal kapot. Zo, ja, jongens, maar ik zeg altijd zo, hè. Geen enkele schade is niet te fixen. Zelfs dit kan nog gefixt worden. Maar we hebben maar twee diamonds, hè. Als jullie een stad willen zoals die andere, dan gaat het echt niet goed meekomen. Maar ik heb een idee. Kijk, ik geef jou twee diamonds. En dan kan jij dan een huisje voor ons maken, want we kunnen nu nergens slapen. Nou, voor twee diamonds kan ik wel degelijk wat voor jullie maken, hoor. Het gaat geen hele stad zijn, maar ik kan wel degelijk dingen kunnen maken. Ja, maar ik heb een idee, Mick. Wij gaan gewoon naar Coburg en dan gaan we daar diamonds stelen. Want ze hebben echt heel veel. Ze hebben zelfs een bank en ze hebben winkels. Ze hebben echt alles. Wacht, Builder, waar kunnen wij ze best stelen? Want jij hebt ze natuurlijk heel die stad zitten bouwen. Weet jij niet wat meer? Nou, jongens, als we het zo gaan spelen, hè, want ik sta tussen jullie oorlog in. Ja, maar wil je geld verdienen of niet, Builder? Natuurlijk wil ik geld verdienen. Ik was ook nog helemaal niet klaar met mijn zin. Oké. Wat ik wilde zeggen is, nou kijk, ik wil jullie graag de tips geven waar hun al de diamonds hebben liggen. Ja. Maar dan moet daar natuurlijk wel een extra prijsje voorbij komen. Oh, Mick, ik denk dat we het dan maar zelf moeten gaan uitzoeken, oké? Ja, okay? Dat weet ik wel zeker. Ik wil dat jij een huisje gaat bouwen voor ons, want nu is het echt heel lelijk en dit moet allemaal weg. Nou, en heel veel geel en rood. Heel veel geel en rood. Heel veel geel en rood. Ja. Komt erin, gaat goed komen. Ik ga jullie trots maken op jullie eigen nieuwe huisje. En met twee diamonds kan ik jullie garanderen dat het geen klein mini huisje wordt. Okay. Jullie gaan een fatsoenlijk huis krijgen. Oké, en dat gaat waarschijnlijk een paar dagen duren, of niet? Dat gaat wel even duren, ja. Mick, ik heb gezien dat ze in Coburg een hotel hebben. Dus misschien kunnen we daar gewoon gaan slapen voor een paar dagen. Oh, dat had ik ook gezien. Daar gaan we gewoon even overnachten. Dan gaan we even spioneren. Zullen we dat doen? Yes, ja, zeker. Okay. Nou, Builder, tot yes. over een paar dagen. En maak er wat moois van, hè? Nou, komt goed. Tot over een paar dagen. Oké, doei. Doei. Oké, Mick, de Builder gaat voor ons aan de slag. En ik ben heel benieuwd wat hij hiervan gaat maken. Alleen, wij moeten natuurlijk wel ergens slapen. Dus we gaan nu gewoon naar het hotel toe, ja? Ja, ik heb toevallig nog wel wat gold. Dus daarmee kunnen we een hotelkaartje kopen. Want ik ben naar binnen geweest en het kost volgens mij 10 gold voor een kaartje. Oeh, hey, dat delen we gewoon een kamer. Maar dat we kunnen mij ook uit... gewoon inbreken, Mick. Want het is toch de stad van Giel en Santino. Ja, dus, weet je, waarom zouden we ook betalen? Ja, dus zullen we gewoon inbreken? Dat is nog slimmer. Ik hou liever de gold geld. Oké, dan gaan we daar gewoon een nachtje slapen. En dan gaan we kijken of de Builder al wat heeft gedaan, oké? Oké, ja, ik ben heel benieuwd of die wel echt goed is. Je hebt hem al betaald. Oh. Ja, ik heb hem al twee diamonds betaald. Maar kijk wat hij voor stad heeft gemaakt voor Santino. Ja. Dan moet hij dat voor ons ook kunnen. Ja, hopelijk is het geen oplichter, Jesse. Want ik hoop in ieder geval dat wij een huisje krijgen voor die twee diamonds, oké? Want anders word ik gek. Ik ben wel benieuwd wat we krijgen voor twee diamonds. Ik denk niet heel veel. Nee, hij zei een groot huisje, maar waarschijnlijk wordt het gewoon echt een heel klein huizen. Ja, ik weet het ook niet. Oké, Mick, we zijn weer in de stad, maar we moeten nu heel voorzichtig zijn, want ze kunnen overal zitten. Het is wel handig dat er een heel groot hotel op staat, dan weet ik waar ik heen moet. Nou, zullen we gewoon redden? Ja, oké. 3, 2, 1. Redden! We moeten wel stil zijn, anders horen ze ons natuurlijk. Nee, we gaan naar binnen. Hallo, receptioniste. Ik kom hier op de gast, oké? Ik woon hier vrienden van mij. En anders sla ik je met mijn zwaard, oké? Oké, laten we gewoon snel naar een kamer gaan. Niks zeggen, hè? Kom, laten we helemaal naar boven gaan, ja? Ik denk dat de mooiste kamer is. Ja, maar dan zie je natuurlijk ook alles. Dus kunnen we de hele stad zien. Ja, en misschien kunnen we ook zien waar allemaal hun spullen liggen. En dan kunnen we het gaan stelen van ze. Ja, ik heb namelijk ook al een bank gezien, Jesse. Ja, maar we kunnen nog één omhoog. Kunnen we nog één omhoog? Ja. Oh, ik dacht dat we er al waren, joh. Kijk, we kunnen nog veel meer omhoog. Weet je hoe hoog dit is? Oh, hoeveel diamonds moeten wij niet wel betalen, Mick, om dit te krijgen? Oh ja, ik weet het ook niet. Ik denk dat we heel veel diamonds moeten verzamelen. We kunnen nu vanaf balkon kijken. Wacht, zal ik gewoon een andere kamer nemen, Mick? Want dan hebben we allebei een kamer. Is goed. Jesse. Mick. Kom eens. Kijk, daar in de verte staan twee huisjes. Dat linkerhuis, die wordt gebouwd. Ik denk dat het huis van Giel gaat worden. Oh, wat? Oh ja, ik zie het nu al met groen en alles. Ja, rechts is van Santino, denk ik. En links is denk ik van Giel. Die heeft echt mooie huisjes. Oh mijn god, ik hoop echt dat onze Builder gewoon nog een beter huis bouwt. Ja, ik hoop het ook. Mick, laten we gewoon gaan slapen, oké? Ja, dan... Regenen. Ja, ik wil gewoon zien wat we krijgen. Als we nu gaan slapen, dan is het heel snel weer morgen. Dus Mick, wel trusten, Mick.
Doei. Mick. Mick. Hallo, ja, buurman. Goedemorgen. Ik ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd wat de builder allemaal heeft gemaakt. Kom, we gaan er heel gauw meteen heen, ja? Wel uitchecken. Oh nee, ja. Toch nee, we hoeven niet uitchecken. Ah, we hebben namelijk ingebroken. Alleen, Mick. We moeten wel voorzichtig zijn, want misschien zijn Satine en Giel nog in de stad. En die mogen ze natuurlijk niet zien, hè? Oh, maar Jesse, ik ben zo enthousiast. Ja, ik wil gewoon sprinten naar onze stad toe. Oké, laten we gewoon keihard gaan rennen. Let's go. Oké, die kant op, hè? Ja, we moeten die kant op, ja. Oh, kijk jij trouwens dat hij al wel klaar is in een dag? Ik denk dat het echt half is. Ik denk niet dat hij alles wil gaan maken, want hij heeft maar 2 diamonds gegeven, Mick. Nou ja, dat is waar. We moeten echt diamonds gaan stelen. Ja, maar ik ben echt benieuwd wat hij heeft gemaakt. Ik hoop dat we allebei al een huis hebben, ja? Oh, als we een huis hebben, zou het top zijn. Want dan kunnen we gewoon in een schaapstad slapen. Ja, schaapstad is wel een stukje beter. Oh, ja, al deze schapen van Giel ook nog. Die paarse schapen, die moeten gewoon allemaal weg. Weet je hoeveel Giel er had? Dat was echt niet normaal. Wat? Een hijskraan. De builder is bezig. Oh mijn god, het is geen scammer, gelukkig. Nee, dit is zo vet. Gewoon een hele hijskraan, Mick. Dan moeten er wel hele hoge gebouwen komen, hè. Nog één. Nog een hijskraan. Ik ben zo benieuwd. Okay. Jesse, ik denk wel, als hij het af wil maken, dat we meer moeten betalen, hoor. Ja, maar dan moeten we sowieso de volgende keer moeten we terug naar Coolburg en moeten we gewoon een winkeltje overvallen of zo, Mick. Ja, ik zag al heel veel dingen. Ik heb zelfs een bank gezien, hè. Ja, kijk, hier stond het oude huis. Die is gewoon helemaal weg. Oh, hij heeft gewoon allemaal weggehaald. Ja. Oh, wat is dit hier? Weet jij dat? Mick, dit was mijn geheime bunker. En hier zitten al spulletjes in, maar die zijn allemaal voorbij. Afblijven. Dit had je niet mogen zien. Wat doet de builder nou? Hij heeft hem niet weggehaald. Dat is wel, daar ben ik wel blij mee. Jesse, ik zie een rood huis. Ik zie ook een huisje. Dat is mijn huis, Mick. Waar is mijn huis? Jij moet in de hijskraan wonen, maar die is geel. Oh ja, ik wil niet in de hijskraan wonen. Maar hier stond toch schaapstad? Het is gewoon helemaal weg. Hij heeft toch letterlijk alles weggehaald. En wat zou hier komen? Hier komt ook een gebouw, denk ik. Ik hoop iets heel leuks dat hier gaat komen. En hier komt ook een gebouw, want hier is ook een bouwplaats. Oh, Jesse, laten we snel jouw huis kijken. Mick. Jij hebt toch nog 14 goud? Ja, ik heb nog wel wat goud. Als we nou die 14 goud straks aan de builder gaan geven, misschien kan hij dan al wegen voor ons maken. Nee, dat zou wel echt. Misschien is hij in de buurt van de huizen. Zullen we dat doen? Zullen we gaan kijken of hij in de buurt is? Ja. Oké, dit is mijn huis. Of zullen we eerst even in mijn huis gaan kijken, Mick? Jazeker, ik ben wel heel benieuwd naar jouw huis. Nou, hier is een mooi paadje. Dan gaan we naar binnen toe. Dit ziet wel heel goed uit, hoor. Wat? Alleen, er zijn nog helemaal geen meubels in. Die moeten we nog kopen, denk ik. Ja, ik denk dat dat wel kan in de Coolburg. Ja, ik hoop het. Anders moeten we hier gewoon een meubelzaak maken, Mick. Nee, dat is ook slim. Dat is alles gratis. Ja, dat is alles gratis, ja. Oké, en wat is hier? Nou, dit is best wel een leuk huis, hoor. Ook in het rood, hij heeft goed geluisterd. Ja. Maar nu, jouw huisje. Ja! Geel huisje. Het zijn gewoon buren. We hebben zelfs al een paardje. Oké, hier ben ik heel blij mee. Zie je dat, door het raam? Ja. Dat is de builder. De builder! Hallo, builder! Hallo. Ben je helemaal klaar? Nou, de 2 huizen zijn helemaal klaar. Ze zijn nog niet ingericht, maar jullie hebben ook maar 2 diamonds gegeven. Maar... Wij hadden een heel leuk idee. Ik heb namelijk nog wat goud en we vroegen ons af, kan je daar misschien wat wegen van bouwen? Ja, voor wat goud? Ja, hoeveel goud hebben we het over? 14 goud. Nee, 10 goud. 10 goud. We hebben geen 14 goud. En dan willen we allemaal mooie wegen in de stad hebben, zodat er allemaal gebouwen kunnen plaatsen. En dan gaan we volgende keer nog meer geven, zodat je de gebouwen kan maken. Oké, het was geen 14, zei je toch? Nee, 10. 10. 10. Oké. Kijk, ik heb zelfs nog 1 iron. Is dat genoeg? En 10 goud. En 10 goud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan willen wij allemaal wegen in de stad hebben. Eentje bonus. Eentje bonus. Nou jongens, ik denk dat het dan... jullie hebben mij 1 iron en 1 gold. In goud hebben jullie mij bonus gegeven. Dus ik denk dat die wegen wel goed gaan komen. Ja, oké. Maar dat gaat zeker weer een paar dagen duren, of niet? Ja, ik kan dat niet toveren, hè. Dit kost ook een dagje om te doen, jongens. Oké, maar we kunnen nu in ieder geval in ons eigen huis slapen. Nou, we hebben alleen nog geen bed, maar dat regelen we wel. Ik heb ook helemaal nog niks hier, Jesse. Zullen we gaan kijken? Nee. Ik had de keuze om het interieur te gaan doen, hè. Maar wat nou als jullie niet blij waren met het interieur? Ja, nee, ik denk dat we dat zelf moeten gaan kopen. Alleen, dat komt helemaal goed. Het begint wel donker te worden. Mick, ik denk dat ik gewoon op de grond ga slapen. Ga jij dat dan ook doen? Ja, zeker. Wel trusten, En hopelijk is dan morgen gewoon de rest van de stad af. Of de wegen zijn eraf. Kan dat lukken, Builder? Nou, de wegen, dat kan ik wel voor elkaar krijgen. Oké, nou, Mick, wel trusten. Doei!
Oké, ik vind het helemaal niet leuk dat ik geen meubels heb. Alleen ik ga even kijken of Mick al meubels heeft. Dus we gaan even naar buiten toe. Hallo Mick, ben je thuis? Oké, volgens mij is Mick niet thuis. We gaan gewoon even binnenkijken. Mick heeft ook nog helemaal geen meubels. Hoe gaan we nou aan meubels komen in deze survival? Want volgens mij hebben ze in Coburg ook helemaal geen meubelwinkel. Maar als het goed is de builder bezig in onze stad. En kijk die hijskraan in de verte. Ik ga gewoon even naar de stad toe. En ik ga kijken wat er allemaal al is gemaakt. En er staat daar gewoon een gebouwtje. We gaan even een kijkje nemen bij dit gebouw. En wat is er allemaal veranderd in de stad? En hallo builder. Hey Jesse. Hallo. Hallo. Maar wat heb je allemaal gedaan in de stad? Want het is echt mooi. We hebben een weg en we hebben nog meer kranen. Nou, het is zoals je ziet is er toch wel heel wat veranderd na de laatste keer. Ik heb hier een leuk winkeltje gebouwd, bijvoorbeeld. Ja, ik zie Mick in de winkel staan. Wat is het voor winkel dan? Het is een meubelwinkel natuurlijk. En Mick werkt hier? Mick werkt hier, dus Mick zijn winkel, ja. Heeft Mick jou betaald om dit te bouwen? Ja, hij heeft me net nog betaald. Ik wil de volgende keer ook een winkeltje hebben, oké? Alleen ik heb nog niet heel veel geld. Dus dan moet ik nog even gaan regelen en stelen in Coburg. Dat gaat erg wel goed komen. Denk ik. Waar je het vandaan haalt, gaat mij niks aan. Zolang het maar in het laadje komt. Oké, maar dan ga ik denk ik meteen even meubels shoppen. Dus Builder, heel erg bedankt. Hallo Mick. Hallo Jesse. Je hebt je eigen winkel. Ja, en jij bent volgens mij mijn eerste klant. De eerste klant is altijd gratis, toch Mick? Nou ja, Jesse, ik wou sowieso voor jou ook het al gratis doen. Aangezien jij natuurlijk mijn beste vriend bent. Oh, dat is super lief. Maar Mick, wat voor meubels heb je allemaal? Want zal ik gewoon anders even gaan rondkijken? Ja, ik kan wel even meelopen hoor. Dan kan ik gelijk vertellen wat we allemaal hebben. Ja, leg maar uit wat je allemaal hebt. We hebben hier allemaal stoelen en tafels in alle maten die je maar wilt. Je kan ook daadwerkelijk ik kan zo zitten op de stoel. Ja, zeker. Oké. Kijk, we hebben hier natuurlijk van die libellen. Zo noem je het toch? Ik denk het wel. Lamellen, ja. Libellen, dat zijn dieren, Ja, klopt. Ja, ik heb mijn school die afgemaakt. In ieder geval, je kan ze open en dicht doen. Kijk. Oh, wauw. Maar die kan ik gewoon kopen voor mijn huis. Of krijgen voor jou natuurlijk. Nu krijg je nog alles gratis. Maar natuurlijk die Giel en Santino, die krijgen natuurlijk niks gratis. Giel, Santino heeft helemaal geen meubelwinkel. Nee. Je hebt zulke lelijke huisjes. Ja, dus die moeten betalen als ze hier willen. Kijk, we hebben hier kastjes waar je daadwerkelijk in kan kijken. Ik wil die rode, Mick. Die rode is zo mooi. Die kan jij krijgen. Maar je kan ook nog eens in die kastjes kijken. Ik vond dat heel erg cool. Dat is heel erg vet, Mick. Kijk, achter je hebben nog allemaal dierenhoofden die je kan planten in je mooie interieur. Maar dat is ook wel mooi. Jij hebt zelfs een camera aan de muur aan. Kan ik die ook kopen of is die voor de beveiliging? Ja, die is voor de beveiliging. Ik denk dat je daar nog een andere winkel voor moet gaan zoeken. Even kijken. We hebben hier de bovenverdieping. Kijk eens aan. Dit is heel leuk. We hebben namelijk hier een... Dat is voor de post. Brievenbus, ja. Brievenbus. En hier kan je daadwerkelijk brieven in doen. Dus als je er echt een muisstopper op doet, kan jij zien dat je... Maar dat is zo mooi, Mick. Ik wil dat ook hebben. Die wil ik ook, ja. Ja, die krijg je 100%. Kijk, en een rood bedje, want ik kan nu nog helemaal niet slapen, Mick. Nee. Ik heb op de grond geslapen vannacht. Ja, ik ook vandaag. Dat was niet heel fijn. Nee. Kijk, Jesse, we hebben hier zelfs een bank. Een bank. Maar heb je ook een rode bank, Mick? Want ik vind dit natuurlijk helemaal geen mooie bank. Ik heb een rode bank nog in mijn magazijn liggen. Oké. Hier hebben we alles voor de keuken. En een koelkast, kunnen we eten in stoppen. Kunnen in de koelkast stoppen, jazeker. En een barbecue. Een barbecue. En hier kan je ook nog dingen op doen. Kijk, wacht, ik heb hier toevallig vlees. Wat kan je erop doen dan? Je kan er gewoon vlees op leggen. Een barbecue in je huis is wel een beetje raar. Ja, ik weet niet of ik dat ga doen. Dit is meer voor buiten, dit hier, dit kleine beetje. Oké, maar ik vind het heel mooi. Ik denk dat ik gewoon even ga shoppen. Ja, leef je uit. Ik ben beneden, je hoeft niet te betalen, dus leef je uit. Ik heb alleen één vraagje. Hoe lang duurt dat voordat alles binnen is? Ja, je kan gewoon alles uitkiezen. Je moet het aan mij doorgeven en dan staat het morgen in je huis. Dus moet je even morgen slapen. Morgen pas, maar waar moet ik dan slapen vannacht? Ja, misschien kunnen we het bed vandaag nog wel regelen voor je. Dat kan ik ik ga even shoppen. Ik ga even kijken wat allemaal mooi is. Veel plezier. Ik ga je gewoon achter de kast staan. Ja, dankjewel. En mijn ding doen. Yo! Oké, wat ga ik allemaal kopen? Ik vind deze ding wel heel mooi. Alleen welke kleur? Ik denk dat ik voor deze ga. Die vind ik wel heel mooi. En dit die tafeltjes en stoeltjes. En ik denk dat ik ook dit tafeltje wel mooi vind. En dit stoeltje vind ik wel heel erg mooi. Kijk dan wat een mooi stoeltje. En dan kan ik natuurlijk nog dingen kopen voor aan de muur. Dat is ook wel heel erg mooi. Alleen, ik weet het niet of ik dat wel ga doen hoor. Want het is misschien ook wel een klein beetje eng. Alleen, dit kastje die wil ik ook hebben. Maar we gaan even naar boven toe. Want ik moet natuurlijk ook een brievenbus hebben. Alleen, de brievenbus hier, die vind ik niet heel mooi. Even, ik vind deze op zich wel mooi. Ik denk dat ik deze gewoon ga kopen. Of ga ik deze kopen? Ik weet het niet. En we pakken natuurlijk even een kraan en werkt de kraan.
kraan ook. En de kraan werkt niet. Nou, ik denk dat hij niet is aangesloten in de winkel. En de barbecue ga ik niet kopen. En dan, oeh, een koelkast. Ik ga natuurlijk voor de witte koelkast. Want dan vind ik een hele mooie kleur. En dan hier hebben we een bed. Hier hebben we gewoon een rood bed. Oké, die moet ik sowieso kopen. En dan moet natuurlijk ook een nachtkast erbij. En deze bank vind ik ook heel mooi. Alleen ik wil natuurlijk wel een rode bank hebben. Oké, ik denk dat ik naar Mick ga. En dat ik gewoon ga vertellen wat ik wil. En dan moeten we de nacht zien te overleven. Want ik moet ergens slapen. Mick, ik ben klaar. Ik heb wat hele mooie spulletjes uitgekozen. Oké. Ik ben benieuwd. Ja, kijk. Ik wil dit tafeltje. Die vind ik heel erg mooi. En ik wil deze stoel wil ik hebben. Oké. En kijk, deze lamellen hier wil ik hebben. Ja. En ik zit wel te twijfelen aan met een dier aan de muur. Ik denk dat ik voor deze beer ga. Die vind ik best wel cool. Ja, ik vind alleen, dat een hele goede keuze. Ik heb alleen nog een paar vraagjes, Mick. Want kijk, als wij naar boven gaan. Ja. Ik wil een rode bank. Maar die heb jij, hè? Ja, zeker. Die heb ik. Ja, ik wil deze brievenbus hebben. Oké. En ik wil een complete keuken met witte koelkast. Oké. Nou, dat komt allemaal voor de bakker. En verder, Mick. Kijk, jij bent natuurlijk mijn goede vriend. En je bent mijn buurman. En wil je mij nog verrassen met wat andere spulletjes? Weet je, ik ga gewoon een hele mooie doos voor je klaarmaken. En dan staat morgen allemaal voor je huis. Morgen? Ja. Oké, maar dan moet ik vannacht wel ergens anders gaan slapen. Maar oké, Mick, dan zie ik jou morgen bij mijn huis. En dan ga ik mijn hele huis inrichten, ja? Ja, is goed. Hey, nog een fijne dag. Oké, dankjewel. Doei. Ik ben heel benieuwd hoe Mick me allemaal gaat geven. Maar eerst gaan we even kijken in de stad. En kijken hoe mooi dit er allemaal uitziet. Of nou ja, er staan nog helemaal geen gebouwen. Maar misschien kan ik zelf ook mijn eigen winkel openen. Want Mick heeft gewoon een eigen winkel. Oké, die hijskranen zijn hoog. En hier heb je allemaal graafmachines. En je hebt hier zelfs een eilandje. Je hebt hier allemaal water. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Alleen wat is er allemaal nog meer? Hier heb je een soort van bergje omhoog. En volgens mij staat daar een tunnel. Alleen wat zit daar in de tunnel? Misschien is dat wel een weg naar Coburg. Oké, ik weet het niet zeker. Ik ga nu gewoon lopen naar Coburg. Want ik moet namelijk overnachten voordat mijn spulletjes er zijn. Dus ik ga denk ik gewoon helemaal terug naar het hotel. Want daar hebben we de vorige keer ingebroken. Dus dat ga ik gewoon weer doen. En we zijn aangekomen in Coburg. Oké, ik moet wel een beetje uitkijken. Want Santino en Giel, die kunnen hier ook zijn. En hallo, is hier iemand? Nee. Oké, daar is de postbode. Alleen daar is het hotel waar ik moet gaan slapen. Oké, we gaan hier gewoon naar binnen toe en we gaan kijken. Hallo, ik ga gewoon naar boven en ik ga gewoon een kamer pakken. En wat is er met de deuren gebeurd? Wat is dit? Ze hebben het gewoon beter beveiligd. Nu kom ik hier gewoon niet meer binnen. Oké, er staat een code op. 1, 2, 3, 4, 4 keer 0. En de deur werkt niet. Nee. Moet ik nu daadwerkelijk een hotelkaartje gaan kopen? Ik kan namelijk niet meer inbreken. Hallo meneer, ik wil een hotelkaartje kopen. 10 goud, maar ik heb helemaal geen goud. Hoe ga ik nou ooit een hotelkaartje kunnen kopen? Oh, wacht, hier binnen is de bank. En hallo Bart de bank hier, kan ik bij jou goud krijgen? Ja, dat kan, alleen ik heb helemaal geen geld meer. En daarachter zit een kluis, alleen daar ga ik nooit binnenkomen op dit moment. Bart, ik had het helemaal niet over de kluis, hoor. Laat me met rust, ik ga er weer vandoor. We gaan gewoon even bij de supermarkt kijken. Hallo, kan ik hier misschien wat verkopen? Pieter verkopen, ik kan hier helemaal niks verkopen. Ik kan een enchanted apple kopen, alleen kijk hoe duur dat is. Oh, hoe kan ik dan geld gaan verdienen? Mick heeft gewoon zijn eigen winkeltje en ik kan gewoon geen geld verdienen. Oh, we gaan maar bij de bloemen kijken. Kan ik hier misschien wat verkopen? Oh, ja, ik kan dingen verkopen. Oké, ik moet roze tulpen vinden en dan kan ik goud krijgen. En met dat goud kunnen wij een hotelkaartje kopen en dan kan ik overnachten. Alleen ik moet wel snel zijn, want het begint al een beetje donker te worden. Oké, ik moet dus roze tulpen vinden en is dit een roze tulp? Nee, dit is geen roze tulp. Sorry. Oh, waar kan ik die nou weer gaan vinden? Ik weet het niet. En wacht, deze bloemtjes kan ik volgens mij ook verkopen. Wacht, die gaan we ook gewoon plukken. Alleen, we hebben er niet genoeg. Ik heb er 5 nodig. Oké, wacht. Hier staat er ook nog 1. En oh, ik wil gewoon goud hebben. Ik wil mijn huis inrichten. Hallo, zijn hier ergens roze tulpen voor mij? Of, oh, ik zie er eentje. Alleen, we hebben er echt veel meer nodig. Wacht, ik ga deze hakken. En ik heb er nu 1. Ik heb er meer nodig. En hier staan er nog meer. Oh, hier staan er echt superveel. Oké, ik ga die gewoon lekker allemaal hakken. En dan kan ik gewoon die verkopen. En dan krijg ik goud. Oh, ik ga zo rijk worden. Kijk hoeveel er hier staan. Oké, we hebben er nu 20. Zo, we hebben er nu 25. Ik weet alleen niet of dat genoeg is. Ik denk het niet. Weet je wat? We gaan ze gewoon allemaal hakken. Ik heb nu in totaal 51 tulpen. En volgens mij kan ik daarmee 10 goud krijgen. En dan kan ik eindelijk overnachten in het hotel. Hallo mevrouw, ik kom bloemen verkopen. Kijk, u heeft echt een hele mooie winkel. Alleen, ik wil al uw goud hebben. Zo, oh, we hebben nu 10 goud en we hebben er zelfs 11. Oh, hiermee kan ik van een kaartje kopen voor het hotel. Hallo, receptionist. Ik kom dit keer niet stelen, oké? Ik kom gewoon een kaartje kopen. Dus zo,
die doen wij hier. En dan hebben wij gewoon hoteltoegang. En kunnen wij nu gewoon een hotelkamer uitkiezen? Ik denk het wel. We gaan voor deze kamer hier. En dan moet ik een code invoeren. 1, 2, 3, 4. Dat is mijn code. En dan kom ik nu binnen. 1, 2, 3, 4. Ja, ik kan eindelijk hier slapen. Oh, en ik kan echt niet wachten tot het morgen is. Want dan heb ik als het goed is al mijn meubels. Een hele goede morgen. De zon die komt net op. En ik ga weer uitchecken bij het hotel. Dus ik ga er weer uit. Dankjewel. En meneer, heel erg bedankt. En ik zal weer nooit meer inbreken, oké? Oké, natuurlijk ga ik dat nog wel een keer doen. Alleen nu ga ik heel snel terug naar mijn huisje. Want ik wil mijn huis inrichten. En ik ben weer aangekomen in Schaapstad. En dit is de winkel. Mick is er niet. Oh, misschien is ze dan wel gewoon bij mijn huisje. Alleen voor een vierkant nog helemaal niks zien. En ik hoop zo dat het er is. Hallo, is hier iemand? Hallo, Mick. Hi. Hi. Oh, is dit mijn pakketje? Ja, oh, wat zeker. Zit er allemaal in? Allemaal stoelen, bed en heel veel rood. Oh, Mick, ik ben hier zo blij mee. Ja, dankjewel, Mick. Ik ga het helemaal inrichten nu, ja? Doei. Oh, deze kist gaan we meenemen. En dan krijg ik als het goed is nu al mijn spulletjes. En oh, kijk naar al deze meubels. Dit is echt superveel. Alleen, hoe ga ik dit op een leuke manier inrichten? Weet je wat? We beginnen gewoon met de ramen. Kijk, die lamellen. Als we die hier neerzetten. Kijk er hoe vet het eruit ziet. En dan gaan we die hierboven ook neerzetten. En werken ze dan ook? Ze werken ook. Oké, aan de andere kant doen we natuurlijk precies hetzelfde. En dan hier doen we er eentje. En hier doen we er natuurlijk een paar. En hier gaan we dat ook doen. En dan hebben we nu de bank. Waar gaan wij de bank neerzetten? Oeh, ik weet het niet. Ik denk dat dit wel een leuke plek is voor een bank op deze manier. En dan hiernaast zetten wij gewoon een kastje. Kijk, dit is toch heel mooi. Alleen er mist nog wat. Er moet natuurlijk wel even een schilderij boven. En die heb ik ook. Oh, ik kan het niet plaatsen. Nee! Oké, dan zetten wij hier een schilderij neer. Wacht. Ik doe eventjes hier een blokje plaatsen. Zo dan. Bim, een schilderij. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. En hier hebben we een mini koelkast. En die gaan we natuurlijk ook neerzetten. En weet je wat? Dan zet ik... eens even kijken. Ik zet hier een tafeltje neer. Kijk hoe leuk dit er nu al uitziet. En dan gaan we dit voor de rest lekker vullen met tapijt. En dit is dan gewoon mijn woonkamer waar ik lekker kan zitten. Oké, ik heb ook wat potjes. Dat is ook wel heel leuk. En ik heb nog een tulp over. Die gaan we hier mooi plaatsen. En misschien kunnen we de volgende keer bij de bloemist wel hele mooie bloemen gaan kopen. Oké, maar deze deuren doe ik dicht. En wat ga ik hier maken? Ik moet natuurlijk ook een soort van keuken hebben. Nou, ik denk dat ik de keuken hier ga maken. Want het is heel klein. Dus hier zetten wij gewoon een koelkast neer. En daar ga ik gewoon allemaal eten in stoppen. Zoals dit brood. En dan hier in de hoek doe ik een kastje. En hier doe ik een laadje. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. En dan hierboven doe ik gewoon nog een laadje. Het is wel een beetje klein hier. Maar het gaat om het idee. En hier kan ik dan gewoon al mijn eten in stoppen. Alleen ik heb nu geen ruimte voor de kraan. Ik moet natuurlijk wel een kraan neerzetten. Weet je wat? Deze twee gaan we gewoon even weghakken. Want ik moet een kraan hebben. Oké, dan zet ik hier een kastje neer. En dan zet ik hier de kraan neer. Kijk, dit is toch super mooi. En dan hier doen we natuurlijk ook weer even lekker wat rode tapijtjes. Maar ik denk dat het tijd is om de slaapkamer te gaan doen. En ik vind dit wel een hele mooie plek voor een slaapkamer. En ik ben trouwens heel benieuwd hoe Mick het heeft gedaan. En oh, Mick staat nog voor zijn deur. We gaan gewoon even heel snel naar Mick naar binnen. En dit is zijn slaapkamer. Oh, kijk hoe super mooi dit eruit ziet. En hoe ziet het er beneden uit? Hier heeft hij een stoel en... Oh, dit is zo mooi. Alleen mijn huis moet natuurlijk wel heel veel mooier worden. Mick heeft zelfs stoelen in de tuin staan. Oké, de chillplek, die hebben wij hier beneden al. Alleen, wat gaan we hier neerzetten? Hier gaan we denk ik gewoon een kastje neerzetten op deze manier. Dan doen we daar gewoon even een boekenplank op. En wij moeten natuurlijk ook de standaard dingen hebben. Namelijk een crafting table. Dus eens even kijken. Ik zet hier een crafting table neer. En met de crafting table heb ik meteen een kistje gemaakt. En die gaan we ook neerzetten. En kijken hoe mooi het eruit ziet. Oké, dan zetten wij in de hoek, zetten wij hier gewoon een stoel neer. Nee. We zetten de stoel, zetten wij hier neer. Kijk hoe mooi. En dan, we hebben zoveel tapijten. Overal moet rood zijn. Dus hier doe ik ook nog even rood tapijten. Oh, dit is echt een super mooie kamer. Alleen moeten wij wel een schilderijtje hebben hangen. Kijk, nu is hij nog mooier. We moeten natuurlijk ook wat licht hebben. Dus kijk, deze gaan we weghalen. Hier zetten we gewoon even een lichtje neer. En die doen we hier ook. En dan denk ik dat deze kamer zo helemaal klaar zijn. En dan moet ik boven, moet ik verder gaan. Laat trouwens even weten in de comments of ik het een beetje mooi inricht. Of moet ik het anders gaan doen? Want ik ben hier gewoon niet zo goed in, oké? Oké, we hebben hier meteen weer een schilderijtje neergehangen. Kijk, dit ziet toch super mooi uit. En kijk, we hebben ook item frames. Ik doe hier gewoon twee item frames. Alleen, wat ga ik daarin doen? Ik doe daar nu gewoon rood wol in, oké? Kijk, zo. En dan hier. Oh, nee, dit is niet de bedoeling. En dan hier ook rood wol. En dan hangen wij hierboven, hangen we even twee lampjes. En kijk hoe mooi dit eruit ziet. Alleen, nu moet ik de slaapkamer gaan maken. We beginnen natuurlijk gewoon met de twee bedden. Zo, en dan kijk, dan doen we daar even twee nachtkastjes naast. En heb ik
ik er nog een. Ik heb er maar één. Nee. Oh, ik heb wel deze. Die kan ik ook neerzetten. Weet je wat? Misschien is dat wel mooier. Deze gaat gewoon weg. En ik heb nu twee nachtkastjes. En daarop zetten wij even wat bloemetjes. Alleen ik heb helemaal geen bloemen meer. Oh, wacht. Die ga ik buiten meteen hakken. Hallo, bloemetjes. Kijk, hier is een rood bloemetje. En weet je wat? Ik doe ook wel een geel bloemetje. Omdat ik het van Mick heb gekregen. Dus zo. En dan kijk er hoe mooi dit eruit ziet. En dan doen we hier gewoon even wat boekenkasten. Kijk, deze moet wel weg. Dat is niet mooi. En dan hangen wij hier gewoon een schilderijtje neer. En dan hier doen we ook een schilderijtje. En dan maken we het ook hier af met lekker wat tapijt. En dan is het gewoon mijn slaapkamer. Oké, ik denk wel echt dat dit een heel mooi huis is. Alleen laat even weten in de comments wat ik nog mooier moet maken. Maar we hebben nog meer spulletjes. Want we hebben zelfs een hekje. En we hebben natuurlijk een brievenbus. En we hebben nog een bankje. Of we hebben ook nog stoeltjes. Wacht, misschien kan ik hier nog een stoeltje neerzetten. Kijk, hier zet ik een stoeltje neer. En hier beneden, kijk, dit gaan we gewoon weghalen. We zetten hier gewoon een stoeltje neer. Oké, ik heb er nu nog twee over. Alleen die gaan we buiten neerzetten. Kijk, hier zetten we er een in. Hier zetten we er een in. Heb ik dan ook nog een tafeltje. Ja! Kijk, dan kan ik gewoon voor mijn huis kan ik lekker eten. En de brievenbus, eens even kijken. Die zetten wij hier neer. Dat vind ik wel een hele mooie plek. En hier voor mijn huis zetten we gewoon nog een bankje neer. En kijk dan hoe mooi dit eruit ziet. Oké, we hebben ook nog een hek. Dat hek kunnen we ook gaan gebruiken. Die gaan we gewoon hier neerzetten. Ik denk dat dit wel heel erg mooi is. En verder ga ik dit hek gewoon bewaren. Want dan kan ik het namelijk helemaal mooi afzetten een keer. Weet je wat ik trouwens nog doe? Kijk, ik doe het nog op deze manier. Zo, hier zet ik wat hekjes neer. En hier doe ik even een hekje, zodat ik echt mijn eigen tuintje heb. Oh, dit is zo mooi. En bim. En oh, kijk hoe mooi dit eruit ziet. Ik word nu wakker in mijn hele mooie Minecraft huisje. En in de vorige aflevering hadden wij dit huisje helemaal mooi ingericht. En kijk eens hoe mooi het eruit ziet. Ik heb zelfs een stoel. En op deze stoel kan ik zelfs zitten zoals je ziet. Ook al zit ik er wel een beetje raar op. Maar mijn huisje is best mooi. Alleen hij kan nog wel wat mooier worden. Want de keuken is niet heel mooi. Maar dit ziet er allemaal wel heel mooi uit. Alleen we hebben geld nodig om de stad ook mooier te maken. Want kijk dan hoe lelijk de stad eruit ziet. Mick, hoi. Ja, hi, Jessie. Mick, we hebben echt een probleem. Ja, we hebben echt geld nodig, want dit gaat niet goed. Nee, Koeburg is zo mooi. En een schaapstad is helemaal lelijk. Want zoals je ziet, de hele stad is nog in aanbouw, Mick. Het is echt niet mooi. Ja, de builder. We moeten gewoon echt meer regelen voor de builder. Dit is niet goed. Heb jij misschien een idee wat we kunnen doen, Mick? Want de stad is echt heel erg lelijk. Ik heb dus wel een plan. En namelijk, we kunnen een overval plannen op natuurlijk Koeburg. Nee, maar wat gaan we overvallen dan, Mick? Ja, ik dacht, ik ga vandaag gewoon eventjes kijken in Koeburg en kijken wat we kunnen overvallen. Oké, ja, ik weet dat ze een bank hebben, dus daar kunnen we naar kijken. Of een winkeltje. Precies. Ik ga gewoon even rondkijken in Koeburg. Ja, is goed. Ik ga gewoon een spion spelen voor vandaag. Oké, maar dan moet je me daarna wel allemaal vertellen wat je daar hebt gezien, oké? Ja, ik ga je 100% alles vertellen, Jesse. Wat ga jij doen dan? Ik weet het niet, Mick. Ik ga gewoon wachten tot jij terug bent en dan gaan we gewoon samen een plan maken om heel veel geld te stelen. Ja, ik vind dat echt een goed plan. Oké, ik ga gewoon gelijk naar Koeburg. Ik moet hem wel verdedigen, want je weet maar nooit. Ja, oké. Wil je een zwaard hebben, Mick? Ik heb nog een diamond zwaard. Oh, je hebt nog een diamond zwaard? Oké. Nou, Mick, heel veel succes, ja. Ik heb trouwens nog een leuk extra iets. Wat heb je dan? Ik heb meubels verkocht aan Santino. Heb je meubels verkocht aan Santino? Ja. En ik heb 10 diamond en 10 gold gekregen daarvoor. Oh, de Santino weet dat we hier zijn. Ja. Santino die was erachter gekomen. Oké. Maar deed hij wel een beetje aardig tegen je, Mick? Ja. Hij heeft zelfs gewoon rustig betaald. Dan is het nog leuker om de winkel te overvallen. Ja, precies. Nou, hij had echt veel diamonds. Dus had hij echt veel diamonds? Ja, hij had er gewoon 10 bij zich. Oh, dus die moeten we allemaal stelen. Jesse, er is geen tijd te verliezen. Ik ga doei, Mick. Oké, nu Mick naar Koeburg is, kan ik meteen wat anders leuks doen. Want ik kreeg een paar comments van jullie. Mick is namelijk wat vergeten af te leveren bij mij, want ik wou een paar mooie berenhoofd hier aan de muur hebben, want dit is natuurlijk super lelijk, dus die itemframes die gaan we weghalen. Alleen Mick is nu best wel rijk, omdat hij allemaal dingen van Santino heeft gekregen, dus ik heb geen zin om te betalen en Mick is het ook gewoon vergeten. Dus wij gaan gewoon even naar het winkeltje van Mick toe en volgens mij is Mick weg. Oké, Mick is niet meer een schaapstad, daar ben ik blij mee en ik ga hier gewoon naar binnen. Hallo Mick! Oké, Mick is hier niet. Nou, wat ik dan kan doen, dan kan ik gewoon wat dingetjes stelen, want kijk, die wil ik heel graag hebben. Zo, dankjewel. En deze beer, die wil ik ook heel graag hebben. Oké, jullie mogen niet tegen Mick vertellen dat ik dit heb gestolen, oké? Zo, dan pakken we even dit berenhoofdje. En nu ga ik weer terug naar mijn huisje. En dan ga ik die berenhoofden natuurlijk meteen
meteen neerzetten, want volgens mij gaat dat er echt heel mooi uitzien. En oh, ik ben zo benieuwd of Mick terugkomt. Ik ben echt benieuwd wat hij allemaal gaat tegenkomen in Coburg. Maar eerst, kijk, hier doen we een beerhoofd en hier doen we ook een beerhoofd. En kijk dan hoe vet dit eruit ziet. Oh, dat had ik echt veel eerder moeten doen. En mijn keuken is best wel lelijk. Ik moet mijn keuken wel iets mooier gaan maken. Dus ik ga mijn huisje weer een beetje verbouwen. Kijk, dit hier ga ik gewoon even allemaal weghakken. Zo, wegwezen. En ik denk dat ik hier gewoon mijn keuken ga maken. Dus koelkast, kom even met mij mee. En dit kastje, die moet ook even met mij meekomen. Zo, dankjewel. En dan denk ik dat wij de keuken gewoon hier gaan maken. Oké, we pakken even alle keukenspulletjes bij. Mijn inventory is zo vol. Ik moet het even gaan legen. Oké, we doen hier een kastje. We doen hier een kastje. En waar is de koelkast? We zetten hier de koelkast neer. Of, oh nee, dat kan niet. Ik zet hier de koelkast neer. Oké, de keuken is nu wel iets mooier. Maar we moeten natuurlijk ook nog een crafting table hebben. Die zetten wij hier neer. En dus even kijken. Oeh, deze moet ik natuurlijk ook neerzetten. Oké, deze gaan we weghalen. En we zetten deze hier gewoon neer. En om het af te maken doen we hier een painting. En oh ja, oké. Het ziet er echt een stuk mooier uit. Maar we moeten natuurlijk de furnace ook nog neerzetten. Dus kijk, dit hier onder de trap is nu een hele mooie plek voor de furnace. En nog een painting. En nog een painting. Eens even kijken. En kijk er hoe mooi dit eruit ziet. Ja, ik denk dat dit mijn huisje wel een stukje mooier maakt. Laat het even weten in de comments. Maar aangezien we moeten wachten op Mick, denk ik dat ik even een klein farmpje ga maken. Dus ik heb even een hoog gemaakt van hout. Want ik heb gewoon niet heel veel spullen. Ik heb maar één iron en ik heb maar één goud. Ik ben heel arm. En mijn hele inventory zit vol. Dus eens even kijken. Ik zet hier gewoon even een chest neer. Ik heb helemaal geen ruimte meer voor een chest. Waar moet ik die neerzetten? Ik weet het niet. Kan ik hem boven neerzetten? Bim. Ja. En dan ga ik gewoon even heel veel spulletjes in doen die ik nu niet ga gebruiken. Zo, wegwezen. Kijk, die heb ik nodig. En ik heb natuurlijk mijn hoon nodig, want ik wil een klein farmpje maken, want ik heb niet heel veel eten. Ik had wel heel veel eten, alleen volgens mij heb ik dat in de chest gedaan. Ja, ik heb heel veel brood, alleen ik wil nog meer brood hebben. In de volgende aflevering wil ik namelijk misschien een diertje gaan kopen en die moet ik natuurlijk wel kunnen voeren. Oké, we zetten hier even een crafting table neer en ik heb net genoeg iron om even een schep te maken. En dan ga ik hier gewoon even wat ruimte maken, zodat ik even een heel simpel farmpje kan maken. Want zeg nou eerlijk, ik moet natuurlijk wel wat eten hebben, want dat brood gaat natuurlijk ook een keer op. Dus dan doen we even dit, gaan we dit even helemaal met die ho doen en de ho is gewoon letterlijk nu al bijna kapot. En daarna gaan we het helemaal volgooien met zaadjes en dan hebben we echt heel veel, heel lekker eten voor heel lang. En de ho is kapot, dus kijk, we kunnen nu alle zaadjes gaan planten en volgens mij gaat het er nog best wel mooi uitzien ook bij het water. En het leuke is, aangezien Mick en ik een beetje samenwerken, kijk, Mick mag hier ook gewoon van pakken. Dit is gewoon onze gezamenlijke farm op dit moment. En dit zijn de laatste twee stukjes en oh, dit gaat zoveel eten opleveren. Maar de volgende keer wil ik dus een diertje gaan kopen. Alleen ik zit te kijken, waar kan ik mijn dierhokje plaatsen? Ik weet het niet. Ik denk dat ik die gewoon naast mijn huis ga zetten. Maar ik kan er letterlijk niks meer doen. Ik moet gewoon wachten tot Mick terug is. Nou, ik denk dat ik hier op mijn bankje ga zitten. En ik ga gewoon lekker chillen. Jesse. Ja, Mick, hallo, hallo. Ik ben eindelijk terug. Ik heb zo lang gewacht. Ja, yes. Ja, ja, wat is er? Wat is er? Ja, het is weer helemaal nacht, maar ik heb zoveel gezien. Het duurt er zo lang. Ja, wat is er allemaal, Mick? Het minst belangrijke. Ja, wat is er? Er is iets gestolen uit mijn winkel. Er is iets gestolen uit jouw winkel? Ja. Wie heeft dat gedaan, Mick? Ja, geen idee. Maakt het niet zo uit. Maakt helemaal niks uit. Nee. Maakt niet uit. Belangrijk is, ik heb één ding. Nee, ik heb twee dingen. Oh, je hebt twee dingen. Oké. Ja. Kom erop. Eerste ding, ik begin met het minst belangrijke. Ja. Eerste ding is dat we de bank moeten gaan overvallen. Moeten we de bank overvallen? Ja, ik ging ook bij die bank hier kijken. Maar Mick, dat is zo lastig. Ja, 100%. Dat is lastig. Het heeft twee camera's, dus dat wordt wel moeilijk. Ja. Maar ik dacht dat hij allemaal diamonds had en die moeten we gaan overvallen, Jesse. Oh, ik wil ook die diamonds hebben, Mick. Ik wil gewoon rijk worden dat we de hele stad kunnen bouwen. Ja, kijk, we kunnen wel een supermarkt overvallen, maar dat heeft dan maar 10 gold. Ik wil die diamonds. Ja, ik wil ook diamonds hebben, Mick. Oké, maar genoeg over diamonds. Ja. Nog belangrijker. Nog belangrijker zijn die diamonds. Ja. Wat dan? Ik zag Satino en Giel praten. Ja, wat zeiden ze? Ja, oh, dit ga je nooit geloven. Wat is er? Vertel het nou, Mick. Ja, ze hebben een geheime tunnel. Ze hebben een geheime tunnel? Ja, maar dat is niet het enige. Wat dan? Kijk, ik ging dus in die geheime tunnel, want ik wou even kijken. Ja. En ik kwam iets tegen. En ik weet wat kwam je tegen dan? Het was een soort winkeltje, maar ik... Een winkeltje? Ik durfde niet verder te kijken. Was het de winkel van Satino of Giel? Nee. Het was een ondergrondse winkel. Een ondergrondse winkel? Ik zag daar iemand staan. Ik keek hem een beetje aan, maar toen ben ik gelijk weggerend. Want ik dacht, dan moet ik Jesse vertellen. Ik durf niet. Dus Jesse, jij gaat maar lekker zoeken. Zal ik er gewoon heen gaan, Mick? Ja, ik ga lekker in mijn kamertje. Hey, succes, hè. Oké. Wel terug. Ik ga eens even slapen, Mick. Oké. Ik ga ook slapen. Maar Jesse, ik durf echt niet. Jij moet maar lekker Ik ga dan morgen heen.
Oké, dan ben ik heel benieuwd wat ik daar ga tegenkomen. Oké, ja, ik ook. Laat me het weten. Ja, is goed. Oké, ja, wat trust hem ik? Yes, deze krijg je van mij. Hier, oh, wacht, dat krijg ik van jou. Wat? Een geel hoedje. Nee, ik wil geen geel hoedje. Nee, ik wil een rood hoedje. Oké, dat deze. Voor onderweg. Nou, wat heb je dan? Deze is leuk. Oh ja, die ga ik me aandoen. Dankjewel, Mick. Wel trusten, een hele goede morgen. Het is inmiddels een dag later. En Mick vertelde ons over een geheime bunker. En die moet ik nu gaan vinden. Oh, ik vind het zo spannend. En in de bunker vond Mick gewoon een of ander winkeltje of zo. En oké, ik ben heel benieuwd wat er is. En ik ga er gewoon heen. Mick durft er niet mee. Ik ga het gewoon doen. Alleen er is één probleempje. Ik moet wel eerst de ingang van de bunker vinden. Want dat heb ik helemaal niet aan Mick gevraagd. Maar misschien ga ik die wel heel gauw vinden. Die bomen daar. De laatste keer dat ik hier liep, waren die bomen er niet. Oké, misschien is daar maar gewoon een geheime ingang. We gaan hier meteen kijken. En wat? Ik zag gewoon trapdoors zijn. Ik denk dat dit de bunker is. Oké, ik ga hier denk gewoon naar beneden toe. Ik ga kijken wat ik allemaal hier ga vinden. Wat? Dit is echt een super lange tunnel. En ik denk dus dat deze tunnel helemaal naar Coburg gaat. En wat zijn Santino en Giel allemaal van plan, joh? En oh nee, oh. Is dat daar nou het winkeltje in de verte? Oké, ik moet heel voorzichtig zijn. Hier was Mick net ook. En die wou dus niet daar lopen. En hallo? Hallo, meneer? Wat doe jij hier? Wegwezen. Wat heeft u allemaal voor spullen achter u? U heeft allemaal wapens. Dat kost allemaal heel veel geld. Meneer, ik wil een wapen hebben, alleen ik heb helemaal geen geld. Dan krijg je helemaal niks. Hoe heb je mijn winkel eigenlijk gevonden? Je komt toch niet van de politie, hè? Nee, ik kom niet van de politie. Ik kom uit Schaapstad. En ik wil een winkel overvallen, maar dat mag je niet doorvertellen, oké? Ik heb gewoon wapens nodig. Ja, oké. Maar dan mag je ook niet doorvertellen aan de burgemeester van Coburg dat ik hier een winkeltje heb. Nee, dat ga ik niet doen. Maar dan wil ik wel wat wapens hebben, want anders ga ik het wel vertellen. Je krijgt wel wat korting van me, oké? Ja, hoeveel moet ik dan betalen voor al die wapens? Ja, ik heb een leuk pakket voor je, maar dat kost je wel 10 goud. 10 goud, maar dat heb ik helemaal niet. Dan moet je er maar achteraan gaan, want anders krijg je helemaal niks van me. Oké, ik ga ergens 10 goud regelen. Ik kom straks terug, oké? Ja, is goed. Wees maar snel. Oh, ik moet er 10 goud gaan regelen en ik weet dat Mick goud heeft. En dan moet ik weer helemaal terug naar Schaapstad, want daar heb ik echt geen zin in. Oké, ik denk dat ik gewoon naar Coburg ga en misschien kan ik daar wat stelen. Of ik kan misschien weer bloemetjes verkopen, dat is in de vorige aflevering. Oh, dat is een supergoed idee. Oké. Maar hier gaat het water weer omhoog. Wat kunnen we hier allemaal zien? Wat, er staan hier twee furnaces en er staat gewoon een crafting table. En hier zit allemaal steen in. Iemand heeft het dus gewoon gemaakt. En wat zijn al die laddertjes hier? Wat is dit? Hallo? Oh, nee. Dit is Coburg. Wat? Coburg heeft gewoon een hele eigen ondergrondse gang. Oh. En wat? Volgens mij is er Santino en Giel hier boven mijn hoofd. Oh, het moet echt heel stil zijn. Ik zie ze gewoon. Santino, heb jij toevallig 10 goud voor mij? Ja, dat heb ik zeker liggen. Dat ligt in het kantoor in de gemeentehuis. Maar waarvoor heb je het nodig? Ze hebben gewoon goud. Ja, ik heb gewoon goud nodig. Ik heb een superleuk idee. Kun je even helpen? Of? Oh ja, ik kan even met je meelopen als je wil. Ze hebben gewoon goud, dan moet ik echt gaan stelen. Giel zei dat er goud lag in het gemeentehuis. Alleen, dat kan ik wel gaan stelen. Alleen, ik moet wel uitkijken dat ze me niet gaan vinden. Oké, ik denk dat ik hier naar boven kan. Santino en Giel zijn weg. Oké, daar ben ik heel blij mee. En volgens mij is dat het gemeentehuis. En dan moet ik daar dus ergens 10 goud zien te vinden. En daarmee kan ik de wapenhandelaar gaan betalen. Oké, hier ben ik echt heel blij mee. Hallo, is hier iemand? Nee. Alleen, waar kan ik dan het 10 goud gaan vinden? Ik denk hier op het kantoor. Oh, wacht. Hier staat een kist. Hier zit 10 goud in. Oké, dat is precies genoeg. Dan kan ik de wapens kopen. Oh, ik ben hier zo blij mee. Alleen nu moet ik weer heel gauw terug naar het riool. Want anders gaan ze me hier misschien in de stad wel zien. En daar heb ik echt geen zin in. Hallo, is hier iemand? Nee, oké. Ik ga heel gauw terug het riool in. Doei. Oké, ik ga meteen naar het wapenwinkeltje doen. Want ik wil al die wapens hebben. Want daarmee kunnen we de bank gaan overvallen. Hallo, meneer. Hallo. 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 Ben jij in de weer? Ja, ik heb het geregeld. Kijk, ik heb 10 goud, dus is het goed? Dat ziet er goed uit, hoor. Ja, maar dan wil ik nu de wapens hebben. Ja, maar dan moet je even tot morgen wachten, want dan bezorg ik ze naar je. Tot morgen wachten? Ja, er zit een wachtperiode op. Ik woon in Schaapstad, alleen niet mij oplichten, hè? Ja, dat komt helemaal goed. Ja, oké. Nou, als ze er morgen niet zijn, dan kom ik terug en dan heb je echt ruzie met mij. Dat zullen we nog wel zien. Komt goed. Die hebben ze morgen gewoon voor jou. Oké, doei. Oh, ik hoop maar dat ik die wapens morgen ga krijgen. Want als ik ze morgen niet krijg, heb ik echt een probleem. Dan ben ik gewoon mijn 10 goud kwijt en dan zit ik dus echt niet op te wachten. Maar ik ben echt benieuwd wat we gaan krijgen, want ik zag een pistool, ik zag een mitrailleur en ik zag zelfs een granaat. Nou, ik ga gewoon meteen naar mijn bed toe en dan ga ik gewoon wachten tot het morgen. Ik ben zo benieuwd wat we gaan krijgen. Oké, we zijn weer aangekomen bij mijn huis. En ik kan ook niet wachten om een Mick te vertellen. Alleen ik hoop wel echt dat er binnenkomt. Want anders is het heel erg jammer. Maar de zon begint eronder te gaan. Ik ga lekker slapen. En dan moet ik wachten tot morgen. En hopelijk staat dan alles voor mijn deur. En
ik word wakker. Een hele goede morgen. En ik ga even kijken of mijn pakketje er al staat. En ik zie echt helemaal niks. Volgens mij ben ik opgelicht. Oké, ik ga even kijken. En ik zie een pakketje staan. Voor Jesse Knijn. Oké, deze is voor mij. En dan zit hier al mee wapens. En ja, kijk dan al. Een bazooka, een grenade launcher, machine pistool, een heavy rifle, een normaal pistool. En kijk dan hoeveel spullen hierin zitten. En ook heel veel kogels. Dit is zo vet. Oké, ik wil meteen even één wapen proberen. Oké, we gaan de granaat proberen. We gaan die gewoon gooien. Bim. En gaat er dan ook ontploffen. Wat? De granaat werkt ook gewoon. Alleen, er is helemaal geen gat in de grond. Oké, alle andere wapens gaan we een andere keer proberen. Alleen, ik heb echt een superleuk idee. Ik moet al deze wapens, die moet ik natuurlijk gaan verstoppen. Want ik wil niet dat Santino of Giel deze wapens gaat vinden. Dus wat nou als ik gewoon een soort van eigen wapenwinkel ga starten? Oké, ik denk dat het een heel goed idee is. Alleen, we moeten natuurlijk wel eerst een plek daarvoor vinden waar ik dat dus wil gaan doen. En ik denk dat die onder de winkel voor Mick echt een super goede plek is. En Mick vindt dat vast niet erg, want we gaan samen natuurlijk de bank overvallen. Alleen, ik heb toch helemaal geen zin om dat helemaal te gaan bouwen. Ik heb daarvoor de builder nodig. Alleen de builder, die is helaas op dit moment niet in de buurt. Dus ik denk dat ik de builder gewoon een brief moet gaan sturen. Maar voordat wij een brief gaan sturen, moeten we eerst even naar Coburg, want daar is namelijk het postkantoor. Oké, maar we moeten natuurlijk wel een brief eerst kopen. En ik heb niet heel veel geld. Ik heb al mijn geld uitgegeven aan deze wapens. Maar volgens mij heeft Mick nog wat goud ergens in zijn huis te liggen. Hallo Mick. Mick is niet thuis. En dan ga ik het gewoon stelen. Oké, hier zit gewoon 10 goud in. Ik ga het gewoon meenemen. Sorry Mick. En ik ga meteen naar Coburg. Want ik moet de builder meteen een brief sturen. Want ik wil zo graag een eigen ondergrondse winkel hebben. Oké, we hebben hier natuurlijk allemaal water. Ik moet even een iets snellere manier hebben om natuurlijk naar Coburg te komen. Dus eens even kijken. Mijn hele inventory zit weer vol. Oké, kijk. Ik zet hier even dit neer. En dan maak ik even een bootje op deze manier. Zo. En dan dit hout. Ik ga het gewoon lekker weggooien. En met dit bootje kunnen wij super snel naar Coburg. En volgens mij was hier ergens een geheime ingang van Coburg. En dat is wel echt heel erg vet. Ik denk dat wij gewoon hier naar binnen gaan. Want dan zijn we uiteindelijk ook veel sneller. En waarom staat hier geen bootje? Hier stond toch een bootje? Waar is die nou weer? Ik heb mijn eigen bootje ook helemaal niet meegenomen. Weet je wat? Ik ga wel gewoon lekker rennen. En dan komen we ook meteen het winkeltje tegen. En dan kunnen we de mannen bedanken voor alle wapens. Hallo meneer. Wat? Deze meneer is gewoon weg op dit moment. Ik kan nu de wapens stelen. Oké, dat ga ik niet doen. Dan wordt hij waarschijnlijk heel boos op mij. Het enige wat ik nu moet doen is een brief sturen naar de builder. Want ik wil mijn eigen wapenwinkel maken. Oké, we gaan hier weer omhoog. En ik moet niet mijn wapen vast hebben. Want ik moet natuurlijk wel een beetje vriendelijk zijn. En hallo! Stel aangekomen bij het postkantoor. Hallo Peter en de postbode. Alles goed met jou? Ik wil heel graag van jou even een boek kopen. Zo, eentje. Ja, dat is wel genoeg. En dan hier kan ik het meteen op de post doen. Oké, hallo builder. Ik wil een geheime ondergrondse kamer. Wil je die voor me bouwen? Ik betaal je 9 goud, want ik heb nog 9 goud over. En dat boek ga ik meteen op de post doen. Dan ben ik zo benieuwd of wij een berichtje terug gaan krijgen van de builder. Alleen dan moet ik weer helemaal naar huis toe om in mijn brievenbus te kijken. Waarom is die builder nou weer zo weg? En waarom is die zo duur? Ik wil ook zo'n mooie stad als Coburg. En we zijn weer thuis aangekomen en ik ga meteen in mijn brievenbus kijken. Ik hoop echt dat wij meteen een brief terug hebben. Dit pakketje hier, die moet trouwens even weg. Zo, wegwezen. En we gaan kijken. Ja, we hebben een boek gekregen. Oké, wat staat er in de boeken? Dat is goed. Geef me 1 nachtje en doe het goud in de kist. Groetjes de builder. Wat, maar alleen welke kist bedoelt de builder? Ik denk dat wij naar het winkeltje moeten. Ik denk dat de kist daar staat. Hallo, staat hier een kistje? Ja, staat hier een kistje. Is dit het kistje van de builder? Ik denk het wel. Ik doe hier gewoon een 9 goud in. En nu moet ik volgens mij een nachtje slapen. En dan hoop ik dat hier onder een hele grote kelder zit met allemaal wapens. Ik kan echt niet wachten. Alleen nu moet ik weer een nachtje wachten. Dit duurt allemaal zo lang. Ik wil gewoon mijn eigen winkel hebben, oké? Ja, ik ga weer slapen. Alleen het is nog helemaal geen nacht. Ik ga gewoon alvast mijn bed in. Een hele goede morgen. Ik heb echt super lang geslapen. En als het goed is, is nu de geheime kelder helemaal af. Alleen de vraag is, waar is de geheime kelder? Het kistje is in ieder geval weg. Dus de bulder is er wel geweest, denk ik. Alleen waar is de geheime kelder? Is de geheime kelder hier? Wat? Ik zie helemaal geen kelder. Wat is dit nou weer? Waarom zie ik geen kelder? Oké, in het winkeltje is het niet. Is het misschien dan achter het winkeltje ook niet? Of is het misschien hier een... Ja. Ik denk dat dit geheime kelder is. Oké, als ik dit open doe, dan kan ik naar beneden. Kijk hoe vet dit eruit ziet. Ik kan niet wachten om
om dit volgende keer ook aan Mick te laten zien. Oké, ik doe meteen de luikjes weer even dicht, want niemand mag weten dat het hier zit. Dus jullie mogen het ook niet tegen Santino en Giel vertellen. Oké, we gaan naar beneden. Ik pak mijn wapen erbij. Misschien zitten er wel al mensen. Wow, er hangt echt gewoon een kamer en allemaal wapens aan de muur. Wat? Zelfs een gevangenis hier beneden. Allemaal hoofden aan de muur. Wat is dit allemaal? Weet je hoe super vet het is? En hiernaast is zelfs nog een kamer. Hallo, is hier iemand? Dit is een soort van vergaderruimte. En hier is de kaart van Schaapstad. Oh, dit ziet er zo vet uit. En met al die camera's erbij. En een hele vergaderkamer. En zelfs een gevangenis. Waarom is hier een gevangenis? Want dit is veel meer dan alleen een wapenwinkel. Maar volgens mij is dit gewoon mijn eigen wapenwinkel vanaf nu. Dus ik kan hier gewoon lekker achter staan. En dan staat hier een kistje. En dit is een kistje met een code. Oké, 1, 2, 3, 4. Dat is de code. En dan kan alleen ik de kist openen. En hier ga ik gewoon al mijn wapens in doen. Oké, nu weet ik zeker dat alle wapens veilig zijn. En ik heb gewoon mijn eigen winkeltje op dit moment. Oh, ik ben hier zo blij mee. We gaan echt heel makkelijk de bank kunnen overvallen de volgende keer. Een hele goede morgen. Ik word niet wakker in mijn bed. Natuurlijk in Schaapstad. En zoals je ziet is Schaapstad echt nog helemaal kaal en lelijk. En oh, het moet echt veel mooier worden. Maar Mick en ik hebben helemaal geen geld. Maar daarom gaan we natuurlijk Coburg overvallen. Oké, ik ga even naar buiten toe. En ik zie Mick al staan in de verte. En ik ga meteen de post even bekijken. En ik heb gewoon een brief gekregen. Van wie is deze brief? Van Santino. Uitnodiging. Wat? Oké, ik ga meteen lezen. Beste Jesse, graag willen wij je uitnodigen voor de opening van onze meubelzaak hier in Coburg. Wat? Er is ook een hapje en een drankje te nuttigen met vriendelijke groet Santino, de burgemeester. Oké. Nou, dan denk ik dat we hier vanavond heen moeten gaan. Mick, hallo. Heb jij ook die brief gekregen? Een brief? Huh? Ja, heb jij geen brief gekregen? Ik ga meteen checken. Kijk in je post. Kijk in je brievenbus. Oh, een uitnodiging van Santino. Ja, een uitnodiging. Ze gaan een winkel openen. Een meubelwinkel. Ze hebben ons nagedaan, Mick. Wow, wat hebben ze een meubel? Hey, ik ben de enige met een meubelwinkel. Ze hebben ons gewoon nagedaan, maar we zijn uitgenodigd voor de opening. Gaan we daar vanavond heen? Ja, ik was me even aan het lezen. Jazeker, tuurlijk gaan we daar vanavond heen. Dus het leuke is, ze weten niet eens dat wij wat van plan zijn, Mick. Nee, wij gaan natuurlijk een overval plegen. Ja, ik ben echt benieuwd hoe lelijk die meubelwinkel is vergeleken met die van jou, Mick. Ja, weet je, die van mij is sowieso veel mooier. Ik maak me niet druk. Nee, ik ook niet. Maar Mick, Schaapstad is nog steeds heel lelijk. We moeten echt opschieten met die overval. Ja. Ja, we hebben echt meer diamonds nodig. Trouwens, Jesse. Ja, we hebben echt veel meer diamonds nodig. Ja, wat is er, Mick? Ja. Ik was gisteren in die tunnel en jij zou gaan kijken. Ja. Wat is er eigenlijk nog allemaal gebeurd? Oh, dat heb ik jou nog helemaal niet verteld. Nee, Mick. Wat is het nou? Oké, ik heb daar wapens gevonden. Uh-huh. En ik heb ook een geheime wapenwinkel gemaakt. What? Onder jouw meubelzaak. Onder mijn meubel. Ik weet niet of dat mag. Ja, onder jouw meubelzaak. Sorry, Mick. Hoe heb je dat betaald? Ik heb ook wat goud van jou gestolen om de builder te bepalen. Maar dat vind je vast niet erg, hè? Ja, nee, dat vind ik niet erg. Maar dan kan je ook gewoon vragen. Ja, maar je was al weg. En Mick, we gaan alles stelen met die wapens. Ja. En dan hebben we heel veel geld. Oké. Maar ja, oké. Nee, oké, ik vergeef je. Ik vind het niet heel chill, maar... Oké, dankjewel, Mick. Nee, sorry. Maar je krijgt het terug van me, oké? Ja, ik ben wel echt benieuwd trouwens naar die wapen. Ik ga dat straks wel even checken ook. Ja, maar Mick. Kijk, we hebben nu wapens. Alleen, we moeten ook nog zien te vluchten. Dus we hebben eigenlijk iets nodig om te vluchten. Jesse, daar heb ik al een mooi plan. Plannetje voor me dan. Heb jij al wat? Ja, zullen we even gaan kijken? Oh, wat is jouw plan? Waar moeten we gaan kijken dan? Wat heb jij dan? Jij denkt leuk met je wapenwinkel, maar ik heb ook iets geregeld hoor. Heb jij ook wat geregeld? Ja, zeker. Man. Wat heb jij geregeld dan, Mick? We gaan hier even naar Schaapstad toe. Wat hebben we nodig om te vluchten? Een bootje. Dat is het niet. Misschien Een fiets. Heb je een fiets? Nee. Kijk, zie je dat? Een paard. Je hebt paarden geregeld. Nee, kijk eens in de verte. Zie je dat oranje? Waar staat er gewoon een compleet nieuw gebouw? Ja, ik heb mijn tweede winkel geopend. Ik ben lekker bezig. Heb jij een tweede winkel geopend? Ik heb nog helemaal niks geopend. Nee. Of, een wapenwinkel heb ik geopend. Maar jij hebt geluk, Jesse. Jij hebt gratis dingen bij mijn winkel. Hè. Ik heb gratis dingen. Mag ik alles gratis pakken? Nou, deze winkel is wel echt een dure winkel, hoor. Dus niet alles. Het is een dure winkel, maar wat is er dan? Ja, dit is perfect voor... Om te vluchten in zo'n auto's. Wat
heb jij gewoon auto's gekocht en een eigen autowinkel gemaakt? Ik heb mijn eigen autowinkel, zeker weten. Wat? Kijk. Maar een tractor, maar die gaan we natuurlijk niet meenemen. Nee. Die is veel te sloom. Kijk, deze is jouw kleur, rood. Ja, maar dit is jouw kleur. Wat ga? Ja, maar ik kan ze in alle kleuren maken, hè? Elke auto. Ik denk dat we deze auto moeten gebruiken. Maar kunnen we supergoed vluchten, alleen werkt de auto ook. Nou ja, stap maar in, rij maar even een stukje. De auto werkt niet, Mick. Auto werkt Nee, Mick. Nee, er zit geen benzine in, Mick. Oh. Nou, je moet je wel een beetje goed voorbereiden, ja, hè, Mick? Kijk, dit zijn showmodels, hè. Oké, dus je hebt ook nog auto's die wel echt werken. Ja, kijk, deze werkt... Eentje werkt wel, volgens mij. Werkt deze auto? Nee, er werkt er nog geen één. Maar hier kunnen we niet met z'n tweeën, dus deze moeten we sowieso niet doen. Jesse, ik ga regelen dat deze auto... Dit moet je nog even oplossen, Mick, want dit is niet echt heel slim. Maar, Mick, ja. Mick, heb jij mijn wapenwinkel al gezien? Nee, ik heb jouw wapenwinkel nog niet gezien. Ik ben wel heel erg benieuwd eigenlijk. Dan kom, we gaan naar mijn wapenwinkel toe, want ik moet je wel vertellen. Het is niet alleen een wapenwinkel. Okay. Het is ook, weet je wat? We gaan er gewoon heen en dan laat ik het je zien, oké? Okay? Maar Jesse, heb je nou gewoon een wapenwinkel onder mijn winkel? Maar weet je, kijk, aangezien wij toch samengewerkt, ik dacht, dat vind je helemaal niet erg, Mick. Oh, maar, wat? Kijk, eigenlijk moet dit dicht zijn, maar als je dit allemaal open doet, kom maar naar beneden, Mick. Kijk eens wat wij hier allemaal hebben en... Blijf staan. Ik moet natuurlijk wel op mijn plek zijn. Ja, kom maar binnen. Welkom in mijn wapenwinkel, Mick. Oh, wat? Maar dit is hartstikke illegaal, Jesse. Wat heb je nou gedaan? Nee, dit is niet illegaal, Jesse. Mick. Hoezo is het illegaal? Je hebt dit onder mijn winkel. Nu ben ik medeplichtig. Wat doe je nou? Ja, maar Mick, we gaan samen een winkel overvallen. Ja. Oké, dat is waar. Dat is waar. Nou, okay, maar misschien zijn we al illegaal. Hier kunnen we lekker zitten en dan kunnen we vergaderen met misschien nog meer boeven. We zijn er met z'n tweeën. Je hebt een hele kaart, alles. Misschien kunnen er nog meer komen. Ja, ik heb een hele kaart, maar hier moet eigenlijk een kaart van Coburg komen. Maar ik durfde niet in eentje naar Coburg te gaan. Oké. Dus nu is het nog onze stad, of niet? Ja, dit is onze stad. Maar kijk, we hebben ook camera's aan de muur hangen. En kijk, we hebben zelfs gevangenis. Wat wij met deze gevangenis moeten, weet ik niet. Nou, dit heeft de builder gemaakt. Dit was niet mijn idee, maar weet je, misschien komt hij ooit wel een keer van pas, Mick. Dat gaan we wel vanzelf zien. Heb je allemaal wapens? Ja, dat is het leuke. Kijk, dit heb je helemaal niet gezien. Maar kijk, 1, 2, 3, 4. Dat is mijn code, Mick. Dan weet jij dat ook meteen. Oh! Ja. Ik wil een keer schieten. Wacht. Kijk. Kom. We gaan even naar buiten toe, ja? Oh. Ik heb namelijk een leuke leukste bij de hand. Wil mij schieten? Nee. Ik ga niet op jou schieten. Ik ben trouwens wat vergeten. Ik moet ook natuurlijk even wat kogels hebben. Dus kom. We gaan even naar buiten toe, ja? Ik heb namelijk een leukste bij de hand. Wil mij schieten? Nee, ik ga niet op jou schieten. Okay. Ik ben trouwens wat vergeten. Ik moet ook natuurlijk even wat kogels hebben, dus... Oké, ga je met me mee, Mick? Ja, waar gaan we op schieten dan? Ja, we gaan in de lucht schieten. Oh, hier, maar ja? Dit gaat ook heel veel helpen bij de overval. Dit is gewoon een overval, ja. Ah. Vind je nu echt dat ik hieronder gebouwd heb, Mick? Nee, ik snap het nu wel, ja. Oké, maar dit is de eerste keer dat ik ooit ga schieten met een pistool, Mick. Nee. Ik heb nog nooit geschoten. Nee, niet op mijn recht, hè? Nee, niet op mijn recht. Oké. Ik ga gewoon in de lucht schieten, ja? Hij werkt gewoon! Wow. Wil jij een keer schieten, Mick? Yes, ik heb een leuk idee. Mick, ga jij maar een keer schieten. Ik wil kogels. Jij mag een keer schieten. Hier heb je kogels, maar ik wil ze daar wel terug hebben, ja? Ja, kijk, dit is mijn winkel, dus dit mag natuurlijk. Nee, niet op mij schieten. Ga je glas schieten? Ja, ik wil een raam kapot schieten. Dat is toch zonde van je winkel? Kijk, we moeten weten of dit werkt. Ja, oké, doe maar, schiet maar. Doe maar. 3, 2, 1. Het werkt gewoon! Yes, allemaal! Grapje. Geef mijn wapen terug. Mag ik mijn wapen terug? Oké, dankjewel. Maar Mick. Kijk, die wapens moet ik nog wel allemaal even goed testen. Ik ga er vandoor, ja. Ik ga ze allemaal testen. Ja, is goed, Jesse. Ik ga ook nog even wat doen. Oké, doei. Nu wegwezen. Ja, oké. Hey, wat is dit nou opeens? Doei, Mick. Doei. Oké, ik ga alle wapens meenemen, want ik wil ze namelijk allemaal gaan testen. Want ik weet natuurlijk niet of ze allemaal ook werken. Dus eens even kijken. We nemen gewoon lekker alles mee. En dan moet ik denk ik even een plekje gaan vinden in het bos. Ik denk dat dat wel een heel leuk plekje is. En waar ga ik op schieten? Ik heb echt geen idee. Oké, laten wij beginnen met een machine pistool. Dat is een klein pistooltje, die gaan we proberen. En eens even kijken, waar ga ik op schieten? Ik kan op een paard schieten. Nee, dat vind ik zielig voor een paard. Of op de bijen. Bijen zijn wel heel vervelend. Hè? Waarom is het geen nacht? Dan kan ik een zombie vinden, maar het is nog helemaal geen nacht. Wacht, ik ga gewoon hier naar het water toe en kan ik hier misschien iets vinden? Misschien een paar vis of... waarom staat hier een schaap? Schapen wegwezen! Ik heb gewoon een schaap neergeschoten. Het werkt gewoon!
Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Ik wil gewoon eigen schietbaan maken. Alleen daarvoor heb ik natuurlijk wat schietschijven nodig. En gaan we deze ook proberen. Bim! Oh, deze is ook vet. Ik denk dat ik gewoon even terug naar de verkoper ga onder de grond. Want misschien kan ik dan wel allemaal schietschijven kopen. En dan kan ik hier gewoon een hele schietbaan maken. En dan kunnen Mick en ik supergoed oefenen. Want als er een winkel overvallen, moeten we natuurlijk wel nog een beetje oefenen. En waarom staat hier een paars schaap? Wegwezen, paarse schaap! Oké, ik denk dat het tijd is dat wij weer even naar Coburg gaan. Alleen, eerst moet ik natuurlijk weer even, ik moet even een bootje maken. En mijn hele inventory zit vol met allemaal wapens. Oké, ik zet hier een crafting table neer. En, eens even kijken. Ik heb hier ook wat hout. Hoppakee. En nu kan ik even een bootje gaan maken. En eigenlijk moet ik een keer een mooie boot gaan kopen. Want deze houten boot is helemaal niet mooi. En aangezien Mick auto's heeft, kan ik misschien ook ooit wel een keer een boot gaan kopen. Oké, de volgende keer kan ik misschien trouwens ook een auto van Mick kopen. Want dan kan ik ook heel snel naar de Coburg. Maar voor nu pakken we gewoon even een bootje. En dan gaan we naar de geheime bunker toe. Want ik moet van de meneer waarvan ik de wapens heb gekocht ook nog even wat andere dingen kopen. Want ik heb echt niet genoeg. En ik heb denk ik ook veel meer kogels nodig. En we zijn aangekomen bij de ingang. En oh, hier was dus mijn oude bootje. Nou, oké. Ik ga hem gewoon meenemen. Hallo Gans. Wat ben je allemaal aan het doen? Oké, loop maar weg. En lopen er allemaal paarse schapen. Die paarse schapen moeten weg. Paarse schapen wegwezen. Oké, goed zo. Kijk, er mogen hier alleen maar rode schapen komen. Oké, maar we gaan hier naar beneden. En ik moet natuurlijk geen wapen in mijn hand hebben, want dan schrikt die meneer. En ik ben heel benieuwd of hij nog wat dingetjes voor mij heeft. Hallo meneer, bent er? Meneer. Hallo. Hallo. Ben jij nou weer terug? Ja, sorry. En heel erg bedankt voor de wapens. Alleen, ik heb nog wat kogels nodig. En ik kan niet zo goed schieten, dus ik moet een beetje oefenen. Dus heeft u wat dingen voor mij dat ik kan oefenen misschien? Ja, ik heb een paar dingen, maar die kosten ook natuurlijk allemaal geld, hè? Ja, maar ik heb helemaal geen geld. Hoe duur is dat nou weer? Ja, dat zijn 5 gold. Ja, maar hoezo heb ik dat niet meteen bij de levering gekregen, al die kogels en dat om te oefenen? Ja, ik moet ook verdienen. Oh, okay, dan ga ik proberen weer gold te zoeken. Ja, maar ik vind het wel heel vervelend, meneer. Ja, dat maakt me niet uit. Je gaat er maar voor zorgen dat je die gold krijgt. Anders krijg je helemaal niks. Ja, oké. Ik ga het regelen. Doei. Yo, doei. Dag. Oh, nu moet ik weer helemaal goud gaan vinden. Alleen, ik heb toch geen idee hoe ik aan al dat goud moet gaan komen. Oké, ik ga denk gewoon naar Coburg. En ik zie het wel gewoon, oké. Alleen moet ik natuurlijk wel uitkijken dat ze me niet gaan betrappen. Want als ik wat ga stelen, dan kunnen ze dat natuurlijk zien. En dat wil ik helemaal niet. En dit is denk ik de nieuwe winkel van Giel. Ik zie Giel gewoon in de winkel staan, oké. Ik moet heel erg uitkijken dat Giel mij niet ziet. Alleen, hoe ga ik hier aan goud komen? Kijk, daar kan ik goud pakken. Alleen, daar zijn allemaal camera's. Dus die camera's gaan dan sowieso zien dat ik het ben. En dat is dus niet de bedoeling. Weet je wat? We gaan gewoon even de bank in. Hallo meneer. Hallo Bart de bankieren. Heeft u wat goud voor mij? Ja, u heeft heel veel goud. Alleen, oh, kijk dan. Hier ga ik toch nooit goud kunnen krijgen. Daar beneden is een kluis. Alleen, er zijn ook bewakers. En eigenlijk wil ik deze echt overvallen. Alleen, daarvoor moet ik eerst even oefenen. Ik heb maar 10 goud nodig. Oké, voor meer goud moet ik naar de bank. Alleen ik heb er maar 10 nodig. Oké, in het hotel kan ik denk ik ook geen goud vinden. Waar kan ik nou weer goud gaan vinden? Oh, trouwens, de vorige keer in het burgemeesterhuis heb ik goud gevonden. Dus misschien kunnen we dat nu weer vinden. Alleen, het is recht tegenover het politiebureau. Dus politie, ik kom hier gewoon even kijken. Ja, ik ga helemaal niks stelen. Hallo, burgemeester, bent u hier? En in de kist zit helemaal niks. En oh, hier zit ook helemaal niks in. Nee, hoe ga ik nou aan goud komen? En hier zit ook helemaal niks in. Oké, ik denk dat er nog maar 1 ding op zit. Alleen het is wel een risicootje. Ik moet naar de huisjes toe van Santino en van Giel. Want daar ligt sowieso wat goud. Oké, ik heb mijn pistool erbij gepakt. Want als ik ze zie en ze worden boos op en ze betrappen me, dan moet ik mezelf natuurlijk wel kunnen verdedigen. Wacht, misschien kan ik hier wel heel makkelijk goud krijgen. Hallo? Oh, nee. Dat is het verkeerde wapen. Nee, ik ga u niet overvallen, Piet. Sorry. Kan ik bij jou misschien goud krijgen? Nee, ook niet. Dit is de supermarkt. En hier is een dierenwinkel. Oh, een dierenwinkel. Oké, ik ga de volgende keer sowieso hier een diertje kopen. Alleen, we zijn nu aangekomen bij de huisjes van Santino en Giel. En ik ben hier nog nooit geweest. Ik moet wel een beetje uitkijken dat ze er niet zijn. Hallo jongens, waar zijn jullie? Oké, ik moet even kijken. Ik zie het huisje van Santino. Zie ik helemaal niks. Oh, nee. Ik zie Giel in het huisje. Oké, ik moet wel echt uitkijken dat ze me niet zien. Ik zie Giel daar gewoon lopen. Santino loopt daar ook. Oh nee, Santino is buiten. Ik moet rennen. Nee, Santino mag mij niet zien. Oké, wacht.
gehad. Ik ga hier gewoon via de bosjes ga ik kijken en... Oh, kijk Santino en Giel daar met z'n tweeën in dat huisje. Santino staat daar gewoon voor de deur. Oh, ik kan Santino nu schieten, maar trouwens, nu Santino en Giel samen in een huisje zijn, dan kan ik het huisje van Santino binnenkomen. Oh, dit is echt geniaal. Ik ga hier gewoon naar binnen en ik pak mijn wapen. Misschien heeft Santino wel gewoon een beveiliger. Hallo, is er iemand thuis? Handen omhoog! Hallo? Handen omhoog! Heeft Santino ergens wat goud voor mij liggen? Als Santino geen goud heeft, heb ik alles gewoon helemaal voor niks gedaan. En hier is een kissen. Santino heeft goud voor mij! Oké, hoeveel heb ik nodig? Ik heb er 5 nodig. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En weet je wat? Ik neem gewoon lekker al het goud mee. En nu moet ik heel gauw hier wegwezen. Oh nee, zijn ze nog in het huisje? Oké, ze zijn allebei nog in het huisje voor Giel. Ik ga keihard wegrennen. Doei, er is hier helemaal niks gebeurd. En nu ik dit goud heb, kan ik meteen door naar de geheime verkoper onder de grond. En kan ik eindelijk mijn schietbaan gaan maken. Hallo meneer. Hallo, draait u zich eens om. Ik ben er weer. Hallo. Ben jij er weer? Ja, ik ben er weer. En ik heb het geld. Kijk, ik heb 5 goud, alsjeblieft. Ja, weet je het zeker? Ja, dat is 5 goud. Mag ik nu mijn spullen, meneer? Hallo? Vuile oplichter, dat zijn 4 goud. Nee, dat is niet 4 goud, dat is 5 goud. Dit draait 4 goud. Probeer me soms in de maling te nemen, jochie. Niet op mijn richten. Nee. Sorry. Waar is dat andere goud? Hier is 5 goud. Geen wapen op mijn richten, sorry, meneer. Sorry. Volgende keer niet meer doen, hè? Ja, anders mag ik nu mijn spullen hebben? Jij mag je spullen hebben. Nee, ik wil nu hebben. Nu. Hé, rustig aan, hè? Ik heb nog zoveel te doen. Hier, alsjeblieft. Oké. Oh, dat zijn mijn schietschijven. Ja, dankjewel. Alleen, waar zijn mijn kogels? Ja, die krijg ik nog. Ja, ik wil ook mijn kogels hebben nu. Hey, rustig aan, hè. Zelf opschieten, ik heb heel veel te doen. Oké, dankjewel. Ja. Doei. Oké, ik heb eindelijk mijn spullen. Alleen mijn hele inventory is weer vol. Eens even kijken. Wat ga ik weggooien? Dit ga ik gewoon weggooien. En ik ga nu terug naar Schaapstad. En ik ga nu eindelijk de schietbaan maken. En ik ga al die wapens gewoon uitproberen. Oh, ik kan echt niet wachten om bijvoorbeeld met de minigun of met de bazooka te schieten. Oh, ik kan niet wachten. En als ik klaar ben met te schieten, dan pak ik mijn uitnodigingen bij en dan gaan we meteen weer terug naar Coburg. Ik ben echt benieuwd wat voor lelijke winkel Giel heeft gemaakt. En ik ben eindelijk weer terug bij mijn huisje en mijn hele inventory zit vol, dus dan moet ik even gaan legen natuurlijk. Dus, ik heb hier een kistje en, ik heb nog 4 goud. Ik heb nog best wel veel. Oké, alles wat ik niet nodig heb, dat doe ik gewoon even daarin. Kijk, TNT heb ik natuurlijk helemaal niet meer nodig, want ik heb nu gewoon een bazooka. En ik heb nog meer kistjes nodig. Heb ik hier nog een kistje? Ja, kijk, hier kan ik ook nog even wat spulletjes in doen. En alles wat ik nodig heb, dat heb ik op dit moment gewoon in mijn inventory. Kijk, een zwaard heb ik ook gewoon niet meer nodig. Oké, en dan pakken we even wat hout erbij, want ik wil namelijk wat fences gaan maken. En laat ik dat meteen maar even gaan maken. Want die fences, die gaan we namelijk gebruiken voor de schietbaan. Oké, eens even kijken. Op deze manier maak ik wat fences en heb ik nu genoeg fences? 48, ja, dat is zeker genoeg. En trouwens, misschien neem ik mijn ex neem ik toch nog wel even mee. Die ga ik nog wel gebruiken. En mijn schep, die neem ik ook nog even mee. En de schietbaan moeten wij natuurlijk wel een beetje op een geheime plek bouwen. Want niemand mag weten natuurlijk dat wij wapens hebben. Dus weet je wat? Ik ga die daar gewoon achter in het bos maken. En dan ga ik al mijn wapens testen. Oké, ik denk dat dit hier wel een mooie plek is. Alleen deze boom die staat nog een beetje in de weg. En we moeten wel een klein beetje ruimte hebben natuurlijk. Dus kijk, dit dirt hier, dat halen wij ook even weg. En die andere boom laat ik wel staan. Want anders kan je heel goed zien wat ik hier allemaal aan het doen ben. En hallo koe, wegwezen. Niet hier meer komen. Oké, deze boom hier, die haal ik ook meteen even weg. En dan denk ik wel dat het even goed is. En oh, dit is echt een super grote boom. Weet je hoe vervelend dit is? En oké, gelukkig, de boom is helemaal weg. Dan halen wij dit dirt ook meteen even weg. En dan ga ik hier wat schietpalen maken. Oké, eens even kijken. Ik had natuurlijk fences. Dus zo, en dan 1, 2. En dan hier ook 1, 2. En dan hier doe ik ook 1, 2, zo. En daar ga ik dan die schietschijven op zetten op deze manier. Bim, hier ook. En waarom gaat dat plaatsen zo moeilijk? Weet je wat, die daar laat ik ook gewoon staan. En hier boven moet er ook één op. En kijk dan hoe vet dit eruit ziet. Oké, weet je wat, we gaan er hier achter gaan we er ook nog één doen. Want we moeten natuurlijk wel een beetje variatie hebben. En eens even kijken. Hier zet ik er ook gewoon één neer. En het ziet er nu al best wel mooi uit. Kijk, ik kan nog gaan schieten. Alleen, ik ben iets vergeten. Kijk, ik heb natuurlijk wel genoeg kogels. Alleen, ik wil veel meer kogels hebben. En die meneer, die had me ook een doos gegeven met al mijn kogels. En misschien zit er allemaal nog meer spullen in. Oké, die moet ik natuurlijk nog even gaan bekijken. Alleen, waar heb ik die doos gelaten? Alsjeblieft, zeg me niet dat ik hem ben kwijtgeraakt. Hè? Dat zou zo'n zonde zijn. Eens even kijken.
Oh, oh, we hebben hem gevonden. En wat zit hier allemaal in? Eens eventjes kijken. Oh, kijk, al die kogels en... Wat? We hebben zelfs scopes allemaal. En we hebben een workbench en... Oh, we hebben armor stands. Daar kunnen we ook op schieten. Oké, deze ga ik meteen weer meenemen. Oké, dit ga ik... wacht, we moeten natuurlijk wel even een plekje hebben waar ik kan schieten. Zo, en dan... Vanaf hier mag ik dan schieten. En dan zetten we die shulker box neer. En... Oh, die armor stands, die zijn zo vet. Oké, eens eventjes kijken. Zet ik een armor stand neer. En kijk, daar kan ik gewoon een hoofdje op doen. En ik kan daar zelfs wat armor op doen. Kijk hoe vet het eruit ziet. En ik kan er nog één neerzetten. Alleen, waar ga ik die neerzetten? Even denken. Ik denk daar gewoon helemaal in de verte. Ik denk dat dit wel een hele mooie plek is. Want dan is het namelijk wel natuurlijk nog een beetje een uitdaging. En dit doen we natuurlijk ook wat armor aan. Oh, ik kan niet wachten om te beginnen. Alleen, ik had dus nog een paar extra dingen gekregen. Een workbench. En ik heb zelfs 3 scopes. En die gaan we natuurlijk meteen gebruiken. Alleen, hoe werkt dit allemaal? Ik kan dus wapens ook maken via deze manier met ijzer. Alleen, hoe zet ik hier dingen op? Ik snap niet hoe dit allemaal werkt. Wacht, als ik op set klik, dan kan ik er een attachment op zetten. Wow, kijk er hoe vet het eruit ziet. En, oké, op mijn mitrailleur wil ik dit ook. Daar wil ik deze op hebben. En, wacht, kijk, volgens mij heb ik nog een scope. Die wil ik op mijn pistool hebben. Of nee, die wil ik op, ik weet het niet. Weet je wat, ik ga die gewoon op mijn pistool zetten. Oké, pak mijn pistool erbij en daar zetten we dan deze op. En hoe ziet dat eruit? Kijk er hoe vet dit eruit ziet. Oké, ik ga mijn wapens testen. Bim. Oh, kijk dan. En heb ik in de roos geschoten? Even kijken. Oké, ik moet nog wel een beetje oefenen. Ik wil natuurlijk wel om de roos schieten. Alleen, het pistooltje is heel saai. Ik ga dit wapen gebruiken. En dit is gewoon een sniper. Oké, let op. Dit gaat een headshot worden. Bim. En hier ook. Kom op. Nu in de roos. En heb ik in de roos geschoten? Ik heb in de roos geschoten. Let's go. Oké, maar dit is natuurlijk een sniper. Dus nu deze in de verte. Bim. Die is ook raak. En deze. Kom aan. In de roos. En ik heb weer in de roos geschoten. Maar ik heb nog veel meer wapens. Want ik heb ook een bazooka. En ik heb nog een rifle. Ik heb nog een minigun. Ik heb een grenade launcher. En ik heb zelfs nog granaten. En ik heb een flash grenade. Oh, we gaan ze allemaal proberen. Oké, eerst begin ik met deze. Wat doet dit? Bim. Oh, ik denk dat dit een sniper is. Of niet? Ik weet het niet. Maar kijk hoe goed ik ben. Ik schiet gewoon alles in de roos. En dan nu met de minigun. Oké, nu kan ik denk ik gewoon heel veel achter elkaar schieten. En we gaan schieten in 3, 2, 1. En bam, 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 bam. Kijk er hoeveel ik kan schieten achter elkaar. Dit is echt niet normaal. Oh, we gaan zo makkelijk de winkel kunnen overvallen op deze manier. Bam, 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 bam. En, oh nee. Zijn nu allemaal kogels op? Gelukkig, ik kan reloaden. Niet allemaal kogels zijn op. Maar kijk, nu gaan we natuurlijk de leuke ding proberen. Want kijk, ik heb hier een granaat. Die gaan we proberen. Die gaan we gooien. En gaat die ook ontploffen? En dat heeft gewoon gewerkt. Oh, oké, wacht. We gaan er nog één gooien. Bim. En gaat die ook meteen ontploffen? Waarom werkt die nou niet? Hoe kan dit nou weer? Oké, laten we dan de grenade launcher gaan proberen. Die wil ik op jou schieten. Bim, bim. En ontploft het nou of niet? Ik moet wel reloaden. En nog een keer. Bim. Au, dit was bijna op mezelf. Oké, dit wapen vind ik niet heel erg goed. Laten wij de flashbang maar gaan proberen. Ik ga hem gooien. Wat gebeurt er dan? Au. Oké, dat was niet de bedoeling. Dat was niet heel slim van mij. Maar laten wij nu maar het allerlaatste gaan proberen. En dat is de bazooka. En ik ben echt benieuwd wat de bazooka gaat doen. Alleen, die ga ik denk ik niet hierop schieten. Want dan gaat alles kapot. En dat is natuurlijk super zonde. Dus eens even kijken. Die gaan wij gewoon hier op dat boom schieten. Oké, 3, 2, 1 en bim. Wow, dit is echt niet normaal. De hele grond is gewoon kapot. En nog een kogel. Oké, nou, ik denk niet dat we deze gaan gebruiken. Want dan blazen we heel Koeburg op. En dat vind ik dan ook weer een beetje zielig. Weet je wat, ik neem al de spullen gewoon weer mee. En die ga ik dan beneden leggen in mijn wapenkamer. En dan is het denk ik tijd om naar de opening van de winkel te gaan van Giel. Die echt denk ik heel erg lelijk is. En ik ben weer beneden. En kijk, we gaan natuurlijk in mijn kist met mijn code. En kijk, daar doen wij gewoon alles in wat met de wapens te maken heeft. Want niemand mag hier aankomen, oké? En dan denk ik dat ik nu gewoon even lekker op de stoel weer ga chillen. Totdat het avond is. Is het al avond? Ik was in slaap gevallen op de bank. Ik ga kijken of het avond is. En ik ga omhoog en... Het is avond! Oké, ik ga meteen Mick halen en we gaan naar de winkel toe. Mick, het is avond. We moeten snel gaan, anders komen we te laat. Ja, ik zie
hier, Jesse. Ja, ik ben er. We moeten echt snel gaan. We gaan gewoon rennen, ja? Mee, kunnen we niet een auto voor jou pakken? Want je hebt toch auto's? Jesse, ik heb nog steeds geen benzine. Je hebt nog steeds geen benzine, nee, Mick. Ik kon geen tankstation vinden. Wacht, kom maar met mij mee. Ik heb een veel beter idee, want... Kijk eens wat ik heb. Wacht, Mick. Ik ben het kwijt. Ik heb hier één bootje. Dus jij moet ook een bootje maken. Wow, we kunnen samen in één bootje, Mick. Mick, kom. Dat is veel beter. Ik dacht, moet ik opeens een bootje maken? Nee. Jij hoeft geen bootje. Maar kijk, dan kunnen we hier samen in een bootje. En dan gaan we naar Coburg. En dan ben ik heel benieuwd hoe die lelijke winkel eruit ziet van Giel. Is hij van Giel? Volgens mij is hij van Giel, ja. Oh, dat weet ik nog niet eens. Okay, ik was net in Coburg en ik zag Giel in de winkel staan. Oké. En hij was helemaal paars. Waarom zijn we uitgenodigd voor Giel? Wat? Ja, nee, dat weet ik ook niet. Maar Santino heeft ons uitgenodigd. Maar Mick. Ja. Mick, misschien is het wel een valstrik. Moeten wij dat wel doen? Ja, Jesse, ik heb een diamond zwaard. Gaan het gewoon doen, Mick. Ga jij maar lekker varen. Jesse, we gaan van de waterval. Mick. Kijk, hier is natuurlijk de geheime ingang van de kelder. Maar zij weten helemaal niet dat wij weten dat hij er is. Dus ik denk niet dat we via hier naar binnen moeten gaan. Nee, we moeten gewoon zo rustig gaan lopen. We moeten gewoon rustig gaan lopen. Mick, kijk hoe groot deze stad is. Jesse, ik wil dit ook hebben. Na die overval hebben wij dit ook. Dit gaat makkelijk. Maar Mick, dat mag je nou niet te hard gaan zeggen. Want kijk, zie je die winkel daar in de verte? Volgens mij is het die winkel daar. Oké, laten we... Ja, we zijn gewoon uitgenodigd. We hoeven niet sneaky te doen natuurlijk. Nee, inderdaad. We gaan gewoon lekker naar binnen lopen. En we zien het wel. Ja, ik zal ook even mijn wapen wegdoen. Want dat ziet er ook een beetje gevaarlijk uit. Oké. Nou, hallo jongens. Hallo. Goedendag, heren. Goedendag. Is dit de nieuwe winkel? Dit is de nieuwe winkel. Giel, wat doe jij hier? Giel. Ja, ik woon hier, jongens. Is dit een valstrik voor jou, Giel? Nee, ik heb je zwaard uitgenodigd. Waarom heeft hij een zwaard? Waarom heeft hij een zwaard? Giel, goed zo. Ik kan jou ook slaan, hè, Giel? Heren, rustig aan. Maakt niet uit. Oké, ga verder. We zijn hier om de meubelzaak te openen. Ik snap het, er is enige wrijving geweest tussen jullie twee of tussen jullie drie. Ja, wij hebben oorlog gehad met Giel. Maar we gaan het feestelijk maken, jongens. Dit is geen val. Wat voor winkel is dit dan? Nou, lieve mensen, ten eerste welkom in het prachtige Coburg. Ik ben de burgemeester. Ja, geweldig. Ja, heel mooi, burgemeester. Meneer Giel kwam hier al in de stad. Die was helemaal verslagen. Die wist niet meer waar hij heen moest. Hoe kan dat nou, Mick? Santino, daar wil ik het niet over hebben vandaag. Oké. Nou, om erop terug te vallen. We hebben een hele prachtige meubelzaak geopend. Of tenminste, die gaan we openen. Een meubelzaakje. Ja. Giel, waarom doe je Mick nou? Wij hebben een meubelzaak. Ja, dat wist ik niet eens. Hoe kan ik dat weten dan? Ik ben nog nooit in schaatsen geweest. Santino wel. Rustig, mensen, rustig. Ik heb hem een kans proberen te geven. Oké. Nou ja, Giel wou in principe een eigen zaakje openen. Ik heb gezegd, ga lekker je gang. Dus hier is het dan eindelijk. Ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten. We weten inderdaad. Ik weet het niet. Mick, wat vind jij er nou allemaal van? Wat ik ervan vind? Nou... Ik wil het ook super zijn, maar we gaan hem nou openen, ik wil zien hoe lelijk het is. Ik overhandig jou de schaar, hier. Dankjewel. Dan verklaar ik hierbij de meubelzaak van Coburg tot geopend! Oké. Nou, komt u binnen en... Mogen we nu naar binnen? Ja, en koop vooral wat meubels, zou ik zeggen. Ik heb laatst al heel veel meubels gekocht, maar... een hele mooie meubelwinkel, zeg, Giel. Echt een hele mooie winkel. Ja, ik ben er ook erg trots op, moet ik zeggen. Wat vinden jullie ervan, heren? Ik vind het heel erg mooi. Nee, zoveel variatie heb je hier. Ik ben heel erg trots op deze. We gaan nog iets uitbreiden. Hè. We hebben natuurlijk vandaag pas de hele winkel gebouwd. Dus we gaan nog flink uitbreiden. Oké, dat snap ik wel. Maar Mick, ik heb het alweer gezien. Zullen wij weer weggaan? Gaan jullie al vandoor? Nu al? Ja, we gaan nu al weg. Doei. Oh, Mick, wat is het voor een lelijke winkel. Ja, die van mij is sowieso mooier. Ja, die van jou is sowieso mooier. Maar Mick, kijk, ik had een idee, hè. Want ik was daar net. Laten we eerst wat verder lopen. Jesse, wat doe jij? Sorry, Mick. Gaat u beginnen met de bank? Mick, ik was net bij de bank en ik denk dat de bank heel hoog gegrepen is, hoor. Ik denk dat het wel heel moeilijk is, maar misschien moeten we gewoon de winkel van Giel overvallen, want wij hebben de oorlog toch met Giel. Ja, maar dit is heel slim,
Jesse. Ja, oh, zullen wij de winkel van Giel overvallen? Kijk, en weet je wat nog groter voordeel is? Als wij hem overvallen, kan hij ook nog failliet gaan. En dan ben ik weer de enige winkel. Oh ja, oké, winkels zijn supergoed idee. Okay. Ja. Ik ga lekker naar het huis toe. Ik ga lekker slapen. Ja, en dan gaan we dat de volgende keer doen, oké? Ja, 100%. Laten we even lekker slapen. En... oh, ik heb er zoveel zin in! Ik kan niet wachten! Een hele goede morgen. Ik word hier lekker wakker en Mick en ik gaan vandaag de winkel overvallen. Mick, wakker worden jij. Mick, we moeten ons gaan voorbereiden op de overval. Ja, vandaag is de overval. Ik heb er zoveel zin in, ik vind het zo spannend, Mick. Oké, wat moeten we gaan doen? Jesse, zeg het even. Mick, we moeten ons gaan voorbereiden op de overval. Maar Jesse, we hebben letterlijk alles. We hebben wapens, een vluchtauto, wat. Ja, maar Mick, we hadden toch ook helemaal geen benzine in de auto? Daar heb ik nog wel een oplossing voor. En Mick, heb jij daar een oplossing voor? Ja, dat gaat wel goed komen. Dat moet ik nog even doen vandaag. Jij hebt geen oplossing, hè? Jawel. Ik heb het plannetje, hoor. Maar Mick, kijk eens hoe wij eruit zien op dit moment. We moeten wel een beetje vermomd zijn, ja, hè? Ja, dit kan echt niet. Mick, dan ga ik daar wel een oplossing voor zoeken, ja? Oké. Nou, dan wens ik je succes, Jesse. Oké, ja, doei, Mick. Mick, en dan spreken we hier weer af, ja? Ja, ik zie je straks weer. Ja, oké. Doei, Mick. Doei. Oh, Mick. Ja, trouwens. Ja. Mag ik misschien wat geld hebben om kleding te kopen? Nou, dan moet ik wel... Alsjeblieft. Nou, we doen het voor ons samen. Ja, ik koop ook voor jou, Mick. Ik heb het nog niet echt bij, hè. Maar hoeveel heb je nodig dan? Dat is wel de vraag. Ik denk dat ik er één diamond wel genoeg heb. Want ik ken een mannetje namelijk in een tunnel. Die heeft vast wel wat voor me. En één diamond is wel genoeg, even kijken, wacht. Heb jij voor mij een diamond? Ja, dat heb ik wel. Maar dat ligt niet hier. Waar dan? Dan moet je even wachten. Je hebt het verstopt, hè? Ja, wacht. Ik moet ook even iets meenemen. Oké. Ik wacht hier op jou. Ik ga lekker op een stoel zitten, ja? Oké, ik kom er zo aan, Jesse. Oké, tot zo. Neem maar lekker een kopje koffie, want het kan... Mick, ik blijf hier lekker zitten. Ja, ik zie jou straks. Ja, echt blijven zitten, hè? Ja, komt goed. Oké. Nou, de vorige keer had ik Mick zijn goud gestolen. En hij heeft nu gewoon al zijn diamonds verstopt. Alleen zitten misschien hier diamonds in of zitten hier de diamonds in. Mick heeft al zijn diamonds verstopt, maar ik heb wel geld nodig om natuurlijk wat kleding te kopen. Want ik denk dat ik het wel bij de man in de tunnel kan kopen. Alleen ik heb zelf echt helemaal geen geld meer. Nou, weet je wat? Ik ga hier gewoon lekker op de stoel zitten en ik wacht gewoon lekker tot Mick terug is. Jesse. Ja. Benen. Ja, hier heb je de diamond. Alsjeblieft. Dankjewel. Oké, ik was lekker naar je uitzicht aan het kijken. Wat heb jij een mooi uitzicht hier, Mick. Echt, hè? Ja, ik vind hem ook heel blij mee. Ik wil dit ook hebben. Misschien moet je hier een keer een steiger maken. En dan kun je allemaal bootjes neerzetten. In ieder geval, we hebben er helemaal geen geld voor. We moeten eerst de winkel overvallen, Mick. Ja, zeker weten. Trouwens, Jesse, ik had nog een vraagje. Ja, wat is er? Ik wil namelijk wel eens een keer jouw wapens testen. Mag ik dat gewoon nu even doen? Het zijn onze wapens, ja, hè, Mick? Onze wapens. Ja, het zijn onze wapens. Ja, jij mag het wel testen. Kom maar mee, want ik heb het heel goed beveiligd, Mick. Ja, en als het onze wapens is, als het me bevalt, kan ik er misschien eentje meenemen, of niet? Ja, Mick, kijk daar in de verte. Kijk, ik heb gewoon een schietbaan gemaakt. Dus daar kan je gaan oefenen. Huh? Wow, wat? Oké. We moeten sowieso allebei een wapen hebben voor de overval, Mick. Ja. Dus het is goed dat je even gaat oefenen, ja? Ja, dat vind ik dus ook. Dat is echt de enige... Ik moet gewoon oefenen. Er is niet dat ik iets anders wil doen. Ja, okay. Dit hier beneden heb jij al gezien, toch? Ja, dit heb ik al gezien. Dit heb je laten zien. Ja, oké. Kijk, hier zitten wapens van Mick. Mm. Hier is een kist. En als je 1, 2, 3, 4 tikt, dan kan je alle wapens pakken. Oeh. En er zitten ook heel veel kogels in. Oké. En stel je voor, ik wil nu al een klein overvalletje plegen. Welk raad je dan? Hoezo ga jij nu al een overval... Voor de overval. Een kleine overval? Ja. Dan raad ik de pistool aan. Die is wel gewoon heel makkelijk. Mag ik die hebben? Moet ik hem gewoon zo pakken? Pak maar wat je wilt, Mick. Okay. Maar je moet het uiteindelijk wel terugleggen. Want ik heb ook nog wapens nodig. En ik heb er heel veel voor betaald. De pistool. En dan moet ik de advanced bullets. Ik heb geen idee. Of normale kogels, Mick. Ik weet het niet, Mick. Zoek het uit. Nee, niet op mij schieten. Ik ga op jou schieten. Oké. Niet op mij schieten. Maar ga jij maar lekker oefenen met schieten, dankjewel, Mick. Jesse. Ik ga er vandoor. Ik ga lekker oefenen. Hey, succes. Doei. Succes. En wel benzine meenemen, hè? Ja, de benzine gaat 100% goed komen. Oké, Mick, doei. Oké, ik heb een diamond. En ik hoop dat de man in de tunnel het goed genoeg vindt. Want normaal geef ik hem altijd goud. Alleen nu heb ik één diamond.
diamond. Ik denk dat dat toch veel meer waard is. Maar we pakken in ieder geval even een bootje erbij. En we gaan gewoon naar de gang toe. En ik ben heel benieuwd of hij wat voor mij heeft. Want ik wil natuurlijk de winkel overvallen. Alleen op de manier hoe ik er nu uitzie, dat is niet de bedoeling. Want eigenlijk mogen ze niet weten dat wij het zijn. Waarschijnlijk gaan ze toch wel onze stem herkennen. Maar ik wil gewoon vermomd zijn, oké? Okay? Oké, ik ga hier weer van de water voor af. Ah, van de water voor af. En volgens mij is dan de tunnel daar. Ja. Ik zie mijn bootjes van de vorige keer al staan. En normaal laat ik mijn bootje altijd staan. Maar ik ga hem dit keer gewoon even lekker meenemen. En dan gaan we hier naar beneden. Zo, en dan plaats ik hier mijn bootje. En... oh, ik zie daar in de verte zie ik de winkel al. Ik ben zo benieuwd of de man er is. Hallo, meneer. Hallo. Ik ben er weer. Ja, nou, ook weer hier. Ja, ik ben er weer. Ik heb wat nodig, want ik heb nu wapens voor de overval. Ja. Maar ik wil natuurlijk ook wel kleding hebben voor de overval. Dus heb jij misschien overvalkleding voor mij? Gewoon hele donkere kleding. Ja, ik kan wel even kijken. Ik heb natuurlijk allemaal mijn wapens. Ja, u heeft het zelf ook aan. Kijk, dat wil ik ook hebben, zoiets. Ja. Ik heb wel wat voor je liggen, maar ik ga je niet de hele tijd korting blijven geven, hè? Ja, nou, maar hoezo? Hoezo geeft u mij korting? Ik ga het echt niet vertellen tegen de burgemeester, hoor, dat u hier zit. Je kan het overkomen voor 20 goud. 20 goud? Maar ik heb twee pakjes nodig. Eén voor mij en één voor mijn vriend. Ja, 20 goud of helemaal niks. Ik dacht dat al. Nou, ik heb één diamond. Is dat genoeg? Vooruit dan. Die diamant is ook wel goed. Is één diamond? Oké. Okay. Ja. U heeft één diamond, maar dan wil ik nu mijn kleding hebben. Niet mee oplichten. Nee. Ik wil het nu hebben. Het duurt lang. Alsjeblieft. Komt eraan. Rustig aan, hè. Oké, dankjewel. En ook voor mijn vriend. Ik wil nog meer hebben. Ja, ik heb het hier voor. Oké, ik heb het allemaal. Bedankt, doei. Ja, doei, dag, doei. Oh, we hebben nu allemaal zwarte kleding en... oké, ik ga het even aandoen en... kijk dan hoe vet dit er gewoon uitziet op dit moment. Oké, maar nu ik toch bijna bij Coburg ben... ik ga gewoon even kijken naar de winkel van Giel... en kijken of ik misschien al wat kan spotten. Misschien is Giel op dit moment wel gewoon aan het werk. Oké, ik doe mijn kleding doe ik natuurlijk wel eerst even uit, want... Ze mogen natuurlijk niet zien dat ik dat al aan heb. En wat de putdeksel zit erop. Dus hoe kom ik hier nou boven? Wacht, ik heb een idee. Ik ga gewoon een button maken. En dan op deze manier. Ik zet de button in. Ik kan de button niet neerzetten. Dit ga je niet menen. Wacht, als ik dan de ladder weghaal. Ik zet daar een button in. Oké. Hij is al open. Ik kom er niet uit. Hallo, ik wil eruit. Laat me eruit. Ik kom er niet uit. Oké, weet je wat? Ik haal de button wel weer weg. En ik denk dat wij de putdeksel gewoon moeten weghakken. Alleen dat kost zoveel tijd. Kom op, puntdeksel, ga alsjeblieft weg. Waarom zit er weer een iron puntdeksel? Oké, come on. Hij is bijna weg. En... oké, hij is weg. Oké, dan kunnen we naar boven toe. En, ik ben nu in Coburg. En ik pak trouwens meteen mijn wapen erbij. Want misschien zijn er al mensen en dan worden ze boos op mij. En daar heb ik geen zin in. En hier is meteen de winkel van Giel. En de deur staat gewoon open. En er hangt de camera voor de deur. Oké, ik moet me heel normaal gedragen. La. Er is helemaal niks aan de hand. En hallo Giel. Giel. Wat? Giel is er gewoon niet op dit moment. Waar is Giel nou weer? Oké, hier hangt de camera. Maar daarvoor hebben we natuurlijk onze pakjes gekocht. Zodat niemand ons herkent. En we moeten natuurlijk ook voor de overval een vlugroute hebben. Oké, wacht. We hebben een auto. Dus we kunnen deze kant op. En wacht. Is daar nou een tunnel? Ik zie daar een tunnel. Alleen waar gaat de tunnel heen? De tunnel is gewoon afgesloten. Oké, politieagent. Ik heb helemaal geen wapen in mijn hand hoor. Sorry. Eens even kijken. Hoe moeten wij dan gaan wegkomen? Ik weet het niet. Ik denk dat wij gewoon via deze kant weg moeten komen. Maar als Giel toch niet in de winkel is, dan kunnen we best goed nu al gewoon gaan overvallen. Ik ga echt meteen naar Mick toe om het te vertellen. Hallo Mick, ben je in de winkel? Oké, Mick is hier niet te vinden. Oh, misschien is Mick wel beneden in de kelder bij de wapens. Wacht, ik ga hier gewoon naar beneden toe en hallo Mick, ben jij hier? We moeten de winkel voor de Giel is er niet. Wat is dit nou weer? We moeten echt snel zijn, want anders is Giel misschien weer terug straks. Want dan denk ik dat Mick gewoon bij zijn huis is. Ik moet hem de kleding geven, we moeten echt snel zijn. Mick, hallo. Hallo. Mick is gewoon ook niet bij zijn huis. Wat is dit nou weer? Is Mick dan bij de schietbanen. Ik zie hem ook niet in de verte bij de schietbaan. Oh. Giel is nu sowieso terug in zijn winkel. Hij was misschien even wat te eten halen. Wacht, volgens mij zie ik Mick daar in de verte. Mick. Mick. Ik zie Mick door het raam. Mick, ik was jou kwijt. Ik heb je overal gezocht. Ja, ik ben net de auto aan het tanken, Jesse. Je hebt benzine gevonden. Ja, zeker. Hoe heb je dat gedaan dan, Mick? Hoe kom je aan benzine?
Ja. Ja, je wil het er niet over hebben, hè? Nee, eigenlijk liever nee, niet. Okay, ik ben er niet maar, echt heel erg maar, trots op. Mick, ik moet je wat vertellen. Oh, oké. Okay, ik was net in Coburg en ja? Giel is gewoon niet bij de winkel. Ik denk dat hij even lunch is. Dus we moeten echt super snel gaan. Oké, okay, ja. Ik moet snel de auto voor gaan tanken. Ja, maar Mick, hoe ga je de auto weer uitkrijgen dan? Ja, ik dacht, we schieten gewoon de ramen hier kapot. Oké, okay, Mick, ga weg. Kijk uit. Mick, kijk uit. Oh, nee, nee. Oké, maar... Oh mijn god, jij, okay, Jesse! Maar dan moeten we wel de ramen weer een keer gaan maken. Mijn kogels zijn op, Mick! Oké, Warrior, pap! Ja, oké, goed zo. Oké, kunnen we wel eruit. Ja, dan komen we hier weer uit. Alleen, Mick, okay, Mick, we moeten eerst even nog meer kogels hebben. Ja, oké. Oké, laten we eerst kogels fixen, dan ga ik straks wat tanken. Mick, ik heb ook wat voor jou. Kijk, ik heb allemaal armor voor jou. Die kan je aandoen en ik ga het ook meteen aandoen, Mick. Oké, kijk, nu ben ik niet herkenbaar. Oh, dit is heel slim, Jesse. Ik heb zelf nog 10 kogels, dus dat is best wel... Ja, we hebben veel meer kogels nodig. Oké, Mick, laten we hier gelijk naar beneden gaan. En ik heb hier een ammo box en er zitten echt superveel kogels in. Oké, 1, 2, 3. Ik neem de assault rifle mee, ja? Okay, want mijn andere die is leeg. Dan neem ik die advanced bullets mee. Nee, Mick, moet je hierin kijken. Hier zitten superveel kogels in, Mick. Oh, mijn god, heb je nog meer kogels? Ja, wat? Ik heb echt superveel kogels gekocht gisteren. Even kijken, wat wil ik ook? Ik heb er ook een scope op, Mick. Alleen, ik denk dat ik de scope eraf halen, want hij zoomt al heel erg in. Dit is veel beter. Oké, ik heb de heavy rifle. Oké, dan gaan we nu naar de auto toe. Dan gaan we super snel naar de winkel toe, Mick, want dit moeten we overvallen. Let's go. Jesse, let's go. Want straks is de winkel dicht en dan kunnen we hem al helemaal niet overvallen. Ja, of we kunnen dan inbreken. In ieder geval, ik hoop dat Giel nog weg is, Mick. Dus laten we naar de auto gaan. Ja, oké, laten we snel gaan. Oké, Jesse, let's go. Laten we gaan. Ga jij maar rijden, Mick. Ja, zeker. We moeten heel snel naar de winkel. Oh, de auto gaat wel heel snel, maar Mick. Mick, deze weg is afgesloten. Dat kan toch helemaal niet? Maar dit is een off-road auto, Jesse. Ja, Mick, zal ik maar rijden? Want jij kan helemaal niet rijden. Wat ben je allemaal aan het doen, Mick? Ja, Jesse, kijk hier, pap. Mick, kijk eruit. Kijk. Kan je wel door het water rijden? Oh, nee. Maar Mick, dit is een vluchtauto, hè? Dus we moeten de auto wel een beetje goed neerzetten om te vluchten. Oké, Jesse, daar is de stad. Waar wil je gaan parkeren? Wow. Ik ben net in de stad geweest. Ik heb een perfecte plek. Laat mij maar rijden, Mick. Oké, jij mag wel even rijden. Let's go. Ik heb een perfecte plek. Weet je hoe snel deze auto is? Ja. Dat is niet normaal. En hij is speciaal voor off-road. Hè? Dus we kunnen overal overheen rijden. Kijk, we zetten hier de auto neer. Alleen, dan draaien we hem natuurlijk wel nog even om. En dan kunnen we hier zo keihard wegrijden straks, Mick. Oké, let's go. Pak je wapen erbij. Ja, ja. We hebben allebei onze camo aan of onze pakjes aan. En dan gaan we. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Kom, Mick. Oh, ik ben zo zenuwachtig. Oh, ik ook. Giel was er net niet. Mick. Giel zit weer in zijn winkel. Hij is er weer. Oké, laten we het gewoon gaan doen, Jesse. Zullen we naar binnen gaan? 3, 2, 1. Let's go! Hey! Dit is een overval. Dit is een overval. Geef nu al je geld. Ik heb helemaal geen diamond. Geld. Je hebt zeker weten wel. Je hebt wel geld. Nee, We kunnen schieten. Kijk maar. Nee. Ik heb geen geld. Ik heb oprecht geen geld. Dan gaan we hier nu schieten. Nee, jullie hadden gisteren al wat moeten kopen bij mij. Dan had ik nu geld gehad. 3, 2. Ja, oké. 1 diamond. 1 diamond. Dat is niet genoeg. Wat is dit nou weer? Gekocht bij mij. We willen meer hebben. We willen meer. Ik heb niks. We willen meer geld hebben. Helemaal niks. Ik schiet al je ramen kapot, hè? Mijn god. Jesse, dit is niet genoeg, hoor. Dit is echt niet genoeg. Jij hebt sowieso meer. Vertel me de code. Ik heb helemaal niks. Ik heb oprecht... Stil blijven staan. Wat doen jullie? Hallo, Giel, ook stil blijven staan jullie. Ja, ik sta stil. Oké. Wij willen nog meer geld hebben. Wij willen meer geld. Maar ik heb geen geld. Jij bent de burgemeester van deze stad. Jij hebt sowieso geld. Ik heb wel wat bij me, ja? Oké. Nee, we willen alles hebben. We willen heel veel. Ik heb een idee. Wat is er, Mick? Tino, meekomen. Hup, naar voren. Meekomen, zo. Naar voren. Doe je meekomen. Nee, jij blijft mee. Mick, neem jij eens dat Tino de burgemeester mee? Ik hou Giel onder schot. Tino, hier. Daar blijven. Blijf. Kom, Tino, in de auto. In de auto. Oh mijn god, wat doen jullie in de auto? Achterin. Oké, goed zo. Oké, Mick, we gaan door. Rijden. De hele overval is mislukt. We hebben veel meer geld nodig. Waarom hebben we nou opeens de burgemeester mee? Omdat hij heeft superveel. We
moeten hem gewoon ontvoeren. Dit is het slimste wat we kunnen doen. Maar Mick, jij hebt wel één diamond, toch? Ja, ja, ik heb één diamond, maar dat is niet genoeg. Hey, we hebben veel meer nog, maar hij heeft al een goud helmpje. Hallo, burgemeester, jij hebt heel veel geld mee, jongen, of niet? Wat doen jullie allemaal? Waar zijn jullie mee bezig? Ja, wij willen al het geld hebben. Jongens. Ja, kijk nou naar schaapstad. Kijk hoe lelijk dit is. Jullie hebben al het geld, wij hebben helemaal niks. Ja, laat maar uitstappen. Begrijp, maar dat hoeft toch niet zo? Oké. Uitstappen. Ja. Meekomen naar beneden. Okay. Naar beneden. Moet ik echt naar beneden? Naar beneden nu. Ik ga schieten, hè. Oh mijn god. Oké, kom op. Naar beneden nu. Kom, up. Ja, oké. Mick. Dan kunnen we meteen de gevangenis gebruiken die hier was. Stino, hierheen. Naar binnen. Is er echt geen andere optie? Hey. Kom op, de rent. Naar binnen. Naar binnen. Goed zo. Oké, maar Mick, wat moeten we nu allemaal gaan doen? Misschien, ja, er zijn heel veel manieren wat we kunnen doen. Hij heeft sowieso diamonds bij, dat geloof ik nooit. We hebben sowieso de burgemeester van Coomer. Dat is echt heel erg slim eigenlijk. Ik heb vandaag echt een superleuk idee. Want een tijdje terug had ik een hond gedaan, meneer Doggo. Alleen die is helaas overleden in de oorlog die ik had met Mick en Giel. Maar nu eindelijk de overval voorbij is en we heel veel geld hebben, heb ik alle tijd om een nieuw diertje te kopen. Alleen daarvoor moet ik helemaal naar Coburg, want Schaapstad die heeft geen dierenwinkel. Dat is wel een beetje jammer. Laat even in de comments weten of jij een keer een dierenwinkel wil maken. Want misschien laat ik dat dan wel doen door een abonnee. En ik zit even te denken, want ik moet nu helemaal gaan lopen naar Coburg. Maar in de vorige aflevering hadden wij een auto hier gepakt. En deze winkel die is van Mick. Dus misschien kan ik hier wel even een auto lenen. En zit geen benzine in? Oh, dat is zo vervelend. En zit hier benzine in? Nee, nergens zit meer benzine in. Oké, dan ga ik wel lopen. Maar misschien moet ik de volgende keer wel een auto gaan kopen. En natuurlijk wel in de kleur rood. En we zijn eindelijk aangekomen in Coburg. Kijk, daar in de verte is de dierenwinkel. En staat hier gewoon een politieagent bij de winkel die ik heb overvallen. Oké, wacht. Ik ga gewoon praten met de politieagent. En kijk wat hij om te zeggen heeft. Hallo, politieagent! Hallo. Wat is hier allemaal gebeurd, meneer? Waarom staat hier allemaal pion en waarom staat u hier? Dat zie je toch? Nee. Dat kun je hem ook zien. Alle ramen zijn eruit. Is hij soms ingebroken? Ja, nou, ik zal het je eens even vertellen. We hebben sinds kort een nieuwe meubelzaak. Ja? En de eigenaar is overvallen en onze burgemeester is ook overvallen? Is hij overvallen en de burgemeester is ook meegenomen? Ja, heel tragisch allemaal. En weten we al wie dit heeft gedaan, meneer? Helaas niet. Weet jij misschien wat van? Nee, ik weet het niet. Ik woon hier niet. Ik woon in Schaapstad. Dus ik heb echt geen idee. Nou, gelukkig hebben we camerabeelden, dus die gaan we nog even onderzoeken op het bureau. Maar... Ik ga er weer vandoor. Ik weet niks. Doei! Oké, doei. Oké, ik ga gewoon meteen naar de dierenwinkel toe. En hallo, mevrouw! Hallo, goedendag. Ik wil wat diertjes kopen. Heeft u voor mij een beetje leuke dieren, of niet? Ja, zeker. Kijk, ik heb een mooi eekhoontje. Oh, de konijntjes zijn ook leuk. Wat heeft u nog meer, mevrouw? Nou, hierboven, als je me achterna loopt. Ja, ik loop mee. Geitjes! Hertjes en pauwen hebben we ook nog in de aanbieding. Het zijn toch geitjes, mevrouw? Dit zijn hertjes. Dit zijn geen geiten, meneer. Oh, ja, maar waarom zeggen ze dan bäh? Nee. Dit zijn echt herten, meneer. Oké. En wat zijn dit? Dit zijn vogels. Nee, dit is een pauw. Oh, dit is een pauw. Oké. Correct. Oké, ik wil het hertje hebben, ja? Ja, dat mag. Alleen, hoe duur is dat hertje? Nou, voor jou 10 diamonds. 10 diamonds, maar... Kom maar naar beneden. Dat is een hartstikke duur, hè? Ik ga al betalen, maar... Mick heeft het geld van de overval. Was ik helemaal vergeten. Overval? Ik zei niks over de overval, maar mijn vriend heeft mijn geld. Dus ik moet even terug, ja. Ik kom straks terug. Is goed. Oké, doei. Nou, nu heb ik alsnog geen geld. En 10 diamonds voor een hertje. Volgens mij was het gewoon een geit, hoor. Ik weet niet wat die mevrouw allemaal aan het zeggen was, maar ik wil dat geitje hebben. Alleen Mick had dus maar 1 diamond, want de winkel van Giel was net begonnen, maar wel, misschien heeft de burgemeester wel geld, want een burgemeester is altijd heel erg rijk. En wij hebben de burgemeester opgesloten, dus ik ga gewoon naar de burgemeester toe en ik ga gewoon vragen of hij geld voor me heeft. En als hij het niet heeft, dan weet ik het niet. Ik ga gewoon de wapen op hem richten en dan moet hij het wel geven. En we zijn weer aangekomen in de schaapstad en ik heb helemaal geen wapen op, zeg. Ik ga hier naar beneden, de burgemeester zit toch vast. Dus hallo, burgemeester.
meester! Hallo, hallo. Heeft u wat geld voor mij? Nou, wat denk je nou helemaal zelf, Jesse? Oké. Nou, dat dacht ik al. Eens even kijken. Heb jij geld voor mij nu? Je mag niet, er zit glas vol. Jij bent de burgemeester. Jij hebt sowieso heel veel geld voor mij. Nee, dat heb ik helemaal niet. Jawel. Geef je geld. Geef je geld nu. Je hebt geld. Je hebt een gouden helmpje, dan heb je ook geld. Nu, alsjeblieft. Ik wil diamonds hebben. Heb ik niet. Ik wil diamonds hebben nu. Ik weet zeker dat je diamonds hebt. Je bent de burgemeester. Nee. Ik wil diamonds hebben nu. Hier ben ik ook heel blij mee. Maar ik wil diamonds hebben nu. Nee. Jawel, oké. 3, 2, 1. Oké. Nee. Hoeveel diamonds? 38.000. Ik ben superrijk. Was dat alles? Ja, dat was alles, Jesse. Oké. Nou, kijk. Ik ga hiermee een dier kopen. Dus ik kom straks terug. Dan laat ik mijn dier zien, oké? Een dier? Ja, het gaat zo'n leuk diertje worden. Je hebt me overvallen en beroofd voor een dier. Ja, wij afstand. Oh, wegwezen. Nee, niet alleen een dier. Wij gaan een hele stad bouwen. En wij gaan een veel mooiere stad krijgen dan Coburg. Dat zou je nooit lukken. Jawel. Nou, wegwezen. Ik ga er weer vandoor. Doei. Hey, wil je wat eten trouwens? Of niet? Wil je wat eten? Nou, nu je er toch bent, het zou wel lekker zijn, ja. Je krijgt helemaal niks. Doei. Wow. De burgemeester had superveel geld. We hebben 48 gold. We hebben 38 diamonds en 19 emeralds. Oh, ik ben nu echt de rijkste speler in heel Minecraft. Alleen, we hebben maar 10 diamonds nodig. Dus de rest ga ik denk gewoon even lekker verstoppen. Of ga ik het niet verstoppen? Ik ga het wel verstoppen. Maar eerst ga ik even slapen, want het is donker. Ik denk dat de dierenwinkel nu dicht is. Dus tot morgen. Hele goeiemorgen en we zijn weer in Schaafzot. Oké, ik ga even heel veel geld ga ik hier leggen in mijn nachtkastje. Ik heb 10 diamonds nodig zo. Die gaan we meenemen. En ik ga meteen weer naar de dierenwinkel toe, want ik wil namelijk mijn geit hebben. Nee, het is geen hertje. Ik weet niet wat die vrouw allemaal zegt. Volgens mij is het gewoon een geit, maar die wil ik in ieder geval wel hebben. En oh, zie ik daar nou nog de auto van Mick staan? De auto van Mick staat daar nog. Die ga ik gewoon pakken. Dat vindt Mick vast niet erger. Kijk dat naampje hier beneden. De burgemeester zit gewoon vast. Oké, ik ga lekker met de auto. Ga ik naar Coburg rijden en dan gaan we een dier kopen. En ik ben aangekomen in Coburg en ik moet even goed parkeren. Ja, dit is heel mooi geparkeerd. En hallo mevrouw, hallo. Hallo. Ik heb de 10 diamonds. Kijk eens, alsjeblieft. Is dit goed? Ja, dit is goed, hè? Prima. Oké, maar mag ik dan nu mijn geit hebben? Ja, sorry. Ik dacht echt dat het een hert was, maar Nee, het is een geit. Ik dacht al. U bent wel een beetje gek, maar mag ik hem hebben, alsjeblieft? Dankjewel, ik heb gewoon een geit. Alleen, wat had u nog meer in uw hand? Kijk eens aan, bij elke geit krijgt u een gratis lied. Een gratis lied van de maand. Oh, dit is superleuk, dan kan ik mijn geit meteen meenemen. Bedankt mevrouw, doei. Doei. Oh, ik heb gewoon een goat spaarnek gekregen. Oké, ik ga hem neerzetten. Hallo geit, jij bent vanaf nu mijn geit. Kom je met me mee? Kijk, hoe leuk, ik heb gewoon mijn eigen geit. En ik ga deze meteen naar Santino laten zien. Alleen, ik vergeet wel mijn auto. Maakt niet uit, joh. Die auto hoef ik helemaal niet meer. Ik heb namelijk mijn eigen geit. Hallo, geitje. Wat ben jij een lieve geit, hè? Wat loop jij leuk? Jij bent vanaf nu mijn beste vriend. Het is alleen wel een beetje raar dat ik een geit heb, terwijl we in Schaapstad wonen. Maar geit, ik ga voor jou ook een schaap kopen. En dan word jij de beste vriend van een schaap, kinder. Dan hebben we gewoon een geit en een schaap in één hok. Oké, dat is echt een superleuke redder. Ik heb nog helemaal geen hok voor jou, geit. Dus oké, die gaan we ook maken. En we zijn weer aangekomen in een hartstikke mooie Schaapstad. Nou, ik ben zo benieuwd wat de burgemeester van Coburg ervan gaat vinden als ik gewoon een geit heb gekocht met zijn diamonds. Haha. Santino, burgemeester. Meneer, ik heb wat heel erg leuks. Wacht, kom eens. Mijn geit doet heel vervelend. Ik heb namelijk een geit gekocht van jouw diamonds. Je geit? Ik wil eruit, Jesse. Ik heb een geit gekocht, alleen ik wil hem laten zien. Alleen hij wil niet naar binnen komen. Heel even wachten. Blijf hier wachten, oké? Ik kan je vertrouwen. Oké, burgemeester, kom eens. Ja. Kom eens naar buiten. Kom eens. Ik heb een wapen in mijn hand, hè? Dus geen rare dingen doen. Meekomen, nee, joh, nu. Nee, meekomen. Oh, meekomen. Nee. Ik wil je mijn geit laten zien. Ga maar lopen. Lopen. Kijk, dit is mijn geit. Leuk, hè? Ja, heel leuk, Jesse. Echt leuk. Deze geit heb ik gekocht van jouw diamonds. Ja,
super. Had je niet wat nuttigers kunnen kopen? Nee. We gaan ook nog hele mooie gebouwen maken. Maar naar beneden weer. Naar beneden. Nu. Mag ik niet even een luchtje schrijven? Nee, nu. Naar beneden. Nee. Nu. Wat eten halen. Nu. Nee, lopen. Lopen. Naar beneden. Ik geef morgen of zo wat eten. Of een andere keer. Of over 10 dagen. Morgen? Ja, nu naar binnen. Nu. Naar binnen. Ik ga schieten. Naar binnen. Naar binnen. Oké. En hier blijven. Doei Santino, doei burgemeester, ik ga er weer vandoor. En hallo geiten, kom maar met me mee. Ja, ik heb echt een heel mooie plekje voor jou bij mijn huis. Of nou, ik moet nog even een hokje gaan maken. Maar dat gaan we doen, maar geit, waarom kom je nou niet mee? Wat ben je nou aan het doen? Nou, ik heb een stomme geit gekocht. Hij wil niet helpen. Geit, kom eens hier. Meneer geit, kom. Kom, ja, goed zo. Ja, heel goed bezig. Ik snap het wel hoor. Je bent een beetje bang omdat je opeens een nieuw baas hebt. Ik vind het helemaal niet raar, maar kom maar met me mee. Ik ben echt een heel lief baas hoor. En weet je wat, geit? Kijk, voor nu is dit even jouw plek, oké? Blijf jij nu maar even hier, dan ga ik even een heel mooi hokje bouwen. Oké, voor een hokje zit ik te denken aan deze hekjes. Ik vind het wel hele mooie hekjes. Alleen, ik ga die dan denk ik hier tegenaan maken. Ik denk dat dat wel een hele mooie plek is. En volgens mij heb ik nog heel veel van deze hekjes over. En die zitten dan in deze kisten. Ja, ik heb er nog 25. En anders moet ik ze gewoon stelen bij een meubelwinkel van Mick. Maar dat vind ik vast niet echt. Nee. Alleen, ik moet natuurlijk ook een deurtje hebben voor het hek. En volgens mij heb ik die hier nog ergens in zitten. Heb ik die hier. Oh ja, die heb ik hier. Een deurtje. En ook heel veel dirt. Oké, dat heb ik ook nodig. Oh, meneer Geit. Hallo, meneer Geit. Je hebt nog geen naam, maar dat komt nog wel. Maar jij gaat zo'n mooi hokje krijgen. Nee, niet mijn zwaard pakken. Dat mag niet. Dan kan ik zo'n mooi hokje gaan maken. En ik denk dat dit wel groot genoeg is. Oké, kijk. We gaan het hier gewoon doortrekken. En dan doen we ook nog even dit. En dan... hier moet ook nog even dirt komen. Zo, dan doen we hier ook nog even wat dirt. En dan doen we hier ook dirt. Want we moeten natuurlijk wel nog kunnen lopen. En dan maken we het hier gewoon weer dicht. Weet je wat, wakker? Deze twee hakken we wel gewoon even weg. Zo. En dan om het af te maken, pakken wij het deurtje erbij. En bim. We hebben nu ook gewoon een deurtje en een hallo geit. Het hok begint er al heel mooi uit te zien hoor. Alleen, ik ben nog niet klaar. Nog even daar blijven wachten. Maar dat gaan we alleen aan de achterkant doen. Dus eens even kijken. Dan doen wij dit en dit ziet er zo mooi uit. En dan doen we er hier ook nog een. En kijk, hierboven moet ik eigenlijk nog even slabs plaatsen om het nog mooier te maken. Alleen, ik heb nog iets meer hekjes nodig. Ik ga gewoon even naar de winkel van Mick en ik ga er nog meer stelen. Hallo, Mick. Oké, volgens mij is Mick er niet. Dat is een goed teken. En staat hier een kistje met alle spulletjes erin? Oké, die gaan we openen. Oh, het is een code. Wat voor code zou Mick gebruiken? 0000. Oh nee, dat is niet de code. 4321. Dat is ook niet de code. Wacht, mijn code is 1234. Dat is ook de code voor Mick. En kijk, al die hekjes. Oké, ik ga ze allemaal meenemen. Trouwens, ik ga ze niet allemaal meenemen, want anders lijkt het alsof ik heb gestolen. Zo, er is niks gebeurd. Deurtje dicht. En geitje, ik kom eraan. Het hokje is bijna klaar. Kijk, hier gaan we het ook gewoon nog even eentje hoger maken op deze manier. Oh, dit gaat er dan zo mooi uitzien. En dan doen we hier nog een hekje. En hier en daar ook een hekje. En kijk, nu gaan we slabs maken. Alleen daarvoor moet ik eerst even naar mijn crafting table toe. Oké, ja, hallo crafting table. Zo, en dan hier hebben we heel veel slabs. En oké, dit is misschien wel iets te veel, maar maakt niet uit. En we moeten natuurlijk ook een drinkbak hebben voor de geit. Eens even kijken. Ik heb helemaal geen drinkbak. Weet je wat? Die zullen ze vast bij de dierenwinkel hebben. Komt wel goed. We gaan eerst het hok afmaken. Oké, eens even kijken. En hierop moeten wij allemaal slabs plaatsen. Is dit mogelijk? Ja. Oh, dit gaat er echt super mooi uitzien. Ik denk dat dit echt de meest verwende geit gaat worden. Gewoon in heel Minecraft. Oké, we doen even dit. En dan doen we dit nog even. Oh, kijk dan wat een mooi hokje we hebben gemaakt. Hallo, geit. Geit, het hokje is helemaal klaar. Dus kom je mee? Dan mag je je hokje in. Dus kom maar. Nee, niet wegrennen. Meekomen. Kijk, geit. Kom maar hier naar binnen. Kom maar naar binnen. Kom maar. Jij kan dit. Oh, de geit is veel te dik. Hij past er niet in. Geit, kom maar met me mee. Ja, en dan ga hier maar wachten. Ja. Nee. Geit, meekomen. Oké, dan halen we de lead weg. En zo, dan doen we het heel gauw dicht. En oh nee. Dit was niet de bedoeling. Die gaan we weghalen. Zo, mijn geit zit gewoon in mijn hok. Alleen, mijn geit heeft dus nog helemaal geen naam. En weet je wat? We moeten toch nog naar de dierenwinkel voor een drinkbak. Dus waarschijnlijk heeft die mevrouw ook wel een name tag voor mij. En ik ben weer aangekomen in Koeburg. En hallo mevrouw, hallo. Hallo. Ik heb nog een paar dingetjes nodig voor mijn geit. Namelijk een drinkbak. En ik heb eten nodig, dus wat hooi. En ik heb een name tag nodig om de geit een naam te geven. Heeft u dat voor mij? Ja, dat heb ik. Moet ik even boven voor je pakken? Ja, is goed. Doei. Oké, wacht even. Ja. Even spulletjes pakken. Ja, het duurt wel heel lang.
heeft echt leuke diertjes in de winkel. Dat is echt niet normaal allemaal konijntjes. Heeft u het? Ja, sowieso. Oké, alleen hoe duur is het allemaal? En dit, nou weet u wat? Voor 10 goud kunt u dit krijgen. 10 goud? Maar ik heb maar 4 goud. Nou, weet u wat? U heeft net ook die geit gekocht. Die heeft ons ontzettend goed gekocht. Mag ik het voor 4 goud hebben? 4 goud is prima. Oké, super bedankt mevrouw. Ik ga er weer vandoor. Doei. Oh, ik heb alle spulletjes die ik nodig heb voor mijn geit. Ik heb een drinkbak, ik heb hooi en ik heb water en zelfs een nameteken. En weet je wat? Ik ga de auto ook gewoon meteen weer meenemen, want anders staat hij hier maar. En met de auto zijn we super snel aangekomen in Schaapstad. En kijk, ik ga de auto gewoon hier parkeren. Ja, dat vind ik wel een hele mooie plek. En hallo meneer geit. Kijk, ik moet natuurlijk wel goed voor je zorgen. Dus ik heb even een drinkbakje met lekker wat water voor je. En ik heb wat hooi, dus kijk, hiermee kan je lekker gaan spelen. Zo, alsjeblieft. Laat in de comments even een leuke naam weten. En dan ga ik die de volgende keer geven. Mick, ja, hallo, yes, Mick, yes, yes. Goedemorgen, Mick. Goedemorgen, Jesse. Oh, Mick, we zijn zo rijk. Ja, zeker weten. Ik ben zo blij. Santino zit ook lekker vast. En Mick, ik heb wat heel leuks gedaan. Want kom eens naar boven. Kom eens, kijk. Ik heb hier een eigen geitje, Mick. Hallo, geit. Ik moet hem alleen nog een naam geven, maar... Ik weet ook niet wat voor naam ik moet geven, Mick. Ja, geen maaien. Niet met dirt. Ja, lieve geiten. Alleen, onze stad die heet Schaapstad. Dus ik moet ook nog een schaap hebben. Maar dat ga ik allemaal nog regelen, Mick. Nu is het meer geitstad. Ja, nu is het inderdaad meer geitstad. Kom maar naar buiten. Snel, anders ontsnapt in. Geit, blijven staan daar. Hé, Jesse. Ja, wat is er, Mick? Ja, ja. Ik ga heel moois laten bouwen door de bulder. Wat ga je laten maken door de bulder dan, nieuwe geld te hebben? Ik wil het een beetje als verrassing houden. We moeten namelijk... Ja, we moeten gewoon nog meer geld krijgen, maar natuurlijk. Hoezo is het een verrassing? Ja, het is gewoon een verrassing. Weet je, ik wil niet alles in één keer krijgen. Okay. Ik vind het leuk. Oké, maar mag ik het dan wel straks zien? Ja. Het gaat ons in ieder geval nog meer diamonds opleveren. Nog meer diamonds? Ja. Oké. Okay. ik ben echt heel erg benieuwd, Mick. Ja, maar, zeker. Mick, ik denk dat ik even naar Santino ga. Dus ga jij dat maar doen, dan ga ik Santino even pesten. Ja, zeker. Ga jij even lekker Santino pesten en is ik mijn goed. Dingetje doen, ja? Oké, doei. Ik ga gewoon meteen naar Santino toe, want volgens mij ligt hij nog te slapen. Santino, hallo, ben je wakker? Hallo. Hey. Santino, wakker worden, slaapkop. Ja, ik ben wakker, maar waarom hebben jullie mij ontvoerd, Jesse? Ik heb wat eten voor je. Kijk, ik heb hier lekker wat eten voor je. Zo, alsjeblieft, lekker rotte flessen mag je eten. Godverdamme. Ja, nou, heel veel plezier met dit heerlijke eten. Ik ga er meteen weer vandoor, Santino. Ja, maar, doei. Jesse, waarom hebben jullie mij ontvoerd? Santino zit daar nog steeds vast. Alleen, waarom we hem nog vasthouden, weet ik niet. Want we hebben echt al heel veel geld. Alleen, we hebben nog meer geld nodig. Maar wat ik eerst moet doen, ik moet een vriendje hebben voor mijn geit. Want zoals ik net al zei, het is Schaapstad, geen geitstad. Dus eens even kijken. Heb ik hier ergens wat weed? Nee. Geit, sorry, maar ik kom even wat weed van jou stelen. Dat vind je vast niet erg, hè? Kijk, zo, dankjewel. En wat ik dan even ga doen, ik ga even een vriendje voor jou zoeken. Ja, dat vind je wel leuk, hè? Ik heb trouwens ook nog steeds een nametag, dus ik moet deze geit ook een naam gaan geven. Laat in de comments even... Hey, waarom probeer je te ontsnappen? Dat mag jij niet doen, hè, geit? Laat in de comments even een leuke naam weten voor mijn geit, want dan kan ik namelijk die geit een naam gaan geven. Maar eerst moeten wij dus een schaap zien te vinden, want ik moet een vriendje hebben, hè? Hallo, schapen, waar zijn jullie? Wacht, misschien is er wel gewoon een schaap hier op deze berg. Hallo, schapen. Ik weet dus dat Giel heel veel paarse schapen had. Alleen, ja, die zijn allemaal dood. Maar wat ik wel heb gevonden is een rood bloemetje. En die kan ik ook supergoed gebruiken. Oké, kijk. Die gaan we meteen hakken. En dan heb ik meteen rode kleurstof voor mijn schaap. Alleen, nu moet ik nog steeds een schaap vinden. Hallo, dit is een paard. Nou, daar heb ik helemaal niks aan. Weet je wat? Ik ga gewoon naar de dierenwinkel van Coburg. En misschien hebben ze daar wel een schaap voor me. Alleen, dan moet ik wel helemaal naar Coburg toe. Daar heb ik niet heel veel zin in. Is hier niet echt een schaap voor mij? Oh, kippen, varkens. Ik wil een schaap hebben. Ik heb een schaap gevonden. Wolven in de Coburg. Hallo, schaap. Het is meteen een rood schaap. Oké, jij komt met mij mee. Vanaf nu ben jij de beste vriend van onze geit die nog geen naam heeft. Weet je wat? Voor nu noem ik hem gewoon meneer geit. En jou noem ik meneer schaap. Kom maar mee. Alleen, wil je een beetje doorlopen? Waarom loop je zo sloom? Kom nou met me mee. Kom nou. Of wil je geen vrienden met me worden? Hallo, schaap. Oké, ik dacht al. Gelukkig. En we zijn aangekomen weer in Schaapstad. En hallo, schaap. Kom jij nog met mij mee? Waarom loop je niet met me mee? Hallo, lopen, meekomen jij? Ja, goed zo. Ik weet nou niet wat ik van dit schaapje moet vinden, want hij doet
namelijk best wel stom tegen mij. Is Santino er nog? Ja, oké. Gelukkig, de deur zit nog dicht. En schaap, wil je alsjeblieft doorlopen? We zijn bijna bij je nieuwe huisje. Kijk. Kom hier maar omhoog. Zo, ja. Ja, heel goed gedaan. En dan kom maar. En dan gaan we hier naar binnen toe. Oh, ja. Schaap. Oh, oké. Nou, dat schaap is een beetje dom. Schaap, kom jij eens hier. Nee, schaap. Kom. Ik maak een trappetje voor je. Kom maar met me mee. Kom maar. Ja. Moeten wel snel zijn, want anders gaat namelijk de geit ontsnappen. Dat is niet de bedoeling. Kom maar naar binnen en hoppakee. Dan zetten wij meteen hier het deurtje neer. En kijk eens, geit. Je hebt nu een allerbeste vriend. We hebben nu een schaap en een geit. Oké, hier ben ik heel erg blij mee. Yes. Ja, wat is er, Mick? Wat is er? We hebben echt meer diamonds nu nodig, hoor. Nog meer? Ja. Maar we hebben nog superveel, Mick. Ik heb best wel een paar gebruikt voor iets. Ja, maar het is een investering. Wat heb je nou gedaan, Mick? Ja, ik maar even mee, hoor. Maar ik ga je nog niet veel laten zien. Want nee. Mag ik nog niet alles zien? Nee, je mag niet. Waarom is het een geheim voor mij? We werken toch samen? Ja, maar het is denk ik nog beter dat je het niet weet. Oké, kijk. Oké. Wat is dit dan? Wat heb jij hier beneden, Mick? Wat heb jij hier? Kijk, dit is een lift. Niet, er zit een lift. Niet op de knop drukken. Nog niet naar beneden gaan. Nee. Ik ga niet op de knop klikken. Oké. Ja, wat is er dan voor lift, Mick? Ik ga je het uitleggen. Laten we eerst even uit het huis gaan. Ja, oké. Yes. Ja, wat is er? Dit is denk ik iets waar we sowieso meer diamonds uit kunnen krijgen. Nog meer diamonds kunnen we eruit krijgen. Ja, maar je hebt een mijn gemaakt. Nee. We gaan eerst gewoon even Santino ondervragen. Dat mag jij doen. Dat was ik dus van plan. Want ik denk dat Santino nog veel meer heeft in Coburg. Ja, dat denk ik dus ook. Maar stel je voor, hij gaat niet goed luisteren. Is dat wat ik daar heb gemaakt nog een leuke optie? Oh, echt? Okay, maar ik wil het straks wel zien, Mick? Maar ik denk, weet je, het is nu beter dat je het nog niet weet. Want dan kan je nog beter ondervragen. Ja, is goed. Maar dan ga ik nu naar Toe. Maar ja, Mick, ik heb helemaal geen wapen mee. Ja, ik ga lekker beveiligen. Wacht. Ik ga even een wapen halen, ja? Ik ga naar beneden geen wapenstal bij Santino. Ja, toch? Ja. Het is een wapen, Mick. Ja. Ik was helemaal vergeten, Mick. Okay, ik blijf gewoon lekker hier staan. Ja, blijf jij hier staan? Als hij voor Giel komt, dan regel ik het wel. Ja, is goed. Ik ga naar beneden toe en ik ga hem even hard aanpakken, Mick. Succes. En laat me horen wat je Ja, is krijgt, goed. Hè? Is goed. Doei. Yo. Hallo, Santino. Hallo. Ja, wat zie je er lelijk uit? Je mijn scheuren in je kleding, joh. Jongen, nou. Waarom ben ik hier nog ook alweer? Ja, nee, er is helemaal niks aan de hand, Santino. Er is echt helemaal niks aan de hand. Maar, Santino! Wow, Santino! Jij bent de burgemeester en we hebben al heel veel geld gekregen. Alleen ik weet zeker dat jij nog meer geld hebt. Ik heb echt niet meer geld, Jesse. Santino? Nee. Ik kan schieten met deze wapens, hè? Nee. Ik kan schieten. Kijk, het glas is er nu uit. Alleen ik kan het ook op jou schieten, hè? In plaats van het glas. Oké. Ik vertel waar je nog meer geld kan verdienen. Ja, waar dan? In een gemeentehuis in een kist ligt nog wat goud. In het gemeentehuis? Oké, dan ga ik daar nu meteen heen en hier blijven, hè, Santino? Ja, waar moet ik anders heen, Jesse? Ja, hier blijven en inderdaad, je kan nergens heen. Oké, dan ga ik daar nu meteen heen. Santino, als jij liegt, hè, dan heb je echt een probleem. Ik lieg niet, echt niet. Nee, oké. Mick, hallo. Is het gelukt? Heb je goed op de wacht gestaan? Ja, er is niemand langskomen. Ik denk dat Giel niet eens weet waar het is. Maar Santino zei dat er in het gemeentehuis nog wat geld lag, dus ik ga daar meteen kijken, ja, Mick? Oké. Nou, weet je, ik vertrouw Santino wel. Ik ga denk ik ondertussen even ook een auto regelen, want ik zag dat jij opeens de auto had. Ja, het is kijk, eigenlijk, hij was van ons, maar hij is rood, dus vanaf nu is er mijn auto. Oké, die krijg ik van mij. Het was mijn auto. Ja. Dankjewel, Mick. Nou, ik ga even lekker naar Coburg en ik kom met heel veel geld terug. Winkel, nee, hij is niet in zijn winkel, maar ik moet naar het burgemeesterhuis. Dat Santino zegt dat er nog meer geld ligt. Oké, ik ga meteen even kijken. Hallo, is er iemand thuis? Nee. Oké, ik moet mijn wapen wel erbij houden en er is hier helemaal niemand. Alleen, waar kan dat geld dan liggen? Want in de grote ruimte zie ik helemaal geen kisten liggen. Oh, nee. Dan denk ik dat het in een kantoor van de burgemeester ligt en dat we zien. Hallo, hand omhoog. Is er iemand? Nee, er is er helemaal niemand. Er staat hier wel een kisten. Oké, wat zit erin? Helemaal niks. En in deze box zit hier misschien wat in. Hier zit ook helemaal niks in. Wat is dit? Oké, we gaan gewoon hier kijken. Dit is zijn kantoor en zit hier dan helemaal niemand. En waarom zit er helemaal niks in? Santino heeft me gewoon opgelicht. Er zit gewoon helemaal niks in deze chesten. Oké, wacht. Ik moet nog beter kijken. Ligt er boven ook helemaal niks? Boven ligt ook helemaal niks. Oh, dit is zo vervelend. Oké, ik ga meteen terug naar Santino. En nu ben ik echt heel erg boos. Mick, ik moet je echt wat vertellen, Mick. Mick, ik ga nu meteen terug naar Santino, want hij heeft gewoon gelogen en er lag helemaal niks, hè.
Ik spijt ja, me zo wat erg. Is er? Ik ga nu naar Santino toe. Wat is er? Ja. Wat is er? Snel! Hij is ontsnapt! Hoe kan Santino nou ontsnapt zijn? Ja, dat weet ik ook niet. Ik was zo bezig met mijn auto. Dat ga je niet menen, Mick. Hij heeft gewoon tegen mij gelogen en hij is nu gewoon ontsnapt. Misschien is hij pas net ontsnapt. Misschien is hij hier nog in de buurt. Ja, oké. Laten we gaan lopen. Oké, kom Mick. We moeten snel zijn. Misschien is Santino nog in de buurt namelijk. Ja, misschien is hij al 10 minuten weg. Misschien een minuutje. Dit ga je niet menen. Hij is daar! Yes. Waar is hij? Mick, hij gaat voor de auto! Mick, kom, schiet hem! Nee, dit ga je niet menen! Hier blijven! Stop! Laat me met rust! Ik ga schieten! Laat me met rust! Stoppen, nu! Nee, stoppen! Ik ga schieten op je! Nu! Hier, blijf staan! Je kan ergens meer! Hier blijven! Hier, laat me met rust! Kom naar mij toe! Kom naar mij toe nu, ik ga schieten! Heel snel, Santino! Waarvoor hebben jullie me nog nodig? Heel snel! Nou, Santino, ik weet of je het door hebt, maar je hebt gewoon gelogen tegen mij, hè? Gelogen? Ja, er ligt daar helemaal niks! Ik wil nu weten waar de echte schat ligt! Waar heb je het over met de echte schat? Ik wil het nu weten, want nu met de slam ben ik echt boos! Anders ga ik schieten, Santino! Oké, ik vertel ik waar de schat ligt! Ik wil het nu weten, want... Je bent de burgemeester, jij hebt 100% nog meer geld! Vertel waar de schat ligt, Jess. Ik vertel nu! We hebben een klokkentoren in Coeburg, toch? Ja, die hele lelijke grote, ja. Echt lelijk. Oké. Ja, die is echt heel lelijk. Daarboven, helemaal in de top van de klokkentoren, ligt een kist. Ja, en wat zit er allemaal in? Daar heel veel goud, of niet? Allemaal diamonds, goud, emeralds, en onze maar heilige als je weer ligt, hè? Mick, ik kan er wel heen gaan, alleen de gevangenis is kapot, want Santino is ontsnapt, dus waar gaan we hem nou ontsluiten? Ik zei toch al dat ik de hele tijd een verrassing voor je had? Wat heb je gedaan dan? De verrassing is heel toevallig, een splinternieuwe gevangenis onder de grond. Een nieuwe gevangenis? Ja, onder de grond? Ja, die gaat naar een ondergrondse gevangenis. Santino! Daar gaat hij nooit uitkomen. Jij dacht te kunnen ontsnappen en hij gaat gewoon weer lekker terug, Santino. Jongens, waarom ben ik hier nog? Jij hebt nog meer diamonds. Ja, we willen zeker nog meer geld hebben. Kijk wat voor stad jij hebt gebouwd. Jij moet meer hebben, Santino. Oké, Jesse, ga jij daarheen? Dan plaats ik hem naar de gevangenis. Ja, ik ga daar meteen heen. Doei, Santino. Santino, meekomen. Hup. Oké, we pakken even mijn auto erbij die Santino net wou stelen. En we gaan gewoon naar Coeburg toe. En als Santino weer ligt, dan heeft hij echt een heel groot probleem. Dan ga ik hem denk ik echt schieten. Oké, we zijn aangekomen op locatie. En Santino zegt dus dat daar boven helemaal een schat ligt. En ik zie daar gewoon goudblokken liggen. Oké, die moet ik hebben. Alleen is dat de schat, want Santino had het over een kistje. Ik weet het niet. Ik ga gewoon even kijken. Alleen ik moet natuurlijk wel uitkijken dat hier geen beveiliging staat of zo. En ik moet natuurlijk ook uitkijken voor Giel. Hallo Giel. Kan zijn dat Giel in zijn huis is. Misschien ga ik straks even kijken of Giel daar ook nog is. Alleen eerst ga ik hier naar boven toe. En ik ben zo benieuwd hoe de gevangenis van Mick eruit ziet. Alleen, wat? Kijk dan hoe groot dit gebouw is. Oké, ik ga hier gewoon naar binnen met mijn wapen gericht. En ik hoop zo dat hier niemand is. Hallo, is hier iemand? Ik ben nu op een verdieping hoger. Hallo? Ik kan vanaf hier ook gewoon precies over Coeburg kijken. Volgens mij is Giel thuis. Oké, we gaan straks meteen naar Giel toe. En de politieagenten kunnen mij denk ik niet zien. Oké, ik denk dat ik op dit moment aan het goede adres ben. Alleen kijk hoe ver ik nog omhoog moet. Dit is echt niet normaal. En heb ik een pickaxe mee? Ik heb geen pickaxe mee. Dus het goud moet ik helaas een andere keer gaan ophalen. Alleen ik kom hier niet voor het goud. Ik kom hier dus voor het kistje waar Santino het over had. Oké, ik ben boven hem. Waar moet het kistje dan zijn? Is dit de schat? Oké, we gaan hem openen. En als Santino weer ligt, dan ben ik er helemaal klaar mee. Allemaal diamonds en een de heilige koelappel. Wat is dit, joh? Oké, ik moet even ruimte gaan maken. We nemen natuurlijk eerst even zo alle diamonds mee. Daarna neem ik al het goud mee. De emeralds, die wil ik ook meenemen. En de heilige koelappel. Wat kan ik daar allemaal mee? Ik weet het niet wat ik ermee kan, maar ik ga hem gewoon meenemen. En kijk dan hoe rijk we nu zijn. Dit is niet normaal. Alleen ik heb zo'n idee dat Santino nog meer schatten heeft verborgen. Hoe kan hij dan zoveel diamonds hebben? En moet er geheim zijn waarom Santino zoveel diamonds heeft? Oké, maar nu we die schatten hebben. Of ik kan terug nu naar Schaapstad. Maar ik wil even kijken wat Giel allemaal aan het doen is. Ik heb namelijk al zo lang niks gehoord van Giel. En misschien is Giel wel gewoon een avond wat voorbereiden op Schaapstad. Oké, ik ga kijken. Alleen ik moet wel heel erg voorzichtig zijn. En ik kan via de brug. Maar ik denk dat ik gewoon via de bosjes ga. Oké, ik moet uitkijken. En ik zie daar Giel lopen. Ik moet uitkijken. Giel mag mij namelijk niet zien. Wat is hij allemaal aan het doen? Wat heeft hij nou? Giel heeft een pistool in zijn hand. Dit ga je niet mee. Nee, Giel nou gewoon een wapen
winkel gevonden. Oké, ik moet dit beter zien. Oké, ik ga gewoon vanaf hier kijken. En oh, ik zie Giel niet meer op dit moment. Waar is Giel? Oh, daar is hij weer. Daar is hij weer. Want Giel heeft gewoon een pistool vast. Dit ga je niet menen. Hij is gewoon het oefenen met schieten. Oké, ik ga keihard wegrennen. Hij heeft zelfs gewoon kogels. Oh nee, dit moet ik tegen Mick gaan vertellen. En ik ben weer terug bij mijn huis. En ik ben zo benieuwd wat Mick allemaal heeft gedaan. Hallo, hallo Mick. Hallo, Mick. Ik ben hier. Oh, ik heb gewoon een hele nacht ben ik heb daar je, geweest. Heb je diamonds? Heb je diamonds? Dag. Oh, ja, kijk. Ik heb 10 diamonds. Ik heb 4 gold. Ik heb 12 emeralds. Maar Mick, kijk eens wat ik heb. De heilige koelappel. Alleen wat we daarmee kunnen, weet ik niet. Maar die moeten we goed gaan bewaren. Lekker eten. Nee, grapje. Nee. Niet eten. Die moeten we bewaren. Wil je het zien? Ja. Wat? Ik wil het zien. Ik wil het zien. Heb je Santino weer gevangen genomen, Mick? Ik ben blij voor Santino dat hij niet gelogen heeft tegen jou. Anders had hij een heel groot probleem. Anders had hij echt een heel groot probleem. Ja, ik heb in ieder geval heel veel geld, Mick. Ik denk dat je hem nog een keer moet gaan ondervragen. Want ik denk dat hij hier echt alles gaat vertellen. Kom maar mee. Ja, Mick, ik wil nog meer geld hebben. De burgemeester moet super rijk zijn. We gaan hierin. Dit is de lift. Ja. En dan druk op dit knopje. En dan gaan we naar beneden, Jesse. Even wachten. Oké. Kijk eens, Jesse. Oké, let op. Welkom. Wat heb je allemaal gemaakt, Mick? Dit heeft een beetje diamonds gekost. Dit is echt niet normaal. Dit is de nieuwe. Hoeveel diamonds heeft dit gekost, Mick? Maakt niet uit. Dit is de ondergrondse grote gevangenis. Kijk, we hebben hier een hele eetruimte. Maar waar is Santino dan? Ik wil hem nog wat vragen. Kom maar mee. Kijk, we hebben hier een eetruimte, een speelplaats. En Jesse. Basketballen. Ja, wat is er? Ondervragingkamer. Hier kan je hem ondervragen. Oh, hier ga ik hem straks neerzetten, Mick. Geniaal. Waar is Santino? Kijk, hier naar boven. Hier hebben we nog allemaal gevangenissen. Kijk, als er meer inwoners komen. Zit hij in een van deze gevangenissen? Ik zie hem al. Zit hij in de gevangenis? Ja, dit is de gevaarlijkste gevangenis. Onder een lavapool is hij. Hey, Santino! Boven een lavapool. Santino, hallo! Hallo. Hey, Jesse. Ik wens succes met hem. Ik ga weer lekker door. Ja, Mick. Kom eens. Dit mag Santino horen. Wat is de code van de deur? De code van de deur is 9873, 9873? Succes. Ik ga weer naar boven, Jesse. Wat vind je ervan? Ja, echt super mooi, Mick. Maar ik ga Santino ondervragen, want ik wil nog meer geld hebben. Jesse, hiermee gaan we de grootste worden van heel de wereld. We gaan de rijkste worden van heel Minecraft. Yo, Dude. Oh, Santino. Ik ben blij om jou te zien, zeg. Santino, kijk eens wat ik hier in mijn handen heb. De heilige koelappel. De heilige koelappel? Ja. Je mag nooit meer tegen mij liegen. En als je dat wel doet, dan schiet ik het glas onder je voeten weg en val je in de lava. Nee, dat wil ik niet, Jesse. Nou, dat gaat wel gebeuren. Maar Santino, kom jij eens even naar beneden toe. Kom eens even met me mee. Geen gekke dingen doen, want je bent één keer ontsnapt. Maar ik kan je vertellen, Santino, hieruit ga jij nooit kunnen ontsnappen. Wacht maar, Jesse. Ik kan gewoon schieten. Niks, wacht maar. Meekomen nu. Ik kom al met je mee. Santino, hier beneden hebben wij een hele leuke kamer. En die heb ik speciaal voor jou gemaakt. Ga maar naar binnen toe. Ga maar. Doe de deur open. Doe jij maar de deur open. Nu, deur openmaken. Geloof me. Ik denk dat je liever hier wil zijn dan boven in je kooi, hoor. Dus ik zou maar blij zijn. Naar binnen. Oké, Santino. Nu jij daar in dat kamertje zit, je kan geen kant op. En als je niks vertelt, dan stop ik jou in je kooi. Dan laten wij die kooi los en dan val je in de laag. Nee, ik zal alles vertellen. Je gaat praten, ja? Ja, ik zal alles vertellen, Jesse. Wij hebben nu de heilige koelappel, alleen Santino. Jij had echt super veel diamonds, maar hoe kom jij in al die diamonds? Jij moet een manier hebben om die diamonds te maken. Ik wil het nu niet. Nu vertellen. Santino. Oké, ik vertel het, Jesse. Nu vertellen, nu. Achter mijn huis. Luister goed, achter mijn huis. Ja. Zit een diamantmijn. Een diamantmijn? Ja, daar haal ik al mijn diamonds vandaan. Maar hoeveel diamonds zijn er? Niet, want ik kan zelf ook gewoon naar beneden graven. Ik zit er pas een korte tijd, maar er zijn alleen maar diamonds daar. Ik weet niet hoeveel het zijn. Het is een bijzondere mijn, of niet? Ja, het is bijzonder grond, dus... Oké. Nou, Santino, als jij liegt, hè? Nee, ik lieg dan niet. Dan heb jij een probleem. Kom maar mee. Nu, doorlopen, nu. Santino, meekomen. Deur achter je dicht. Ja, deze
ook. Deur achter je dicht nu. Ja, en je gaat weer lekker naar je kooi. En Santino, als jij... Hé, nee, nee! Niet weglopen, okay, niet weglopen. Nee. Maar Santino, als jij liegt... Oh, dan heb jij zo'n groot probleem. Yes, nee, ik hoop het. Lopen, doorlopen, lopen naar je kooi toe. Ik loop al. Maar laat me alsjeblieft met rust, Jesse. Laat me alsjeblieft met rust. Ja, alleen als je eerlijk bent, Santino. Kijk, ga maar naar binnen. Nu, naar binnen. En daar blijven. En dan ga ik nu naar je mind toe. Oké. Ik word hier wakker in mijn hele mooie huisje. En de vorige keer hebben wij heel veel diamonds weer gestolen. En ik heb al heel veel. Want als we naar mijn nachtkastje gaan en dan mogen jullie niet vertellen tegen andere mensen. Kijk wat hierin zit. We hebben nog meer diamonds, nog meer goud, een enchanted apple, een name tag. Echt superveel. Jesse, hallo. Oh, ja, wat is er, wat is er? Goedemorgen, Mika. Geen wapen op me richten. Ik kan terugschieten. Sorry. Wat is er, Mick? Ja, Jesse, ik ga vandaag even nog wat dingetjes fixen aan de gevangenis. Er kloppen bepaalde dingen dan hier. Ja. Namelijk, dat Santino anders gaat ontsnappen. Oh ja. En wat ga jij vandaag doen eigenlijk? Ja, ik heb Santino de vorige keer ondervraagd en hij had het over een of andere diamond mine. Maar Mick, ja? Ik moet jou eerst wat vertellen, want kom eens even naar boven toe. Alleen jij mag dit weten, ja, want we delen natuurlijk de buit. Dat is waar. Kijk hier in mijn nachtkastje wat hier allemaal in zit. Oh mijn god. Ja, superveel, maar je mag dingen pakken, maar niet opeens alles in één keer pakken, hè, Mick. Nee, dan ga ik op je schieten. Oké, maar Mick, moet Santino niet even wat eten hebben of zo? Ja, ik denk dat we wel wat eten moeten geven. Ja, ik heb hier een stukje rauw vlees. Ja. Maar Jesse, met de schaapstatten ze wat afbouwen, hoor. Ja, dat denk ik ook. Ik heb al een heel leuk idee voor een kluis, Mick. Alleen, dat ga ik een andere keer doen. Alleen moet Santino nu even wat eten geven. Okay, maar heel vies eten. Oké, Jesse, laten we naar de gevangenis gaan. Ja, ja. Kijken of ik nog wat eten ook heb. Misschien heb ik wel een rotte fles. Ik heb allemaal rauw vlees. Alleen, kijk, is allemaal leuk en aardig. Alleen rotte fles is nog leuker om te geven. Ja, ik denk niet dat ik rotte fles heb, Jesse. Heb je helemaal niks. Ik heb hier wel raw eel meat. Geef eens. Maar wat is dit nou weer? Wat? Oké, dat gaan we geven. Ja, dat gaan we geven. Okay, we gaan gewoon alleen maar rauw vlees eten. Dan wordt hij ziek, Mick. En als hij echt eten wil, dan moet hij maar de diamonds nemen. Oké, laten we eerst maar de lift ingaan en op naar de gevangenis. Oh, Mick, volgens mij zijn we er. Ja, let's go. We gaan naar buiten toe. De gevangenis ziet er zo mooi uit nog steeds. Hallo Santino! Van beneden te kijken, joh! Schiet je naar beneden, hè? Maar kun je niet naar beneden schieten? Bim! Nee, dan val je in lava. Ik denk dat je dan niet ontsnapt bent. Waarom praten we nu met Santino? We gaan even naar Santino toe, Mick. En dan hebben we het heel leuk voor hem. Maar Santino, moeten we even naar de keuken? Even een lekker stukje vlees voor je halen. Ja, nee, Santino, heb je honger? Of wil je helemaal geen eten? Nee, laat me eruit! Wil je geen eten? Je wil geen eten? Ja, ik wil wel eten, maar laat me dat Oké. Dat valt nog te betwijfelen. Maar in ieder geval, laten we even wat eten pakken. Hier zit ook niks, Mick. Er ligt wat op de barbecue, maar dit is genoeg. Raw beef, ik vind dat gewoon te lekker eigenlijk. Dat is veel te lekker. We hebben rauw eten. Wil je een steak? Ja, ik ben een burgemeester, Jesse. Jij krijgt mij wat heel lekkers aan van Mikko. Kijk eens wat ik in mijn handen heb, Santino. Wil je dat hebben? Wil je diamonds hebben, Santino? Wil je dat hebben? Mick, doe jij de deur maar open. Mick, doe jij de deur maar open. Ik hou het wapen erop, zodat hij geen rare dingen doet. Ik ga al in de hoek staan hier. Geen rare dingen doen, hè. Kijk. Hier, raw eel meat. Dat is van een aal. En we hebben hier ook wat... nog wat ander vlees. Lekker rauw. Denk je nou echt dat wij voor jou gaan koken? Ja, jullie zien dan wel weer waar jullie vandaan komen. Nee, natuurlijk gaan we niet voor jou koken. Ik denk dat we geld aan jou gaan verspillen. Diamond bij me jij het vorige keer over had. Dan ga ik nu heen en als je liegt, ik schieten. Dat ga ik wel. Nee, dat ga je niet. Mick, laat me eruit. Mick, laat me eruit. Ga je niet. Ja, dat ga ik wel. Santino, daar blijven. Hey, ik laat jullie met z'n tweeën lekker met rust. Ik ga er vandoor, ik ga een diamond stelen. Doei.
Ik ben weer boven en ik heb Santino natuurlijk lekker wat eten gegeven. Maar kijk, mijn dieren moeten natuurlijk ook wat eten hebben. Oh, dat vinden jullie lekker, hè? Ja! Alleen in de vorige aflevering zei ik dus dat ik deze dieren een naam ging geven. En ik heb dus een nametag. Nee, dan moet ik even naar boven toe. Volgens mij heb ik bij mijn zeldzame spullen heb ik gewoon een nametag. Alleen ik heb twee dieren, dus ik heb nog een nametag nodig. En ik heb ook helemaal geen anvil en ik heb ook helemaal geen ijzer om een anvil te maken om de naam te doen. Dus oké, dat moeten we later misschien gaan doen. Maar we gaan sowieso even naar de dierenwinkel, want misschien kan ik daar wel gewoon nog een nametag kopen. Alleen dan moet ik natuurlijk niet vergeten mijn geld mee te nemen. Kijk, ik heb heel veel geld. Ik neem gewoon lekker alles mee en ik zie het wel. Oké, we pakken natuurlijk even een mooie auto erbij op deze manier. En dan gaan we rijden op naar Coburg. Eigenlijk wil ik helemaal niet naar die lelijke stad. Maar ja, het moet wel oké, want ik heb een nametag nodig en daar hebben ze een dierenwinkel. En ik heb al echt een hele leuke naam voor mijn geit. En die ga ik straks meteen geven, denk ik. En even wat heel anders. We hebben hier gewoon een tunnel. En in Coburg hebben ze ook een tunnel. Alleen ze zijn allebei afgesloten. Ik denk dat dat een tunnel is tussen Schaapstad en Coburg. Alleen die moet dus nog gemaakt worden. Laat in de comments even weten of jij die wil maken. En dan laat ik een abonnee gewoon die tunnel afmaken. Alleen dan moet je wel geabonneerd zijn. Anders mag je mij niet helpen in de survival. En we zijn aangekomen in Coburg. Oké, ik parkeer hier even mijn auto. Zo ja, helemaal je plek in. Kijk dan, de winkel van Giel, die is nog steeds helemaal kapot. Maar we gaan even naar de dierenwinkel toe. En hallo mevrouw, hallo. Ik wil heel graag een nametag hebben. Heb jij die voor mij? Kost gewoon 1 diamond. Oh nee, dat is wel heel duur. Maar maakt niet uit, we hebben superveel diamonds. Wat kan ik hier nog meer kopen? Ik kan een paard kopen en ik kan een vis kopen en een lied en een zadel. Misschien moet ik een keer een vis gaan kopen en gewoon mijn eigen aquarium maken. Laat even weten in de comments of ik dat moet doen. Ik ga meteen terug naar huis en die nametag gebruiken. Wat? Ik zie daar gewoon Giel lopen. Wat gaat Giel nou weer doen? Hij gaat gewoon naar het politiebureau. Wacht, ik moet achter hem aan. Wat gaat Giel nou weer bij het politiebureau doen? Gaat hij soms aangifte doen van Santino? Hoe kan dit nou weer? Wacht, ik zie hem niet meer. Ofwel, hallo, ik moet heel erg uitkijken. Oh nee, ik zie hem gewoon binnen staan praten met een politieagent. Dit ga je niet menen. Wacht, ik ga gewoon heel stiekem kijken. Hij is daar gewoon aan het praten. Oké, ik ga keihard wegrennen voordat hij me ziet. En misschien heeft hij mijn auto wel gezien. Ik hoop niet dat hij mijn auto heeft gezien. Ik ga gewoon als een gek terug naar Schaapstad. Ik zie het wel allemaal. En ik ben weer aangekomen in Schaapstad. En ik ga mijn auto lekker hier parkeren. Want je kan hier toch niet doorrijden. Dus dat vindt vast niemand erg. En de nametag die ik heb gekocht, die heeft ook gewoon meteen een naam die ik kan gebruiken. En die naam die is voor het schaap. Want ik had in Schaapstad ooit een keer een schaap. Alleen die is helaas in oorlog overleden. Maar die heette meneer Schaapje. En meneer Schaapje is gewoon terug. Hallo meneer Schaapje. Alleen voor jouw geit moeten we nog een naam hebben. Dus laat in de comments even een leuke naam weten. En dan gaan we die de volgende keer geven. Alleen nu is het tijd om naar de diamond mine te gaan. Want volgens mij kan ik daar echt superveel diamonds vinden. Alleen waar de mine ongeveer is, dat weet ik niet helemaal. En ik moet mezelf ook wel een beetje gaan voorbereiden. Dus eens even kijken. Ik ga mijn armor aan doen. Oh, nee, ik heb rode armor nodig. Ik ga rode armor kopen in Coburg. Dat ga ik meteen zo doen. Want kijk, ik heb hier wat diamond boots. Alleen ik wil natuurlijk geen blauwe kleding. Ik wil rode kleding hebben. Oké, en verder neem ik natuurlijk mijn pistool mee. En weet je wat? Ik ga gewoon even nog meer wapens halen. Want ik heb geen idee wat ik er allemaal kan tegenkomen. En gelukkig heb ik natuurlijk mijn eigen wapenwinkel in Schaapstad. Dus ik ga hier naar binnen en... hallo, is hier iemand? Nee, kijk. Hier zat dus Santino, maar die is overgeplaatst. Maar hier is mijn wapenkist. Dus als ik die open... eens even kijken. Wat neem ik mee? Ik denk dat ik mijn machinepistool meeneem. Want dan kan ik lekker heel snel schieten. Ja. En nu gaan we meteen weer door naar Coburg. En we zijn weer aangekomen in Coburg. En ik heb mijn auto weer heel mooi geparkeerd. En ik ga eerst even kijken of Giel nog bij het politiebureau is. Hallo. Oh, Giel staat er nog. Oh nee, ik moet rennen. Oké, ik moet heel voorzichtig dus zijn. Want Giel stond gewoon bij de ingang. En misschien heeft hij me wel gewoon gezien. Maar ik wil hier even armor kopen. Maar hallo. Hallo, Bob de Verkoper. Ik wil heel graag wat armor van jou kopen. En, oh, kijk dan hoe duur dit allemaal is. Maar gelukkig heb ik heel veel geld. Dus ik ga het gewoon lekker allemaal kopen. Oh, ik vind het zo leuk om spullen te kopen met het geld van Santino. Oké, we gaan het armor meteen aandoen. En ik denk dat ik nu klaar ben om naar de mine te gaan. En Santino zei dat er achter zijn huis, achter Coburg, dus een diamond mine was. Alleen, daar moet ik dus eerst even gaan kijken. En is Giel nog bij de politie? Wat is hij allemaal aan het doen? Hallo? Volgens mij is Giel niet meer bij de politie. Alleen, dan moet ik uitkijken, want als ik achter Santino's huis moet kijken, dan kan Giel daar natuurlijk ook zijn. Oké, ik moet het gewoon heel voorzichtig gaan doen. Hallo? Is hier iemand? Nee. Ga ik over deze brug? Is dat slim om te doen? Ik ga het gewoon doen. Hallo? Daar is het huis van Santino. Santino is natuurlijk niet thuis. Dat weet ik. Ik zie daar Giel lopen. Ik zie Giel in de verte lopen. Nee. Oké,
Oké, maar waar is die mijn dan? Is die mijn hier ergens? Hier zou de mijn ergens moeten zijn. En kijk, Giel daar gewoon lopen met een wapen om zijn huis. Wat? Ik weet niet wat Giel allemaal van plan is. Alleen volgens mij wil hij Santino bevrijden. Ik kan Giel nu ook gaan schieten, want hij loopt daar gewoon. Oh, nee. Ik ga dat niet doen. Ik moet de mijn vinden. Is hier misschien de mijn? Want hier is allemaal zand. Wacht, ik ga hier gewoon kijken. Hallo, is hier misschien een mijn? Oh, nee. Ik zie hier echt helemaal niks. Volgens mij is de mijn gewoon verstopt. Misschien moet ik terug naar Santino. Trouwens, ik ga nog even goed zoeken. En loopt Giel gewoon nog bij zijn huis? Hallo, Giel. Oh, nee, Giel zag me bijna. Ik moet echt uitkijken. Oh, ik moet echt uitkijken voor Giel. Kijk, hij loopt hier gewoon. Oh, misschien zag je me wel. Oké, ik moet echt uitkijken. Ik ga echt op zoek naar de mijn op dit moment. Achter Coburg, achter Santino's huis. Ik zie hier een gat. Is dit de mijn? Nee, ook niet. Waar kan ik nou met de mijn vinden? Santino zei dat het een hele bijzondere mijn was. Dus je zou denken dat het een hele grote mijn is. Is hij dan hier ergens? Wacht, waarom zie ik er allemaal cobwebs? Is dat de ingang van de mijn? Volgens mij wel. Oké, ik moet wel uitkijken, want ik weet nog niet of er bewakers staan. Hallo, is hier iemand? Oh, er hangen daar camera's. Ik moet echt uitkijken voor de camera's. Oké, wacht. Kan ik de camera's gewoon kapot schieten? Nee, ik kan de camera's niet kapot schieten. Nee! Oké, misschien zit Giel wel op die camera's, maar ik weet het niet zeker. Ik ga gewoon keihard rennen. Ik moet gewoon via deze kant lopen. Want als iemand mij ziet op de camera's, dan heb ik best wel een probleempje. Heb ik een pickaxe bij me? Ik heb geen pickaxe mee! Oké, dan moet ik het heel stiekem doen. De camera's kijken in de mijn en ik ben binnen. Oké, let's go! Er zitten hier al meteen diamonds in en hier zit een minecart in. Wat een... Oh, kijk er hoe diep deze mijn is! Oké, ik ga meteen de minecart neerzetten en ik ga erin en ik ben zo benieuwd wat wij beneden allemaal kunnen vinden. Kijk dan deze mijn. Deze ingang is ook echt super mooi en ik ben beneden. Oh, ik ben er gewoon. Hallo, wie ben jij? Niemand. Hoezo? Wat is dit voor mijn? Je hoeft hier helemaal niet te komen. Ja, jawel. Ik hoor hier wel te komen, oké? Wat doe jij nou? Ja, jij werkt zeker voor de burgemeester, of niet? Ja, ik werk zeker voor de burgemeester, maar hij richt geen pistool op mij, hè? Ja, ga naar boven. Naar boven. Maar, trouwens, kom eens terug. Kom eens terug. Even terugkomen. Wat is er allemaal? Is dit een speciale diamond mine of zo? Daar mag ik geen uitspraak over doen. Het is gewoon een mine, dat zie je toch? Ja, het is een mine, maar zijn er dus wel diamonds, denk ik. Nou, weet je wat? Zoek het uit. Ga maar weg, anders ga ik schieten. Wegwezen, nu. En niks vertellen tegen de burgemeester als je die kan vinden. En ik ben gewoon in de mine. Die mijnweker is weg, denk ik. Ja, oké, die is weg, gaat lopen. Alleen, kijk dan hoe groot deze mine is. Daarboven liggen meteen diamonds. Oké, dat is echt super nice. Alleen, ik heb dus geen pickaxe meegenomen. Wat dom! Nou, ik denk vast wel dat ik hier ergens een pickaxe kan vinden. Wat... Die meneer die sliep hier ook gewoon. Dit was gewoon zijn huis. Het lijkt wel alsof Santino de burgemeester hier gewoon vasthield. Oké, nou, ik ga hier even op onderzoek uit. Ik heb namelijk helemaal geen pickaxe. En, oh, hier is er allemaal anvils. Dan kan ik die nametag gebruiken. Die andere nametag. Oké, dat is super nice. En wat is hier? En wat, hier ligt gewoon super veel kool. Dit is gewoon de koolopslag. Alleen zijn hier ook nog wat mensen. Hallo, is hier iemand aan het... Was er maar één mijnwerker? Alleen, staan hier gewoon vier bedden. Oh nee, er hangen hier ook allemaal camera's. Die mogen we helemaal niet zien. Nou, ik denk dat ze hem al hebben gezien, maar het maakt niet uit, want de burgemeester zit toch vast. Alleen, waar kan ik een pickaxe vinden? Wacht, ik ga gewoon eerst even naar boven toe, want ik zie hier gewoon een trappetje en ik wil weten wat hier allemaal is. En kijk dan al die diamonds en goud en emeralds en hier is gewoon een mijn. Oké, hier is allemaal kool. Nou, dat hoef ik allemaal niet. En hier hebben we ook allemaal iron. En kijk dan, deze hele mijn is gewoon al uitgehakt. En moet de manier zodat we nog meer diamonds kunnen krijgen, want kijk, hier zijn nu vier diamonds. Alleen, ik wil er veel meer hebben. Oké, wacht, ik ga gewoon omhoog toe en ik zie daar nog een diamond en... Oh, hier is een mijn die zich niet uitgangt. Hier zijn nog meer diamonds. Wow, Mick en ik gaan echt zo rijk worden. Niet normaal. Oké, wat kunnen we hier allemaal vinden? En hier zijn nog meer diamonds en nog allemaal goud. En hier zijn nog meer mines. En zijn hier misschien nog wat diamonds? Hallo? En oké, deze zijn nog helemaal niet gehakt. Dus misschien kunnen we daar nog heel veel in vinden. Oké, wat hebben we hier nog meer allemaal? Hier hebben we allemaal goud. En wat hebben we in deze? Hier hebben we nog meer diamonds. Oké, ik moet een pickaxe vinden. En heel snel. Alleen waar kan ik een pickaxe vinden? Wacht, ik zie daar kisten. Misschien zit daar wel een pickaxe in. En ik moet alleen maar heel goed uitkijken dat ik niet naar beneden val, want het randje is echt heel erg dun. En die meneer net, die miner, zag er ook niet echt heel verzorgd uit. Ik weet niet wat Santino ze betaalt, maar ik denk niet heel erg veel. Oké, ik ga hier gewoon naar beneden toe en zit hier een pickaxe in? Hier zit helemaal niks in. Zit er dan hier misschien ergens een pickaxe in? Hallo? Er moet toch hier wel ergens een pickaxe liggen? Oké, we hebben er een gevonden. Let's go. En nu kan ik meteen al die diamonds schrakken.
meer. Ik neem trouwens ook meteen even wat kool mee. Want zo'n blok kool, die kan ik echt super goed gebruiken. Ik ga natuurlijk niet te veel meenemen, want het moet niet heel erg opvallen. Oh, ik ben helemaal de camera's vergeten. Oh, die camera's die moeten weg. Camera, ga je even weg. Ik ga die camera meteen slopen. Nee. Ik kan deze camera's niet slopen. Wat is dit? Nou, oké, laat me zitten dan. Die camera's hebben mij toch al lang al gezien. Wat is dit voor camera? Dit lijkt wel op een opslag. Die zijn gewoon diamonds en allemaal emeralds. Alleen zit er ook emeralds in. Ja, 3 emeralds. Alleen zit er meer in. Hier zitten ook nog allemaal emeralds in. En het zit hier ook in. Hier ook nog allemaal emeralds. Wat? Weet je hoeveel spullen hier allemaal nog in zitten? Alleen kijk, al die emeralds allemaal leuk en aardig. Alleen ik wil diamonds hebben. Dus even kijken. Hoeveel diamonds zitten er in deze kist? Dit zijn er al 3. En hier zit er nog heel veel meer in. Oh, we hebben bijna een stack diamonds. Nu snap ik hoe Satino aan al die diamonds de hele tijd komt. Oké, wacht. Hier zitten er nog 3 in. En hier zitten er nog veel meer in. En ik heb gewoon bijna 60 diamonds. En ik heb nu 60 diamonds. Oké, alsjeblieft zeg maar dat hier er nog 4 in zitten. Dit is de jackpot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diamonds. Ik ben zo rijk. En dan zit er natuurlijk ook nog allemaal goud in. Oké, ik ga alles even leeghalen. En dan moet ik heel gauw terug naar Mick. Want de camera's waren hier. Misschien komen er wel allemaal politieagenten nu. Oh, ik moet echt gaan opschieten. Oh, nee. Oké, ik heb alle buiten. Ik heb 50 emeralds. En ik heb gewoon heel veel diamonds. Daar ben ik super blij mee. Alleen nu moet ik hier echt heel gauw wegwezen. En trouwens, ik ben nog helemaal wat vergeten. Ik moet natuurlijk boven ook die dingen nog hakken. Weet je wat? Dat ga ik ook meteen even doen. En springen. En dit ga ik gewoon allemaal meenemen. En daarna moet ik hier wegwezen. Want ik denk dat de camera's me hebben gezien. En als het echt zo is, dan heb ik echt een heel groot probleem. Oké, we nemen de diamonds er nog even mee in. Kijk dan hoe rijk ik op dit moment ben. Dit is niet normaal. Ik ben nu gewoon de rijkste speler in deze Minecraft Survival. Oké, maar ik raak afgeleid. Ik ga naar boven toe. Alleen de miner kan mij natuurlijk hebben verklikt. En er ringen ook allemaal camera's. Dus ik heb straks echt een probleem, denk ik. Maar ik ga gewoon keihard wegrennen als ik buiten ben. Oké, ik ben boven en hallo. Oh, nee. Er staat er een politieagent. Nee. Staan blijven! Nee, ik kan ook schieten! Kijk maar, ik heb kogels! Wegwezen! Nee, rug! Wapen neerleggen of ik schiet! Snel! Ik ga gewoon... Neerleggen! Niet schieten! Wapen neerleggen, heel snel, anders ga ik schieten! Kom op, neerleggen! Ik kan meer om, dit ga je niet mailen, oké? Hier heeft u mijn wapen, sorry, ik doe mijn handen omhoog, goed zo! Jij gaat met me meelopen! Ik ga meelopen, alleen... Kom op, opschieten! Hoezo heb je me verraden, Mijnen? Waarom heb je die gedaan? Hij heeft niks te zeggen. Doorlopen. Kom op. Nee, dat ga je niet menen. Nu word ik sowieso opgesloten. Eigen schuld. Ik heb hulp. Kom op. Doorlopen. Ja. Ik ga al. Waar gaan we heen dan? Ja, we gaan naar de gevangenis toe. We gaan naar het politiebureau en dan gaan we eens eventjes een... Oké. Is goed. Kom op. Hup. Doorlopen. Ik heb niet eens de tijd. Doei. Waar ga je nou heen? Pak hem. Waar is hij nou? Ja, wegwezen. Volgens mij ben ik ze nu gewoon kwijt. Alleen wat ze niet weten is dat ik nog een wapen bij me heb. Oké, maar waar moet ik nu heen? Ik hoor hem praten. Waar is de politieagent? Hallo! Hey! Ze kunnen me niet meer vinden! Waar is hij nou? Hey, staan blijf jij! Ik ga schieten! Ik heb hem gevonden! Ik ga schieten! Sorry! Hier komen! Oh, nog een nachtpak ook! Kom hier jij! Ik ga even het land op, oké? Nee, ja, maar blijf staan, hè! Blijf staan! Ja, ik blijf wel staan! Sorry! Ik heb jou nu een heel nat pak, man. Maar waarom heeft u nou weer een geweer? Ik wil ook een geweer. Nee, ja, waarom kon ik terugschieten? Ik ben de politie. Kom op, doorlopen. Ik ga al mee. Maar moet ik nou naar het politiebureau? Ja, we gaan naar het politiebureau. Dan gaan we jou eens even lekker ondervragen, kereltje. Ja, hoezo? Ik heb helemaal niks gedaan. Ik wou gewoon kijken hoe het eruit zag in de mijn. Ja, dat maakt me niet uit. Je gaat gewoon mee. Je bent toch een verdacht. Ja. Ik ga al mee. Ja, goed zo. Ja, u gaat me toch nooit te pakken krijgen. Ja, we hebben je toch al, of niet? Nee, we denken maar. Sta blijven! Hey, kom terug! Ik word gewoon beschoten! Ik ben gewoon ontsnapt van de politie. Alleen, ze weten nu sowieso dat ik naar Schapenstad ga. Ik moet Mick gaan waarschuwen. De politie zit achter ons aan. Ik ben eindelijk aangekomen weer in Schapenstad. En zit de politie nog achter me aan? Ik zie geen politie, maar ik moet heel gauw naar Mick toe. En ik heb zo geluk dat mijn auto daar gewoon nog stond. Hallo, Mick! Waar is Mick nou? Is Mick misschien hier in zijn winkel? Hallo, Mick, ben je hier? Nee, hij is niet in zijn winkel. Dan ga ik gewoon meteen hier naar beneden toe. Mick, ben je misschien hier ergens?
nergens. Hallo, Mick. Nou, hier is Mick ook niet. Oké, de politie komt er zo aan, dus ik moet even wat wapens hebben, anders heb ik echt een probleem, hè. Dus even kijken. We nemen de shotgun mee en we nemen de rifle nemen we ook mee. Maar waar is Mick nou? Ik moet Mick waarschuwen. De politie komt er aan. Dan vinden ze ook Santino. Oh nee, wij hebben echt een probleem. Hallo, Mick. Mick. Ben jij hier? Oh, hier is Mick ook niet. Dan moet hij beneden in de gevangenis zitten. Ik ga daar gewoon meteen heen. Oké, eens even kijken. Als Mick hier niet is, dan weet ik echt niet wat ik moet gaan doen. Oké, we gaan gewoon naar beneden toe en ik zie het wel. En ik ben eindelijk beneden. Is Mick hier misschien? Ik kan hem nergens zitten. Hé, hey, waarom ben je uit jezelf? Waarom doe je uit jezelf? Rustig, Jesse. Ik wil eten hier voor Mick. Mocht je hier eten voor Mick? Maar waar is Mick dan? Ja, Mick moest iets doen met een cel of iets. Oké, zoek het uit. Ik ga Mick zelf wel zoeken. Hallo, Mick! Mick, waar is Mick dan weer? Ja. Mick, waar ben je? Mick, ik zie je. Kom naar mij toe, Mick. Mick. Ja, maakt niet uit, we moeten hier weg. Ik leg het straks wel uit. We moeten hier nu snel weg. Oké, maar wat is er aan de hand? Wat is er aan de drama? Ik heb de mine overvallen. Ja, goed zo. Ja, maar ik heb heel veel geld, Mick. Alleen ze hebben mij gevonden en de politie zat achter me aan en ik was aangehouden. Ik kon ontsnappen, maar we moeten nu hier weg. Santino maakt niet uit. We hebben alles al. Mick, we moeten nu weg. Nee. We moeten nu hier weg. Santino maakt echt niks uit. We moeten weg. Jesse, wat is er allemaal in de hand? Ja, Mick, we zijn boven. Kom, we moeten hier weg. Ik vertel het je zo. Mick. Ik zit vast. Wat is het nou? Mick, kom. Laten we in je huis blijven. Even naar buiten kijken. Ik zie nog helemaal niemand. Ik ben opgepakt door de politie. Alleen, ik kon vluchten omdat mijn auto daar nog stond. Alleen, ze weten dat we hier zitten. Ik heb ook het idee dat ze van de ontvoering weten. Ja, misschien wel. We hebben echt een probleem, Mick. We moeten hier weg zien te komen. En ik heb alle diamonds nog. Maar ik heb een idee. Dit moeten we echt even doen. Kom snel naar beneden. Wat moeten we doen dan, Mick? Spullen pakken, of niet? Nee. Kijk. Wat dan? Ik heb hier hout. Goed zo. Bouw het dicht. Snel. Maar heb jij deze houtblok? Want dit valt wel een beetje op. Nee. Ik heb die kleur niet. Maar Mick, maakt niet uit. Santino boeit niet. We moeten wegwezen. Pak je spullen, Mick. Pak je spullen. Ik ga de diamonds verstoppen. En ik ga ook spullen pakken. Hoeveel diamonds heb je wel niet dan? Ja, echt meer dan een stack, Mick. Echt heel erg veel. Maar Mick, we moeten eerst wegwezen. De politie komt er zo aan. Oh, ik moet echt snel zijn. Ik moet al die diamonds gaan verstoppen. Alleen, waar moet ik die nou gaan verstoppen? Ik kan dat natuurlijk nooit doen in mijn huis, want dan vinden ze het. Oké, wacht. Ik pak eerst ook even deze spullen, want die zijn ook heel erg zelfs. Die schoenen laat ik lekker zitten. Ik moet ergens dat kisten gaan verstoppen voordat de politie er straks aankomt. Alleen, waar ga ik dat doen? Oké, wacht. Ik denk dat ik wel een goede plek weet. Hier onder water ga ik gewoon een kistje stoppen. En daar doe ik de diamonds in, de emeralds, al het goud. Gewoon al het zeldzame wat ik heb, doe ik erin. En ik zet die meteen weer even dirt boven. En hopelijk gaan ze het niet vinden. Nou, ik hoop dat Mick genoeg spullen pakt. Want misschien komen we wel weer nooit meer terug bij ons huisje. Maar ik heb nog meer spullen nodig. Hallo, meneer schaapje. Hallo, geiten. Ik kom de volgende keer wel terug voor jullie, oké? Ik heb echt een probleem op dit moment. Oké, wat ga ik meenemen? Mijn diamond pickaxe, mijn name tag, mijn TNT neem ik mee. Wat ga ik nog meer meenemen? Ik weet het niet. Natuurlijk, trouwens, mijn rode wol moet ik ook meenemen. En wat zit hier nog allemaal in? Mijn diamond schoenen neem ik mee. Ik neem een zwaard mee. Ook al heb ik al een zwaard. Maakt niet uit. Ik moet zoveel mogelijk meenemen. Alleen mijn hele inventory zit vol op dit moment. Ik denk dat ik alles wel heb. Ik moet hier wegwezen nu voordat de politie komt. Mick, ik heb allemaal spullen gepakt. Ja, ik ben ook klaar. We moeten er komen. Ik heb ook de diamonds verstopt, Mick. We moeten weg. Politie. Mick, laten we gaan splitsen, ja? Ja, doei. Nee, politie, wegwezen. Dat ga je niet menen. Waar moet ik heen? Oh nee, volgens mij gaat de politieagent achter Mick aan. Oh, gelukkig ben ik weggekomen. Gelukkig zijn we ook gaan splitsen van elkaar. Alleen de politieagent zei dat hij ons ging aanhouden voor een ontvoering op de burgemeester. Maar ook voor op de miners. Oh nee, de politie weet waar we zitten. Nu kunnen we waarschijnlijk niet meer terug naar Schaapstad. Oké, Mick en ik moeten gaan onderduiken. Alleen, waar gaan we onderduiken? Ik weet het niet. Laten we nog wel een beetje in de buurt blijven. Ik denk niet dat de politie ons hier gaat vinden. Ik vind dit wel een heel mooi plekje. Alleen ik heb helemaal niet veel spullen meer. En al mijn diamonds en allemaal zeldzame spullen liggen nog daar in het water. Oké, wacht. Ik ga meteen even terug. Ik ga kijken of er nog allemaal politie staat. Ze mogen niet de diamonds vinden. En eens even kijken. Oh, er loopt daar gewoon een politieagent bij ons huis. Hij is gewoon aan het patrouilleren. Hij mag echt niet weten dat ik hier ben. En trouwens, allemaal leuk die diamonds. Alleen die ga ik nu nooit kunnen pakken. Alleen, oh nee, mijn huisdieren zitten daar nog. Die wil ik eigenlijk wel even gaan redden. Maar hoe ga ik dit nou
nou doen? Wacht, ik moet het even op een hele slimme manier gaan doen. Ik kan ze niet allebei meenemen. Ik ga meneer Schaapje gewoon proberen te redden. En dan de geit, die komt dan een andere keer wel. Oh, nee. Hij mag me niet zien. Oké, ik moet het heel slim doen. Ik ga hier gewoon heel rustig via het water. En hopelijk ziet hij me niet. En nu rennen. Kijk, hier liggen mijn diamonds. Alleen die kan ik nu nooit pakken. Want de politie gaat het dan sowieso zien. En volgens mij zag hij me bijna. Oh, hier staat ook een politieauto. En ik ben zo benieuwd hoe mijn mic is afgelopen. Ik hoop echt niet dat hij gepakt is. Oké, hoe ga ik dit nu een beetje slim doen? Hallo, meneer Schaapie. Kom jij eens naar mij toe. Meneer Schaapie, kom. Kom maar. Kom met me mee. Kom. Jij moet namelijk wel veilig zijn, want ik wil wel dat je met me mee gaat onderduiken. Want we moeten echt onderduiken van de politie. Oké, maar nu moet ik dit schaap ook weer langs de politie zien te krijgen. En kijk dan hier gewoon die politieauto. Dat ga je niet menen. Nou, Schaapie, kom. Misschien is dit wel de laatste keer dat je ooit in Schaapstad komt. Oké, meneer Schaapie, kom. Meneer Schaapie, we zijn er bijna. Oh nee, kijk de politieagent daar nog lopen. Kom, schiet op. Kan je niet doorlopen of zo? Nou, weet je wat, meneer Schaapie? Ik denk dat we hier wel veilig zijn op dit moment. Want we zitten namelijk weer in het bos. En meneer Schaapie, ik denk dat wij moeten gaan onderduiken. Alleen moet ik wel Mick weer gaan zoeken. Ik hoop echt niet dat hij is opgesloten.